The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zit hier al the zonder. Als het ergens over moet gaan, zijn de mensen na de zee. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welkom to de AA, of eerder welkom in de zweethut. Jezus Christus, het is hier belachelijk warm. Vandaag zit bij ons een man die geboren werd in Turnhout en opgroeide in de bossen van Gierle. Hij ontdekte elektriciteit op twaalfjarige leeftijd. In 2016 speelde hij voor het eerst een open mic in Café de Joker in Antwerpen en ontwikkelde al snel een eigen stijl die wordt getypeerd door zwartgallige, absurde one-liners en een gordroge delivery. Amper een jaar na zijn debuut haalde hij de finale van de Lunatic Comedy Award en in datzelfde jaar won hij in Utrecht de Comedy Talent Award, de grootste stand-up wedstrijd van Nederland. En oh ja, hij is ook nog politieagent. Dus qua populaire jobs zitten we snor. See what I did there? hoe welkom Vincent Voeten. Merci, merci. Mooi dat jij hier bent Vinnie. Vinnie Feet. Ja. Ik vind dat een goede naam voor u. Ja. Wordt dat vaak gezegd of is dat. Uh... Um, Vinnie, ja, op het werk is aan mij een bijnaam. Zeg jij Vinnie op het werk? Ja, de Vinnie. Ja, ja. Ja. We hebben twee Vincenten op het werk, dus uh, de ene is de Vinnie. Ja, ja. En de andere is de gewone Vincent, ik en de Vinnie. Ja. Uh, hoe komt dat dat jij de Vinnie geworden bent? Is dat gewoon uh, natuurlijk gegroeid ja, is of je dat aangemoedigd? Dat is natuurlijk gegroeid. Ik was er eerst, dus uh, ik had eerst recht op een de bijnaam, denk ik. Een de andere is later gekomen, dus. Uh, uh. Ja. Allitereren, de namen zijn altijd goed. Hè? Ja, Vincent ja. Voeten, ik vind dat keihard goed klinken. Hè? Dat klinkt bijna als een artiestennaam. Heb je die vraag al ooit gehad? Nee, nee? nee ik vind voeten nu zelf een coole achternaam. Niet bepaald, maar Vincent Voeten klinkt ja, voor een comedian ja, het wel alsof goed. Dat je het ervoor gedaan hebt. En die nee. broers of zussen hebben die minder pech of minder uh, geluk? Uh, Lislot <laughs> Voeten. Ja, nou, Vincent is beter. Vincent is ja. beter. Hè? Ja. Ja. En hoe heet je een pa? John. Ja, dat is, dat is een Jan, maar je noemt die het John ja, of zoiets. Ja, hè? maar onze pa noemt ook anders met zijn achternaam. Ik ben haar mijn moeder genoemd. Oké. Okay. Ja. Hoe heet uw vader dan? Heulens. Heulens. John Jan Heulens, ja. Ja, Vincent Heulens is gewoner, artistiek. maar dat klinkt artistiek, artistiek minder tof dan is, Vincent ja, Voeten. Hè? Ja, ja, dat is waar. Klopt. Ja. Dat was meer kimpisverzekeringsfiliaal Verzekeringsfiliaal of zo. Ja, ja. <laughs> Osma die wist dat hè, 30 jaar geleden van dat gewoon een, een comedian worden, dus kon hij mij een achternaam geven. En hoe komt dat? Want dat was toch niet gewoonlijk in die tijd? Nee, dat weet ik eigenlijk zelf niet. En ze blijven daar zelf ook altijd wat vaag over. Uw um, vader is eigenlijk uw vader niet? Nou, dat denk ik wel. Ah, okay. ik denk wel we trekken <laughs> al redelijk hard op elkaar qua karakter. Uh, nee, dat weet ik eigenlijk zelf niet. Ik nee. denk in een tijd als ma was een beetje van: ik heb hem eruit geperst. Dus, dus die kreeg mijnaam. Uh, die kregen kregen alrighty, was zo mega geëmancipeerd ja, voor haar geweld, tijd eigenlijk. Is geweld, ja, wel, <laughs> ja. Ik denk dat het eerder dat is. Hè. Dat is wel cool. Dat je zo toen ja, een vrouw had ja. die zegt: van, nee, nee, die kreeg niet ja. oude naam. Ik heb die eruit geperst. Ja. Fantastisch. Want vandaag een dag moet je toch kiezen, denk ik. Hè, je... Ja, ik ja, denk dat dat Boeder... zo een van de grote beslissingen was. Waar Michael het ook eens in zijn show over had. Omdat zijn vrouw uh, Lisbeth Peters heet. Hm. Maar die komt van twee Petersen. Dus zowel de vader als haar ja. moeder heette Peters. Ja. Dus en ze zei van: je kunt de twee namen gebruiken met een koppelteken. En hij was dan Peters Peters ja, geweest. Ja. Dus vandaar uh, <laughs> dat ik daar nog wit. Ja. Maar uh, ja, zet, uh, we, we zullen, ik, zal, ik zal beginnen met, met een, een tweet van u, waar ik kaart mee moest lachen. Dat je zegt van: er is weer een show gecanceld. Hè? Iets dat wij als comedians nogal veel moeten meemaken momenteel. Maar, eronder, maar gelukkig kan ik wel onwetende burgers in elkaar gaan rammen om 23 uur 31. Ja. Dat was de, dag van de, de eerste nacht van de avondklok, denk ik, hè, mm -hmm. dat er ingesteld werd. Ja. Uh, ja, ik moest die dag wel niet werken, dus helaas. <laughs> het is er niet van gekomen. Maar uh, dat weten de mensen niet natuurlijk. Maar uh, ja, mm -hmm. dat was een paar dagen geleden, zeker. Hè, dat de avondklok is ingesteld voor heel de, heel de provincie, dus ook bij ons in de, in de stille campen. Ja, dat is raar, hè. Vinden jij niet weird, die avondklok? Ja, dat is zeker weird. Het is, is vooral weird dat, dat we zijn zo murm geslagen door de COVID, dat dat is. Oké okay dan, hè? Ja. Ja. ja, ik vind dat een beetje beangstigend, ja, volgens, ik is echt eerlijk in. volgens is een trein naar Polen... Ja, oké dan, nee. hè. <laughs> ja, oké dan. Wat is er ergens gebeuren? Ja, ik zit er goh, niet op. Goh, goh, allemaal in een kamp, voor wanneer hè. Ja. God, ja, weet zo, zo, ja, zo'n teken aan de linkerkant, goh, waarom niet, hè. Ja, ja voor, voor wat is the worst that can happen, hè? Goh, maar... ja, voor die een of andere reden moesten ze me een gouden een taant hebben. Ik weet niet waarom. Maar God ja, weet dat ze daarna nodig hebben voor de staatskas... het is voor, het is voor de goede zaak. Ja. <laughs> Wat vind jij ervan eigenlijk als politieagent? Um, dat is een moeilijke. Ik, um, ik denk eerlijk gezegd niet dat dat superveel verschil gaat maken, die avondklok, dat dat niet de maatregel gaat zijn waar het mij staat of valt. Um, oh. Maar ik ben nogal van het principe, en misschien wel naïef, van dat zijn intelligente, verstandige mensen dat dat beslist hebben dat dat nut heeft. Dus, <laughs> um, Naïef, hè? Ja. Of, of comedy. Die ja, vooral mee, vooral ja, iemand ja. dat zo donker is in zijn humor, dat vind ik dat funny, dat jij daar dat zo zwaar zegt, goh, ja, dat zal hij wel ja, zijn. Maar ik vind, dat, ik vind dat gevaarlijk om daar um, commentaar op te geven als je totaal geen kennis van zaken hebt zoals ik daar eigenlijk totaal geen, geen kennis van heb. Dat ja, klopt wel. No. Um, gelijk die mondmaskers ook en zo. Hè. Wel nut, niet nut. Um, ja, ik vind dat een, een lastige. Als je zelf daar eigenlijk geen zak van af weet. Ja. Om daar dan een hele theorie over te. gaat eigenlijk even just 99% van Vlaanderen gedist. Ja, misschien wel. ja. Mm -hmm. Maar dat is ook subtiel misschien de bedoeling. Dat is iets dat ik mij wel wat. Erger is niet het juiste woord. Maar zo, ja, mensen dat over heel complexe dingen zoals dit. Uh, een hele theorie opzetten. En dan denk je, ja, op basis van wat. Mm -hmm. um, maar ja, ja. Het, is, hey, het is nu zo. Um, maar ik heb wel de indruk dat er meer en meer. Uh, hey, dat dat zo meer en meer commentaar krijgt. Hè, die die ja. avondklok, hè, ja. grondwettelijk, niet wel. Um, in Nederland doen ze blijven al heel moeilijk over de mondmaskers. Ja. Is dat daar al echt van uh, eh, tegen de grondwet? Want eh, vrijheid van dragen, van klei, van. van klederdracht en zodat dat daar een inbreuk op is. Dus ik denk van, hoe, als ze daar een avondklok dan. Nam... Ja, het zou toch ook een... Ik uh, denk dat het ook al sowieso een, in, een inbreuk is, zeker bij ons, op, uh, op gezichtsbedekking en ja. zo. Hè. Daar, ja. daar wordt ja. ook sowieso al... Ja. Er werd inderdaad ja. toch vroeger moeilijk over gedaan. Ja. En dat is dan nu... Ja, natuurlijk... Ja, ik weet dat ook niet, want ik durf dat ook niet te zeggen, dat soort dingen, over iets als een mondmasker. Ik heb... Nee, ja. ja, het is heel duidelijk dat... Mm. Er was zoveel twijfel over. En als je twijfel hebt, hè, wie zijn schuld dat het ook is, ja, dan is het eigenlijk nog de klote. Mm -hmm. ja, ja. In het begin was dat zeker. Hè. Die virologen zelf: van, nee, het is geen enkel ja. nut en nu het is wel nut. Want ja. dat is heel schoon. Ze dus zeggen altijd: ja, dat is heel nobel hè, als iemand zo fout toegeeft. Hè, dat is zo: geef je fout ja, ja. toe, geef je fout toe. Hè, zo, bijvoorbeeld bij Vanaans zeggen ze al: je moet dus je fout toegeven. Maar je weet ook goed genoeg: als je fout toegeeft, zeggen ze: ja, je wist het niet. Hè. Mm. Dus ja, 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 je kunt, ja, niet, kunt niet winnen. Hè. Nee. Nee, nee. Ja, maar dat is in veel discussies tegenwoordig dat je in no-win situations terechtkomt. Hè? Mm. Dat je denkt: ja, we willen eerlijkheid. Oké, okay, het is dat. Ja, maar dat willen we niet horen. Ja, ja, ja. Oké, okay, dan lieg ik. Mm. Mag ik niet liegen? Ja, het is zo, je, je krijgt een, een, een heel raar vertekend beeld van wat dat eigenlijk allemaal is. Ja. Een avondklok, ja, ik, ik kan het nog snappen. Als het voor bepaalde buurten is die heel dicht bevolkt zijn, of mm. voor dat iedereen, hè, wat ze zeggen, je hebt heel veel mensen op straat daar en we moeten dat proberen te beperken. Maar als je ziet hè, dat je in, in de plekken als Putten of zo, dat je zo denkt dat je daarna s'nachts met een hond gaat wandelen, komt er niemand tegen. Nee, ja. is is ik het... geloof ook niet dat die mensen, als mm. die een combi tegenkomen, dat die problemen gaan hebben. Dat ik denk weet ik niet. Bij ons in de <laughs> uh, mm -hmm. Nee, ja. dat is wel. Alsof... Nee, Daar ben ik zeker van. Mm -hmm. Dat is echt wel de lul van een flik. Als je zo iemand uh, een boete gaat geven. Ja. Maar is er, uh, is er ja, burgerlijke ongehoorzaamheid? Is dat, niet dat je, ja, is dat niet dat meer in de steden zou zitten dan, dan op de buiten, om het zo te zeggen? Ik had ook parking kunnen zeggen, heb ik niet gedaan. <laughs> um, uh, merci. Uh, nee, um, <laughs> dat weet ik niet. Um, um. Ja, hier woont gewoon veel meer volk. Dus automatisch zou er ook meer zijn dat er hun eigen niet aan willen houden. Maar ook bij ons hadden van die, ah, je kent dat filmpje met die skateboardrollen, dat was Roeselaar mm -hmm. zeker, ja, ja. ik denk dat je ze overal wel hebt. Um, ja. Wat dat vond je dat... jij daar eigenlijk van? Van dat filmpje met die... Um, Hoe heet dat hem nu weer? Frankie. Frankie, Frankie, Frankie. De, Frankie de skater. Ja. Toen ik dat origineel zag, dacht ik, oh, ga, dat is een manneke van 17 ja. jaar of zo. En dan komt er rechter ja. dat hij een 37 is negen, of zo. 39. 39, Dan negen, dacht ik, uh, come on, gast. Stel is wel lachen, want in het begin kreeg ik nog wat krediet van oh, het is naar puber, dit en dat, en dan ja, nog ja. 39. Dat dan was dat het was wel poing, gedaan. Poing, poing, poing. <laughs> um, wat vond ik daarvan? Hmm. Um, ja, dat zijn sowieso heel lastige situaties als, als flik. Um, mm -hmm. Die stond er in zijn eentje, die komt er in zijn eentje aan. Hij. Iedereen draagt daar braaf een mondmasker, één en niet. Die begint dan uit te schelden voor nazi, uh, voor fascist. Um, dat is lastig, um, maar ik vind het ook lastig om, om commentaar te geven op, op iets wat collega's doen. Dat, dat, dat zo, onder collega's ligt dat gevoelig. Als, als er iets gebeurd is en achteraf wordt besproken hoe dat, dat gegaan is, mm -hmm. um, dat ligt gevoelig om daar dan kritiek op te geven, omdat dat... Je wordt daar zelf niet bij, je hebt zelf die stress niet ervaren, je moet daar eh, in een seconde beslissen wat je doet. Dus als, ay, achteraf, als ik achteraf bepaalde dingen opnieuw bekijk, zou ik misschien van mijn eigen ook denken dat ik zou dat anders aanpakken. Nu, in zijn geval, um, wat ik had gedaan, eh, volgens het perfecte scenario waar ik er op voorhand kon over nadenken: gevraagd twee keer vriendelijk, deze is een pas. De derde keer zei eh, we Pas alsjeblieft, of we gaan dwang gebruiken, gewoon mee. Dan geeft hij die, die nog niet, dan pakt hij die, die vast. Die uh -huh. verzet zijn waarschijnlijk en dan hoekte die een R. Maar dan heeft het tenminste. Maar dat is eigenlijk wat, heeft wat de, de waarschuwing. En dat is ja. wat de, de, de grondwet of de politiewet voorschrijft? Ja, dat heeft gewoon te maken met gebruik van geweld. Um, nu, hij geeft als eerste een de duw, denk ik. Het is, de, de, de flik geeft. Ja, die geeft een duw. ja. Die geeft ja. een, ja. een ja. duw. Dat klopt. Ja. Dat is een lastige om uit te leggen, denk ik. Uh -huh. die, die eerste een duw, dat is een lastige. Ja. Terwijl als je zegt, van, kijk, gewoon dwanggebruik, wij moeten uw identiteit weten. Je pakt hem dan vast, want hij uh, weigert medewerking. Hij verzet zijn eigen dan. Dan... Ja, dan... Ja. Maar als je, dat, je dat, ziet, dat filmpje ziet, en je kunt daar kei duidelijk in zijn, ja, dat was een mega spast. Sorry, ja. Frankie. Nee. Oh, ja, ja, uh, je ja. wordt niet mega ja. cool. Dat nee. is zo. Maar ik vond ook wel, allez, ik ben ook wel van mening, dat doet er niet toe. Nee, dat, dat vind, is vind niet, ik ook. De, 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 als politieagent, dat, dat, ja. dat is waar je voor getraind moet zijn. Je ja. mag... Ja. U, 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 hoe zal ik het zeggen? Op café... Ligt je dan al te bloeien bij iedereen? Ja. Ja, maar dat ja. is niet. Ja, ja, ja. Een politieagent moet ja. eigenlijk de meest geduldige mensen ja. in, op dit grondgebied. Ja. Ja. En uh, is dat iets... Want zeker nu, als ze dat, dat verder trekken. En, en wat er ook in Amerika gebeurd is, is dat iets dat je soms denkt van ja, is dat iets dat je leert mee te doen? Of zit in de opleiding. Zou daar misschien nog meer maatschappelijk assistent of, of goed nieuwsgesprektoestanden in moeten gestoken worden? Ik denk dat dat. Um vooral te maken heeft met je eigen karakter wat dat dat toch um, ongeacht hoeveel training of of hoeveel les dat je erover gehad hebt dat op zo'n momenten dat dat toch een beetje de een aard van beestje is soms dat wat komt boven drijven um, ik ben bijvoorbeeld een hele rustige mm -hmm. van aard ah, ik, ik ik heb mij nog nooit kwaad gemaakt tijdens het werk en je het ja je hebt collega's hun eigen mm -hmm. vijf keer per maand kwaad maken um, ja met wij dat te maken, ja, training voor een stuk zeker hè? Wij krijgen tijdens opleiding al van die rollen spelen om dat te oefenen en zo. Zit er dan een Frankie in in zo'n rol? Ja, tuurlijk. En dan gaan ze echt het extreme. Hè, misschien is dat wel, hn... wel iets voor de Frankie ja, voor ja, te doen eigenlijk. <laughs> frankie, we hebben nog een job voor u. Je toch niks anders te doen dan te skaten ja, op 39-jarige ja, ja, leeftijd. Ja, ook, hoe komt dat is in? De Frankie-test. Zo, ja. Ja. het baas bij ja, ja, ja. like ja, ja. de politie. Zo niet met de psychologische test, de Frankie-test. Dat is een beetje de Kobayashi Maru bij Star Trek. Zo de no-win situation: de stress-test. Ze je baas op de Frankie-test. Oh, ga je ook al? Godverdomme. Hoe lang heeft het geduurd voor dat Ga die Matraki neer zijn gezicht heeft geramd. <laughs> ja, bij de eerste keer dat een fascist eruit kwam, zat hem er toch al op. <laughs> nee, maar ik, zie, ik, ik geef gelijk, Andries, dat wij inderdaad, wij, wij zijn daarvoor opgeleid, wij zijn ons job aan het doen, wij worden ervoor betaald, dus wij moeten, wij moeten rustig blijven. Maar ja, langs de andere kant, wij zijn ook maar mensen hè? Mm -hmm. En... Maar daar hadden ze tegenkomen, hè. Daar hadden zo de, de kritieken van ja, dat is, maar toch kun je het niet doen. Ja, want eigenlijk, nee, nee. eigenlijk gaan mensen ook zeggen, hè, als jij bijvoorbeeld nu er juist zegt, de naart van een dan gaan ze zeggen, zo'n mensen moeten al niet politieagent worden. Ja. Nee, nee, maar... Dat is veel, dat is makkelijk ja, gezegd, hè, want ja, ja. je weet dat ook niet. Ja, ja. Ik bedoel, ik denk dat, dat, dat de meesten van ons kunnen zeggen, allee, toen ik dat filmpje zag, dan dacht ik, ja, ik weet dat als ik dat uniform aangaat, gaat, dat dat echt even naar het misgelopen was ja, met zo'n ja. gast. Maar, maar misschien ben ik dan ook niet iemand om dat te gaan doen. Nee, maar mensen kunnen echt op bloed van andere nagels. Al. Dat, dat snap soms. ik, ja. Dat um, snap en ik. ook het filmpje begint op een bepaald moment. Er is eh, blijkbaar ook nog een hoop aan vooraf gegaan. Hij heeft eerst eh, zo'n stadswachter of zo ja. Ook het, het leven zuur gemaakt. Die ja, Flix zal er waarschijnlijk ook eventjes even hebben Stond discussie. Ja. Is dat niet het probleem met al die dingen? Hè? De, zeker nu, als je... Um als je sowieso elke aanvaring dat jij nu weet met iemand er stond sowieso iemand met zijn telefoon ernaast nou, te filmen, dat als dat in het he. openbaar gebeurt, beginnen meestal ook te filmen wanneer de situatie al aan het escaleren is. Dus niemand heeft een idee ja. wat daar vooraf gegaan is en dan worden er van die conclusies getrokken, waarvan je van denkt op basis van wat ja, weet tuurlijk. eigenlijk niemand. Ja, er is zo een bekend film in de Verenigde Staten zo um, een collega dat daar een zwarte vrouw neerklopt. Mm -hmm. En als ze dan online komen en dan nu op drama. en dan een paar dagen later de langere versie. En dan zie je eerst dat die zwarte vrouw ook een collega in zijn gezicht slaagt. Ja. En twee seconden later klet, hele kledslacht haar dan tegen de grond. Ja. Ik zeg niet dat dat dan helemaal geoorloofd is. maar dat geeft dan toch direct een heel andere ja. dimensie. Uh, een ander beeld van wat er gebeurd is. Hè. Um, ja, maar dat, is, dat, moet, uh, ja, dat moeten wij niet overzeiken. Dat is overal, er gefilmd en ook wij. En ergens zou ik misschien goed... Ik vind dat soms ook goed. Um, er zijn ook meer en meer zones die met van die bodycams en mm -hmm. aan het experimenteren zijn. Ik denk dat het ook vaak in ons voordeel werkt. Ik hoor van de collega's van, hè, van Turnout, daar hebben ze ze, dat die vaak zeggen: als er iemand ik begin tot van kijk, het wordt gefilmd. En dat dat soms helpt voor mensen dat die weten. te ja. kalmeren. Ja. ja. Ah, dat is wel dat is, dat, eigenlijk dat het psychologische effect van die bodycam veel sterker is dan het effectief filmen. Gewoon van: hé. Hey, het is niet meer alleen een G dat met filmpjes gaat staan. Ja, voilà. Er, er komt ook een, ja, ja. een B-roll nu. Ja ja. Oh, ja. Ja, 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 ja. Want dan hebben dus soms zelfs mensen achteraf naar de comité te stappen um, en dan geleest aan hun versie van de feiten dat dat totaal niet strookt met hoe dat, dat in tekst gegaan te is. Ja. Ja. Um, terwijl je een bodycam hebt, ja, dat ligt in principe neer. natuurlijk je gaat knippen. Of, of je... Ja, want dat is, dat is ook het probleem met joh dat post-truth-tijdperk waarin dat wij leven. Je hebt altijd iemand die wel zal zeggen: Ja, het zal wel weer gemanipuleerd zijn, of het is toch ja. Dus je krijgt zo'n soort, zelfs als je beelden laat zien: hè, mensen zijn altijd meteen bereid om de beelden te geloven die aansluiten bij hun wereldvisie. Ja. Maar als dat ja. niet zo is, dan, dan ja. beginnen ze meteen een, een excuus te verzinnen ja. waarom het niet ja. waar zou zijn. Ja. Hè. Oh, het is een polis dat het deed opgenomen, dus hij zal zichzelf wel ja. beschermen, zo ja. dat soort dingen. Ja. ja, ik vind dat heel moeilijk, man. Maar ik snap wel dat dat, je, dat dat iets is dat er meer en meer gaat beginnen inkomen voor jullie ook. Zo'n soort zwarte doos of backup, dat je kunt zeggen ja. dat is wat er hier gebeurd is. Hè. Ja, en ik, ben, ik, ben, ik ben daar persoonlijk ook geen tegenstander van. Ze. Nee. Ik denk dat het vaker in ons voordeel gaat werken dan in ons nadeel. Ja, dus uh, Ja, man. Je merkt dat nu ook hè, zo om, om de cellen en zo. dat, dat je... Vroeger, wat er allemaal onder cel gebeurde, dacht je die veranderde worden van collega's. Daar werden soms, hij werden soms wel rekeningen uh, vereffend. Ja. Um, dat gaat niet meer. Hè? Er hangen overal camera's. Dus... Ja. En misschien maar goed ook. Um, I, ik vind uh, dat uh, een voordeel. Uh, ook als je daar de na begint uit te hangen, die naar de stand. en je moet daar geweld gebruiken. Ja, het is allemaal gefilmd. Dus dan kun je perfect in een PV. de beelden erbij pakken. perfect beschrijven wat er gebeurt. En ja. dat is waterdicht in principe. Je al vaak zelf geweld moeten gebruiken. Jij, dat had dat al moeten doen. Ik zeg het, ik ben, uh, ik ben redelijk rustig. Ik heb ook wel denk, die reputatie op het werk dat ik nogal een babbelaar ben. Ik blijf, ik blijf liever een kwartier langer praten met iemand dan um, direct geweld te gebruiken. In het begin heb ik dat wel moeten leren om niet te lang te blijven babbelen, want soms wordt dat gewoon zielig. Hè? Ja. Als een echt, uh, ik, nu voel ik dat perfect dan maar keer die gast gewoon niet meewerken. Maar ja. mag je nog een uur babbelen. Maar soms merkte je van, er is nog ruimte. Hey, ja. Ik kan hem misschien nog overtuigen om zo mee te gaan. Um, maar ja, af en toe gebeurt dat wel. ja. ja. En, uh, dat je, moet dat je geweld moet gebruiken. Ik zeg eerlijk, ik doe dat niet graag. Um, maar ja, dat hoort er ook bij, bij de job. Ja. Dus. Um, ja, maar, maar voor dingen zijn dat dan dat je moet doen? Is het dan meestal dat je die neerhaalt met een houtgreep? Of Want ik denk niet dat je, je gewoon niet meteen kloppen, denk ik. Hè? Nee, nee, Dat wordt altijd een, meteen al wat gevaarlijk. Ja, hè, dat he? oogt ook slecht op camera. Ja, 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 dat je echt zo als flik in en neerhoekt. hoekt. Ja. Um, ja, wij proberen ja, inderdaad mensen echt vast te pakken, naar de grond te werken. Um, we hebben het voordeel dat we al tenminste met twee zijn. Dus er is het voordeel dat je ja, in de meerderheid trekt naar de grond. Eén probeert hem vast te pinnen, dan de ander het handboeien. Mm -hmm. um, maar in de praktijk, ja, we hebben wel onder zoveel maanden een training. Maar dat is in principe niet, niet voldoende. Hè. Je hebt ook gevechtsport gedaan. Mm -hmm. um, ik heb een paar collega's die wel heel intensief uh, also BE en kickboxen doen. Als die uw arm pakken, is het gedaan. Mm -hmm. Als die rond mijn arm raken, is het gedaan. je die zit rond mijn nek en, en het licht Ja. Yeah. Um, ik zeg dat eigenlijk, ik kan dat niet. Ik heb die technieken ik heb die basis wel. Maar als dat echt met iemand van mijn postuur is en ik begint zijn eigen te verzetten. Ik wordt dat gewoon aan straatgevechten. Dat we ja, trekken, ja, ja. duwen, naar de grond proberen. Ja, dat oogt lullig. Dat, dat ja. zijn geen schoon gevechten. Maar, maar als je zo. Eh, <coughs> zeker wat er in Amerika gebeurt. Is je het zo, eh, dat die police ding eh, Namelijk dat, je, dat, ze, dat ze eigenlijk de, de politie zoals we nu kennen. Dat ze die willen afbouwen. Ja. En dat budget ook meer normaal maatschappelijke assistenten gaan, <laughs> gaan, gaan steken. Is dat niet dat je dat je, um, als je zo'n gemiddelde dag of een jaar van je activiteiten, um, is er iets waar je zegt, oh, er zit wel een grond van in, een groot deel van wat ik eigenlijk doe, is maatschappelijk werk? Ja, dat is ook. daarmee dat ik altijd zo met lachen mee, mee. Um, met die commentaren zo van, ja, ja flitsen, hè, dat kunnen ze wel. Hè. Geld dat de burgers in zakken kloppen, dat kunnen ze wel. Ik heb nog nooit van leven in een flitswagen gezeten. Ja, dat is zo de commentaar dat de politie vaak krijgt: van eh, geld dat de mensen hun zakken kloppen, is over verkeer gaat. Maar verkeer is in mijn geval, ik ben interventie, degene die de noodoproepen eh, behandelt. Mm -hmm. Voor mij is dat maar 10, 15 procent van mijn job. En inderdaad, voor een heel groot stuk van mijn job ben ik met mensen aan het praten, uh, mensen aan het overtuigen om hun eigen niet van kant te maken, uh, mensen aan het overtuigen om weg te gaan van een event. Um... Maar zou de, stel dat je, zou, de, zou dat een, een, een optie zijn dat je zegt: oké, okay, we zijn met tweeën. Uh, of je zijn met drie in, op een patrouille, dat je eigenlijk twee politieagenten hebt en een soort maatschappelijk assistent. Of je zoiets, ja, dat klinkt heel schoon in theorie, maar je weet nooit niet wat er gaat gebeuren. En ja, als het echt uit de hand op ja, je al zit met je maatschappelijk assistentendiploma of je drugsverslaving begeleiden, ja, dan zit je er goed mee als je een deur in een gezicht krijgt. Allee. Ja, dat is, voor mij inderdaad is dat iets dat in theorie misschien goed klinkt. Um, maar... Ja, je moet, wij moeten echt van alle markten thuis zijn. Wij moeten inderdaad met mensen kunnen praten. Met mensen die diep zitten, mensen die um, zwaar depressief zijn, zelfmoordgedachten, hebben, dat wij kunnen praten. Een uur later zijn we misschien inderdaad aan het vechten met iemand onder invloed. Mm -hmm. ja, en aan zo'n maatschappelijke, maatschappelijke werkplek. Wat gaat er ook allemaal kosten? Dat ja. zijn van die, van die ideeën allemaal goed en wel, maar wat gaat dat kosten ook allemaal Ja, maar ja, dat is wat ze zeggen. Hè? Dat is... De politiekracht afbouwen ah, ja, ja. en dat budget dan voor vooral, vooral dat ze daar in Amerika over beginnen en dat ik denk: ja, zullen we dat eens gewoon proberen in het zuiden van Chicago? Of gaan we dat eens in Baltimore proberen? Of gaan we dat eens. laat daar eens de politie niet meer rondlopen. La, laat, laat dat allemaal eens een keer los. ze zou eigenlijk voor de lol, bijna met dat soort gezeik, zou heel de politie in Amerika moeten zeggen: we gaan gewoon in zijn munt niks doen. Ja, ik geloof ook dat dat niet goed is. En, en dan zullen ja. we eens babbelen over of dat wij nodig zijn of niet. Come on, man. En ik ben ook ik ben de allerlaatste hè, waar, ik, waar ik uitkwam, wat ik vroeger was. Nee, punkerken en mm. fuck the police en al die bullshit. Ik heb dat allemaal gehad hè, en ik snap dat ook allemaal van waar het, dat komt, maar. Er zijn van die dingen waar ik echt van denk. Je weet toch dat er, dat er een soort ordehandhaving nodig is. Dat kan toch. Je merkt al dat er waar was dat in Seattle dat er een hele blok al overgenomen is. Ja. Door een bende met machinegeweer. Dat loopt er compleet uh. uit de hand. Er worden mensen afgeknald tegen hmm. 200 per uur. Niemand komt er nog tussen. Hey, of politieinterventie in New York is ook zo de grootste crime wave sinds, denk ik, de jaren tachtig. Dat daar aan de gang is, omdat politie meer zo nu ziet: oké, okay, we'll stand down. Hey, mm -hmm. We komen tussen heel veel niet tussen. En je ziet dat het volledig uit de hand loopt. Well. Dat je denkt dat dat, is, dat is totaal je reinste nonsens En ook dingen als wat jij zegt, het, het sociaal werk aspect, dat is allemaal heel cool, maar er zijn heel veel mensen. Als je echt met geharde criminelen werkt, hè, wat ik, ik denk dat jij beter weet dan het is eender wie. Maar als, hè, we kennen meerdere politieagenten als je daarmee babbelt, wat die zeggen is. Ja, maar er zijn mensen die zien dat alleen maar als een teken van zwakheid mm. dan. Hè. Dan wordt er ja, ja. belachelijk hard van geprofiteerd. Dus ik weet. Ik, 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 ja. wat, wat denk jij ervan? Wat zouden ze in Amerika moeten doen? Moeten moet opleidingen voor politieagenten moeilijker en zwaarder worden? Moet er meer een soort. Moet er meer begeleiding zijn van psychologisch? Hoe zitten die mensen in elkaar voor je dat moogt worden? Is dat te gemakkelijk om politieagent te worden? Um, ik weet niet hoe dat systeem in Amerika werkt uh, volledig. Maar ik denk dat die opleiding ay, beter in elkaar stikt, gelijk hier. Okay. Um, hier ben ik daar eerlijk in: ay, da, de psychologische testen en dat ik heb gehad, dat was eigenlijk een loterij. Hey, dat is like, een sollicitatiegesprek. doen wij veel, eh, veel beter voor dan dat je bent. Hey, ik, doe, ik wil de job mm -hmm. doen om mensen te helpen, hoe hij die praat, ja. wij je een beetje gewoon verkopen, en je bent binnen. Maar tijdens mijn opleiding zat er bij mij in de klas al mensen waar ik van dacht van, eigenlijk zou jij nooit flik mogen worden. Ja. Dat is een minderheid, hè? een heel kleine minderheid. Mm -hmm. Maar er zullen er altijd zijn die door, door het mazen van het net glippen. Um, Moeten de opleiding dan, dan strenger maken? Ja, maar dat, is ook, dat heeft ook weer allemaal te maken met geld. Hè? Mm -hmm. Dat heeft allemaal weer te maken met geld, ay, met, ja. met, 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 met schietincidenten ook. dat er dan, eh, de, 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 Commentaar dat er een vaak komt van, hij gaat op de benen moeten schieten, maar ja, dat, zo, dat lezen ze heel vaak hè? Tipen ja, ze ja, ja. ja, 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 ja. Waarom hebben ze niet in zijn benen geschoten? Maar, ik weet niet, hoe het al mijn vuurwapen? Ja, ja, geschoten. Ja, ik weet ik. weet wat je gaat zeggen. Moet zeggen, Morf. Ja, maar is, ik, ja, ja. ik dag uit om, om van op, op, op zeven meter iemand dat komt aangestormd met een mes om die in zijn benen en je bent al blij dat je iets raakt. Centermassa. hè? dat is ja, wel het. Is, ja, ja, Het grootste stuk, hè, Je je ja, ja. op de romp. Ja. Ja. Daar mikte op. Um, Wil je bij onze reflex kweken dat we echt naar die benen gericht schieten en ook nog iets raken, ja, dan kom je in speciaal eenheden toestanden. Hè? Mensen die, ik weet van hè, de, de federale speciaal eenheden, die jagen er op een, uh, op een week, jagen die er meer patronen door op training dan wij op een hele carrière. Mm -hmm. En die kunnen dat. Hè, die na de slam dat er uh, gelopen, ja, ja. Uh, plek in zijn been. Ja, die kunnen dat, omdat die dat elke nacht doen, ja. bij wijze van spreken. Die jagen... En dan nog, want zo'n gasten zeggen ook... En ja, ja. wij hebben zoveel dingen geprobeerd, hè? zo dingen dat ik heb gehoord van vooral Ik kan geen namen noemen, maar die vertelden wij hebben, zo, wij hebben ooit eens oefeningen gedaan, zoals dat je in de films ziet: hè? dat je zo op taf loopt en schiet, terwijl ja, dat je mama. loopt, die zeggen je schiet alles ernaast. Je raakt niks. Zelfs mensen die keigoed kunnen schieten, ja. die dat zeggen, al die dingen, gelijk, gelijk een pistool zo vasthouden, gelijk ja. in de films, die zeggen, ja, uw, uw pols verzwikken, ja, dat ja. doe je daarmee, ja, ja. maar voor de rest niks. Um, zo, al dat soort dingen, ja, dat is enorm moeilijk. Hè? En vooral hoe snel dat iemand afstand aflegt ja, ja. naar u ja, toe. Ja, ja. dat is echt aardig. Dat is wat je enorm onderschat, wordt Ja, Tijdens opleiding krijg je er, krijg er uh, heel veel filmpjes van te zien: mensen die met een mes aanvallen. Uh, wij, wij oefenen er ook op: iemand dat van op uh, 5 meter, u bestaar, uh, die trekt een keer een mes van achter zijn riem, die attaqueert u, jij moet uw wapen. Hè, nog... Wat uw holster trekken, sommigen moeten nog wapenen, dat is verschillend lokaal of federaal, maar is wat? Bij mij zit er een kogel in de kamer, dus die kan in principe direct schieten, maar dan nog, je hebt die niet. Mm -hmm. Die vliegt rond mijn nek, die, die kan u 10, 15 keer steken, je... Mm -hmm. um, ja, dat, dat is zoiets. En je, je kunt daar wel op trainen, maar dat kost gewoon massa's geld. Dan moeten ze je elke nacht naar de schietstand gaan sturen en daar is gewoon geen, geen geld voor. Mm -hmm. Dus uh, ik ben daar zeker voorstander van, om, om meer opleiding en, en meer doorgedreven opleiding, maar. Ja, ook een voorbeeld dat mijn opleiding slecht nieuwsmelding tegen, tegen iemand moeten gaan vertellen hè, dat, dat, dat zijn kind verongelukt is, dat zijn partner zelfmoord heeft gepleegd, een arbeidsongeluk, maakt niet uit. Ik heb daar tijdens mijn opleiding een powerpoint over gehad. Ja. Een half uur powerpoint van, en het enige dat ik ervan onthouden heb is dat je met de deur in huis moet vallen. Hè. Dat je doet de deur open, Alex, ik heb slecht nieuws, dit of dat is verongelukt. het dan moeten doen. Ja, regelmatig. Ja. En? Goh, in begin... ja, en waarom moet we met de deur hiernaast vallen? Wat is de... Ja, psychologisch blijkbaar is dat, is dat beter dan dat je zo zegt: van, Goh, hè, Alex, ik ga si even, even zitten. Ja, ik ja, ja, ja. um, ga ja, uh, iets drinken, Alex. Ja, goh, ja dingen, weet, hè. dingen is gaan werken vandaag. Hè. De, ja, ai. Het is gewoon een hey, al... heb, heb je dat zo gedaan toen je begon? Heb je die nee, fouten nee, gemaakt nee, Of wie dat wel direct? Die fout niet, omdat het dat, dat enige dat ik onthouden heb, dat er in de PowerPoint op gehamerd werd: van, eh, direct zei waar dat op staat. Um, als je dat de eerste keer moet doen, is dat echt mega stresserend. Dan, is je dan voel je echt wel hart kloppen. Dat is, dat is niet normaal. Het voordeel is wel dat in het begin de, de nieuwe collega's wel worden gespaard. Normaal gezien, dan als jij het woord nemen um, En ja, dat wint dat, dat is ook dat is akelig om te zeggen, maar je wordt er ook wel beter in. Mm -hmm. Doordat je daar aan wint word je er ook beter in, want je wordt er ay, zelf minder emotioneel meegesleurd gesleurd. Um, ja, dat is een rot opdrachten. Uh, zeker als je moet gaan vertellen dat iemand iets aan een kleine of zo is verongelukt. Ja. Dat je ook totaal niet kunt inschatten hoe dat mensen reageren. Sommigen die, die klappen dicht, die zeggen: Oh ja, oké. Okay. Hey, Sommigen worden woest. Ik heb al geweten dat er mensen oh, hey, dat dat, die fysiek agressief worden naar ons toe. Ja. Uh, hey, je moet er ook alle begrip voor hebben. Hè? Maar mm -hmm. dat zijn alles ja, rotopdrachten. En dat is iets dat ze op Highland nooit zullen zeggen. Van. Als ja. we moeten, uh, dat kunnen ze wel, eens slecht nieuwsmelding gaan doen. Hey, dat, ja. dat is iets dat. Maar dat hoort er ook bij. Hè? Hey. Ja. Uh, en dat is kut. Maar dat is wel iets dat je dat goed doet. Waar gewoon voldoening van hebt, mm -hmm. Achteraf. Allee, dat is iets... We hebben, ik heb pas nog een zelfmoord gehad, een heel brute zelfmoord. Um, ik heb daar toen samen met een collega, die ook echt pas afgestudeerd is, dus chapeau daarvoor, um, uren liggen bij die familie gezeten. En achteraf hebben die ook echt bericht gehaald hey, We even gezegd de, de, de politie willen bedanken voor de goede zorgen daar ter plaatse. Dat is wel plezant. Daar zand. We er wel voldoening van, omdat dat voor die mensen dat is, dat is de start van die hun verwerkingsproces. Um, dus als dat al. Ja, goed begonnen is, dan is dat wel. We hey, ja, hadden er wel voldoening van. Ja. Maar um, ja, sommige collega's zijn daar niet goed in, omdat ze daar ook. Ja, ja, dat is ook iets, daar dat, kun je, denk ik, ook zoveel opleiding over geven. Ja. Totdat je dat eens echt moet doen, dan. Uh, en dat is ervaring. Ik denk ja. dat ja, ik denk dat heel moeilijk is. Dat je ja, zo, uh, dat, is, dat is. dat is met, met knieën en knieken, zeg dan dat de combi stapt. Ja, ja want ja. je weet, binnen een minuut kon Kiki iemand zijn leven nog dat kloot aan helpen. Ja, ja. 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 Dat is echt, uh... ah, niet altijd. Ik heb het ook eens moeten gaan vertellen bij een, uh, een, een dame <laughs> um, die, die vent was in de haven hier en onder een container gesukkeld. Hè, zo plat als ziet. Dus die... Even Sorry, even, even, even sorry graf... voor de man ja, even, onder even, de container. Even, even dat grafisch. Ik... Ah, ja. Ja. Want een man die onder een container valt, als je container is dat eigenlijk in een tekenfilm? Wat, wat zie je dan? Um, ik, heb zelf, ik, heb eens, ik heb al mensen die onder een camion hebben gestoken. Dat is echt met een schub. Echt van een asfalt kon steken. Ja, ah, dat is wel. Ja, Ik, dat ik heb ooit, toen ik studeerde, een, een, een kerel van mijn klas, en die vindt uh, jaar, en die betaalde zijn studies met lijkophaling. Ja. En, uh, dus, want dat is, je denkt dat dat ambulance is of zo, maar dat is blijkbaar. Hij noemde, ja, noem, ja, de Ja, ah, die werkte er, en die, ja, dat was echt letterlijk, die zei, ja, op een duur, dat is verschrikkelijk, maar op een duur kunnen, ik weet hoeveel dat een kop weegt, ik weet veel dat een been weegt. Uh, ik weet wat het is om van een asfalt van de E313, want voor het parquet dat je dat er moet afschrapen. Ja, ja. En zo, ik vind dat ze gewoon als zit Alleen kindjes, dat blijft. Ja, dat dat, dat, ja. dat wint niet. Ja. Maar dat is inderdaad schrapen, die gebruikte dezelfde terminologie. Ja, dat is echt een oh. van Een asfalt. Ik weet. Heb je dat um, al moeten doen of, of gezien? Um, ja, of zelf moeten doen nog niet. Ay, dat is iets van ja, een brandweer ja. of zo'n zo gespecialiseerde firma, ik kan niet op de naam komen. Shit. Ik heb zelfs een collega gehad, dat dat ook als bijberoep heeft gedaan. Maar zwart, um, ik heb dat zelf nog niet moeten doen, um, omdat dat ook ons job niet is, maar al wel gezien. Ja, ik weet ook um, van collega's ooit dat er uh, een, een kindje, dat was ook echt heel, uh, heel grof, een kindje onder een camion een gesukkeld, maar echt onder de wielen. Oh. En dan um, moet er ter plaatse beslist worden van, gaan we de camion er afrijden of gaan we een kraan laten komen, wat dan nog eens uren duurt. Um, ja, dat, dat is hondsbrutaal, hè, zo. Mm. En die collega's waren er ook wel echt slecht van, ze. Die zeggen ja. inderdaad ook, kinderen, um, ik heb ooit een collega gehad, dat was eigenlijk mijn mentor toen ik begon, um, een, een vrouw met, met vier kinderen in een auto, van onder, ey, onder een oplegger gegaan, mm. moeder op slagdood, kinderen één voor één, nog gestorven, waar de ey, mugarts bij was. Ja dan, ey, dat zijn wel dingen, ja. dat hoort er ook bij. Hè. Ja. Um, maar even om terug te komen op die container, dus um, ja, knikken en kniekjes aanbellen, ding-dong, dat is al redelijk laat, die dame doet open, ik zeg, ah, eh, mevrouw, bent u de echtgenote van Puppel de Pup? Ja, ja slecht nieuws, die is omgekomen bij een arbeidsongeval. Uh, wel, dat is een chansje eigenlijk, want eh, die lag blijven in een vechtscheiding, en ja, dat kwam dan goed uit, want het was eh, niet, niet de gemakkelijkste mens blijven om dingen mee te regelen, dus nu was in één keer op slag alles geregeld. Ja. En uh, ja, die verpinkte, nu nee, die... En wat zei je dan? ja dan verschiet hè dan sta ik met een mond vol tanden maar dan zeg ik ja, oké okay, mevrouw hè. ik kom dat gewoon even meedelen. meedelen um, zeg iedere Zo zoals het niet nodig, zegt ze Ik trek mijn plan wel en dan ja, vertrek terug Dan is... dat moest ik geen uren bij zitten zo'n zo ja. zo ja. zo flesje aan ja, je moet je wel netjes net ja, ja ik weet ja, ik weet niet wat ze exact zijn maar als extra ah, die, die die is, ja. dat, is dat want het is, dat is een kei goed verhaal maar ja op zich denk jij wel Zeker wat je met comedy of zo doet, ga je ziet wel de menselijke psyche in enorm veel paletten ja. first hand. Hè? Ja. Want hé, hey, dat is een kaihoe vooral, maar wij kennen niemand die dat zou zeggen waar je bij zit. Ja, ja, tuurlijk. Ja. tuurlijk. Ja. Je ziet ziet echt van de ergste, extreemste fucked up mensen, ja. zowel in goede als in slechte zin. Ja, dat vind ik wel cool. Dat vind ik een van de coolste dingen aan die job eigenlijk. Mm. Dat ik zo. Want ja, ik ben ook maar opgegroeid in een, in een, in een gewoon campusdorp, gewoon, en niet, niet, geen zotte dingen meegemaakt, nooit. En dan bij de politie is dat constant dat je zo mensen op hun een, ja, een diepste punten ziet, op hun een, op een, een, ja, meest emotionele momenten. En uh, ja. dat is er wel cool aan, vind ik. Ja, dat je zo wel wat, wat mensen kennen, is misschien niet het juiste woord, maar dat je inderdaad zo over de menselijke psyche, dat je daar wel iets over leert. Ja? Dat, dat een mensen ook rare uit de hoek kan komen. En uh, ja, dat is tof. Oh, dat... dat heb soms een neiging, want dat wordt, dat wordt dan hè, vaak gezegd, je kunt bijvoorbeeld mensen hebben die, uh, ik zal nu maar zeggen, like de, de vrouw van Andries, hè, die uh, Nederlands geeft aan anderstaligen die uit probleemgebieden mm -hmm. komen, maar die, wordt, die komt eigenlijk constant in aanraking met de positiviteit. Mm -hmm. En vaak als politieagent komt er met heel veel dingen met, van de mensheid met de negativiteit in contact. Is dat moeilijk om... Bij wijze van spreken, niet uw geloof in de mensheid te verliezen? Of krijg je er toch nog genoeg impulsen dat je zegt. of is het het werk, de voldoening van het werk toch ook veel dat dat u wel overeind houdt? Of? Ja, ik merk dat al bij sommige collega's. Dat is zo beetje, ik noem dat interventiemoeheid. Um, mm -hmm. Als je die job denk, vanaf een jaar of tien of langer doet. dan, dan merkt het soms wel bij sommige collega's die daar niet meer goed mee om kunnen. Um, zo altijd dat, dat negatieve, want ja, dat is het. Als mensen dan 101 bellen, dat doen ze niet als ze de lotto gewonnen hebben. Hè, dan bellen ze ons niet. Ze bellen ons niet om dan te zeggen: van hè, we hebben de lotto gewonnen, Huik komt mee vieren. Dat doen ze niet. Het is altijd, je moet altijd bij mensen komen. Zou die... dat niet cool zijn als iemand dat ooit iets zou doen? Gewoon nog de ja, politie ja, bellen en zeggen: man, ja. dan kom komt er gewoon net vanaf. Want. Ja, ja, soms je kunt wel leuke interventies hebben Je ja, je een mm -hmm. ander beest moet gaan vangen of zo mm -hmm. maar ja, ik merk wel ja, dat sommige collega's dat die daar uh, niet meer goed mee om kunnen um, zeker zo met mijn intrafamiliaal geweld en zo ja dat is heel vermoeiend dat is heel vermoeiend zeker als je zo altijd bij dezelfde moet zijn altijd daar terug moet gaan bemiddelen en, en, en je weet dat is gewoon is grof om te zeggen maar vaak zit er energie in een, een bodemloos vat ontgooien hè? Ja. En, dat moet ook eerlijk zijn. sommige mensen die zijn zo ik noem dat zo point of no return Drugsverslag en zo, ja, dat is keer op keer dat je daar dol mee hebt. En nou, daar verandert niks, hè. Die, 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 die zijn te ver heen. Um, en daar hebben sommige collega's het wel mee gehad, mm. na een tijd. Maar of ik daar echt nu zwartgallig van word, ook naast het werk, of, of dat nu niet per se, denk ik. Dan moet ik een ander job zoeken. Mm. Dat geldt ook voor, voor begrafenisondernemers, mensen in, in ziekenhuizen. Mm. Um, je doet je doe die job, hè. ik heb daar vrijwillig voor gekozen, ik word daar correct voor betaald. Ja. Dus dan moet je daar ook niet te veel over, over mouwen. Maar ja, dat neemt niet weg dat inderdaad na x aantal jaar dat, je wel, dat dat wel zijn sporen na had. Zelfs. En zo, en ja, de publieke perceptie. Allez, ik bedoel, als je in je korps zit, eh, ja, dan is dat, kan ik me voorstellen dat die brotherhood ook wel tof is en cool ja. is. Maar ja, je zit nu al in een tijd en waarschijnlijk al altijd geweest. Ja, er zijn mensen die altijd doen over het feit dat je een politie is. Is dat iets dat je echt naast je neer kunt leggen? Of weet ik dat soms op een zenuwen als je weer de zoveelste. Ja, dat jij waarschijnlijk je ongeïnformeerde veralgemening moet lezen? Bij mij niet echt. Ik heb mijn eigen er ook een beetje aan de hand van mijn comedy-denk een beetje bovengesteld. Door het, er ook gewoon, gelijk die joke dat je ervoor las van vanaf half elf mensen in elkaar gaan rammen. Gewoon zo een beetje die vooroordelen bewust bevestigen. Zo van inderdaad, wie wij zijn. Ik heb daar zelf eerlijk gezegd niet zoveel problemen, mee. Ja, ik, dat's, dat's, dat klinkt hot maar ik, ik stel me eigenlijk zo wat boven, boven mm -hmm. die, die kritiek, omdat dat, je gaat die mensen toch niet kunnen overtuigen van tegendeel um, plus eigenlijk weet dat ook, wat zijn eigen online en, en op sociale media afspeelt dat is een andere wereld, gelijk wat er op straat gebeurt, hè. Mm. en op straat de meeste mensen zijn echt nog wel vriendelijk en correct naar ons toe, ze. Dat ja, vond ik wel hmm. trouwens een hele. Was, was, helaas de commentaren waren fout as fuck, maar dat was nog aanleiding van die Frankie, Dat was ook zoiets dat op Facebook uh, uh, circuleerde. Hallo, ik ben uh, whatever whatever. Uh, ik heb echt iets mega zot meegemaakt. Ik ben goed behandeld geweest door de politie. Ik zal zeggen wat ik gedaan heb. En dat geeft je zo heel last. De politie vroeg mijn identiteitskaart. Ik gaf ze af en ze was in orde. Ja. De politie vroeg mijn verzekering. Ze was in orde. De politie vroeg dit. Ik gaf ze af en ze was in orde. Kijk, het kan dus ook ja. als jij met alles in orde bent dat de politie vriendelijk is. En natuurlijk, die commentaren waren natuurlijk weer het riool. Hè, want, nee. uh, maar als je de commentaar die las, ja, ik kan het niet ontdoen, dan moet ik ook wel lachen met zoiets. Ja. Ja, vooral Omdat... de mensen die dan de ironie ook al niet doorhebben van wat die heeft. Hè, ja. Dat je zo zegt van. Ik ben nu ook een, een hele logische, normale situatie ja, ja. aan het uitleggen, alsof het een uitzondering is. En dan heb je dan nog altijd mensen die niet doorhebben dat ook daar een humoristische ja, maar, ondertoon in was zit. Dat is natuurlijk ook, ja. die gasten vertellen dat luchtig, maar het was ook de rechtse commentaren waren dan ook wel weer. Ja, was, ja, ja. Je, je kunt niks niet, Eigenlijk moeten stoppen met commentaar te lezen, maar ik moest gewoon lachen met, dat, met vooral die opsomming. Ja, ja. Ja, 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 ja. Zo, zo van. Ja, maar ja. dat is wel wat er 98% van de tijd gebeurt, oké? Ja, ja, ja. Je vraagt iets aan mensen, mensen antwoorden. En ja. je gaat het elkaar als vrienden het leven. Dat is wat, dat is wat overdreven. En ja, high five, maar, maar dat, zo borst dat, tegen één, hub, gedaan. Ja. ja, wat de media haalt, dat zijn de dingen die mislopen, natuurlijk. Hè? En dat is maar een heel klein, mm -hmm. heel klein percentage van, uh, ja. van ons tussenkomsten. De meesten gaan uh, perfect gesmeerd, zal ik zeggen. Ja. Um, ja. Maar voelde dat er. Uh... Ja, ik weet niet, ik, ik, ik denk altijd van als ik opgroeide dan hè, in, uh, in Deurne-Noord of zo, dat was zo, ja, de politie, dat was wel iets, als dat er aan kwam, je op mijn rug recht, zing ik me alles in orde, in het lesje wat je ging doen, was er fompig tegen doen. En soms als ik dan nu zo als oudere zo lees, mm. dan denk ik, man, 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 die je me allemaal lef, jongen, dat zou dat... dat ja, ik zou het ook zelf niet. Is dat veranderd of zo? Goh, of dat... Andrië, ik ben daarover nog niet lang genoeg polis, denk ik. Maar als ik dat hoor van de collega's die de Rijkswacht nog hebben meegemaakt. dan geen de Rijkswacht dat was. Ja, maar dat was een ander niveau. Hè? Ja, dat, dat was militair er, ook ja, is echt. Ja, ja. Waar, hè? Militaire opleiding en zo. Ja. Um, ja, gewoon in het algemeen. mensen zijn mondiger geworden. En dat is ook. ik vind dat positief op zich. Hè? dat mensen mondiger worden in hun eigen mening. Maar ja, hou het gewoon beleefd. Hou het gewoon mm -hmm. correct. En. Um... Ja, wij, wij kunnen er ook niet omheen dat wij als job moeten doen. Hè? Ai. Ja, nee, ja, maar, dat... maar maar ik bedoel, is er bijna, als je zegt een lastige interventie, het de niveau van gescheld, wat Frankie, sorry, Frankie, moet je ook gezinnen wel. Frankie is de Frank, van Sorry, <laughs> Frankie, maar jij het gedaan? Ik <laughs> uh, bedoel, ja, dat, dat, dat zal niet, dat gebeurt toch meer en meer? Ja. Ja, is dat zo? Ja, dat is de ja ik trouwens, ja, ik de denk ja, maar... iets meer. Ik doe het nu tien jaar en gevoelsmatig is dat wel iets of. Uh, ja. Ook ge gebruik van geweld is ook wel iets of. heb uh, ik een indruk omhoog gegaan. En merkte dat dan bij jonge mensen vooral? Of is dat bij in het algemeen? Um, als er geweld gebruikt wordt, dat wil ik ook wel zeggen. Ik denk, ik zag dat met een duim, deze statistieken. Mm -hmm. Maar ik denk, gebruik van geweld, 80% van de tijd heeft dat te maken met um, misbruik van alcohol of drugs. Ja. Ik denk. 8 op de tien keer als ik, als ik met iemand moet vechten, is dat iemand onder invloed. Mm -hmm. um, dus ja, is dat gebruik misschien gestegen? Ik, ik weet het niet. Um, maar voor de rest, ja. Als wij geweld moeten gebruiken, is dat heel vaak in het kader inderdaad, van alcohol of drugs of intrafamilie geweld geweld. Een vent gaan buitensleuren ergens of zo. Nou. <laughs> even als je zoiets ontdoen, bent, niet als je ze voor je leven ontvechten, maar is dat soms ook niet dat je gewoon een lach niet kunt inhouden? Of is het echt serieus? Ik zou, Als ik soms die verhalen hoor, dan denk ik: come on, man, je zit hier even in floddermeets, de hele ja, ter ja. dingen binnengestapt. Ja, ja. Je moet hier nog dat drama lusteren, je ja, moet ondertussen ook nog gaan kalmeren. Nou ja, ja. Hey. ja, we hebben zo, echt, echt ja, noem mijn kop als wat ik zeg. We hebben een, nee, fam nee, niet doen. een familie. <lacht> <lacht> ja, hoeveel aansluiting? 120 gemiddeld, of zo. <laughs> ja, ja, ja. <lacht> <lacht> um, ja. We hebben zo echt een familie in de zone wonen, en die noem, wij noemen die echt familie Flodder. Mm -hmm. Een echte naam kan ik niet zeggen natuurlijk. <laughs> en ik ben er ooit een interventie moeten gaan doen. Eh? familie van genechten? Ja, nee, ja. nee, maar... het, het, het lijkt er wel op. Ja, ja. Zodat, uh, en ik belde eraan, en die, die hadden weer gebeld voor het een of het ander, die altijd bellen voor iets onnozel. En terwijl ik daar stond, zag ik echt op de achtergrond dat broer en zus gewoon stonden te malen. <laughs> echt, hij stond gewoon zijn eigen zus binnen te draaien. <laughs> Ik vind oh. dat wel geniaal, hey, dat, is, ja. Echt, ja, dat he, is echt zo... He, was, wat doe je aan collega's? Zie, zie of, of... Ja, die had dat ook wel gezien natuurlijk, maar dan moet je altijd wel lachen en dan... dan ja. En die moeder die ziet dat op een bepaald moment ook en zegt, Godverdomme, zo klets vond is een kop! Die zijn ja, dan weer! Ja, en daar was het ook mee. Hey, Blijf van je zuster af. Ja, mm -hmm. ja. Dertien jaar een sigaret opsteken... Hey. Ja, natuurlijk moeten wij soms lachen, maar nou, met sommige collega's dat is dat verschrikkelijk moeilijk want je hebt dan sommige collega's die, die, ja, die gaan zo'n rolletje, die worden zo mega sarcastisch, dat die mensen dat ook niet door hebben, misschien ja. ook niet altijd 100% correct is. Maar, maar als collega moet er al echt heel veel moeite doen om daar niet, niet plat te gaan van het lachen. Ja. Ik, uh... Maar echt muilen, gewoon bekken. Ja, ja echt tong op tong. Hè? <laughs> ik, heb ooit, ik heb ooit één keer dat ik het niet meer kon houden. Dat was helemaal in het begin, dat, ik, dat was al lang genoeg alleen wat te vertellen. Um, dat was een kerel en die had een klacht voor verkrachting als zijn broek. Die was. Um goede woordspeling ja, ja moet ik echt oppassen wat ik, wat ik vertel dat ik niet te veel details heb. maar in ieder geval die was um, een, een Thaise vrouw leren kennen die er passeerde hij is op een paar keer aan de praat mee geraakt bla 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 um, afgesproken was, ja, goed kom er eens naar Hoogstraat om um, iets te om um, iets te gaan drinken uh, die iets komen drinken hij uh, die gaat zo mee door dit en dat uh, hij gaat daar een, een, uh, een, een, een huis in aanbouw mee binnen hij heeft daar, daar seks mee hij uh, vraagt van hey, mag, ik bij, mag ik bij u blijven slapen en uh, zegt wel oh, nu nu nee, ik woon nog thuis uh, weg hè uh ja oh nee, nee, dit en die, die gaat er van door Hij pakt zijn bull en die loopt kaart weg. Dus hey, die vrouw op haar pik getrapt. Grappig, mm -hmm. Grappige woordspeling, gaat blijken. <laughs> um, die die kracht in hier in Antwerpen. Hey, dus de collega's van Antwerpen nemen contact op met ons. Hij hey, gaat een gast uit zijn kot halen, want hey, die moet verwoord worden in het kader van een verkrachting. Wat bleek nu? Die Thaise vrouw was geen Thaise vrouw, <laughs> dat was een vent. Ah, ja. Maar hij was zo weg van een drank dat hij dat niet, niet door had. Maar wij wisten dat wel, dus wij zijn in aan maar die weet op dat punt nog niet dat hij seks gehad met een vent. <laughs> dus, een collega, de Jean is ondertussen op pensioen, spijt, want een gast, een hoofdinspecteur, eh, die is aan En, en zo halverwege vroeg: vroegen, zeg, maak ik nou eens iets vragen? Had ik eigenlijk, doordat dat een vent was... <laughs> en ik, ik keek zo naar de grond, gewoon Vincent, de tegels beginnen te tellen, want, en ja, gewoon kapot. Dat, dat, dat hield ik niet meer, ook met die keer als de reactie ja. ja. ik kreeg niks te horen dat je... Um, dus ja, op zo'n momenten. Dan houdt het. Dat gebeurt wel eens dat je het niet meer normaal gezien. Wat was zijn reactie trouwens? Ja, die was helemaal oh, van. Nou, hoe zouden we zelfs zijn? Hoe zouden we zelfs zijn? <laughs> ja. dat was ook geen verkrachting. Hè? Had, dat was wederzijds ding. hij was gewoon op een pik getrapt, omdat hij dat daar laten... letterlijk. Dan. Ja, omdat, dat die, omdat echt... hem niet had laten staan. Oh, hè? Dat, door, hè? Het is joh, dat is eigenlijk. je hebt ook weer zo'n type voorbeeld van dat joh, de realiteit gewoon zotter is dan de fictie. Ja, niet... ja, dat is gewoon in de gloria en echt zoiets. Hè? Dat is mm -hmm. zalig, hè? om daar dan middenin te zitten van op de eerste lijn. Um, is In de Gloria dan toch niet zo'n fictie dan? Dat is een uitvergroting van, maar er zit wel. Ja. Ik heb dat nooit zo onrealistisch gevonden, eigenlijk. Zo, in de Gloria, integendeel. Ik denk dat dat net de kracht van heel die reeks was: dat dat ja. zo herkenbaar was, al die dingen. Ja. Zo, ook zo, die, die, vooral die mensen die zo. He, als, als je films ziet of als je boeken leest of die zender wat, je hebt altijd zo het, het soort extraordinary ding dat iemand overkomt. Of dat, dat leven waar dat toch altijd iets in gebeurt, mm. dat dat speciaal is. Of ja. dat dat... En in de Gloria specialiseerden in mensen waar dat helemaal niks gebeurt. He, die gast die je zo dat afscheidsfeest ja, geeft, ja, ja, pensioen, zodat daar ja. niemand komt. Ja, ja. En die is een vrouw dat dan zo. Het is kwijt vervakt. Joh, ja, joh. Ja, ja. ja. ja, ja. En daarna komt hij er terug in dat je zo foto's aan het trekken is, Dat we van hoop dat hij op het nieuws terechtkomt. Ja. maar dat gebeurt dan ook nooit. Ja, Dat is veel mensen hun leven, is ook dat. hè, ja. Dat ding waar je van denkt: ja, nothing ever ja. happens. So, dat heeft ook iets enorm tragisch, maar... Ja, ja. Daarom blijft dat gewoon goed ja. he, in de glorie. Ja, de, denk je dat ja. je in een comedian had gewerkt en moest je bijvoorbeeld bij een verzekeringskantoor gewerkt hebben? Was dat iets dat er altijd in zat? Of was dat politieleven zo'n bron van klein menselijkheid en, en inspiratie? Nee, want in het begin, toen ik met mijn comedy begon, vertelde ik dat ik een flik was. Mm. Dat is eigenlijk pas gekomen toen dat uh, fokken. Ja. was een aan de eersten. Jasper Posson was ook een van de eersten dat tegen mij zei, mijn jonge gast verteld is over het job. Dat is, ay, ja. Mensen willen dat horen, mensen vinden dat al tof, een flik op een podium. Um, dus dat is niet doorslaggevend geweest, dat ik bij de, de politie ben gaan werken. Maar het is nu ah, blijkbaar wel een goede uh, inspiratiebron mm -hmm. gebleken. Dus... Um, ja, mensen... Maar het is niet dat het, dat het een uitlaatclip is, of, of toch wel. Zijn er nu wel momenten dat je denkt, omdat je die comedy doet, want je had het eigenlijk er straks een beetje gezegd, van ik kan mij er wat boven zetten door mm -hmm. mijn comedy. Door zo dingen mee te maken en te denken, in plaats van mee te gaan in heel dat gezag, zink ik hier materiaal in. Ja, voilà. Ja. Ik, ik heb dat ik als zowel van. Ik, kom niet aan, want ik kon hier ook wel voordeel uit. als ik dan zoiets meemaak. Van nu is het misschien niet plezant, maar um, ik had er wel op een podium iets mee kunnen doen. Dus misschien dat dat onbewust. Um, op, dat, ay, op, op, op die manier um, wel een voordeel is voor mijn comedy. Maar ik ben niet mee comedy begonnen. Van, oh, ik heb hier. Uh, ik moet dat hier ventileren ofzo, mm -hmm. Helemaal niet. Ik ben begonnen met comedy omdat ik graag schreef. Um, ik al. Ik ben al. al toen ik jonger was ik met kort verhalen begonnen. Dat was, ik dacht eerst aan een boek. Dat is al zo mijn, mijn richting, zijn om een boek schrijven. En dan. Ja, heel. Wat voor, wat voor kort verhalen waren dat? Ja, wel humoristische kort verhalen. Ja. Ik, was, uh, ik ben altijd een enorme fan van Herman Brusselmans, maar ja. niks beters. Zo, zo gortig, also echt dat, dat gortige, dat heel organisch zo, daar hou ik wel van. Terwijl dat in mijn comedy totaal niet is. Mm. Um, maar ja, zo'n boek schrijven, dat is een monnikenwerk hè. Dat, dat is, ja. dat is um, Terwijl, comedy, dat is veel ja, directer hè. dat is mm -hmm. mob feedback, mob feedback, mob feedback. En op een bepaald moment heeft mijn uh, schoonzus, toen hij ging trouwen, die heeft eigenlijk gevraagd aan mij van Ja, Vincent, hè, die wist dat ik daar wel mee bezig was, met mijn kortverhaal schrijven, wil jij misschien niet zo'n afsluitende speech geven hè na al die, hè, de getuigen en zo, eh, tranches, emotioneel, wilde jij niet zo de, de luchtige noot verzorgen? En ik heb dan zo'n setje van vijf minuten geschreven en dat, dat viel in de smaak. Ja, ook logisch. Dat zijn allemaal mensen die gewoon daar niet die ceremonie. Hij best mm -hmm. door daar niet te lachen. Dus op zich een heel dankbaar publiek. Maar ik vond dat vooral leuk om te doen. En dan heb ik mijn ingeschreven de Comedy Academy van de Bas en de Fokken. Ja. En uh, ja, <coughs> zo is het eigenlijk uh, begonnen. Maar je hebt het politiegegeven. Hij heeft daar eigenlijk geen, geen rol in gespeeld. Toch niet bewust? Nee. Toch niet bewust? was comedy iets dat je, dat je al vaak bekeek zelfs ook? Was dat iets waar je zelf. Oh, Worden je, fan van bepaalde mensen? Of hadden dus ze zoiets van dat vind ik een inspiratie of daar wil ik naartoe? Of... Um, ik keek wel comedy, maar gelijk dat iedereen comedy keek. Uh, uw shows kennen ik, ik had u ook al een paar keer live gezien. Um, mm. De Geub ken ik uiteraard ook. Ik had zo, de, de grote namen, had ik allemaal een keer live gezien als die in de buurt kwam Ik ging daar wel naar kijken. Um, op tv keek ik ook wel naar de shows van uh, Chris Rock, vond ik bijvoorbeeld uh, yeah. heel, heel tof. Onze pa vond dat ook heel tof, dus dan keken we samen. Um, dingen ben ik nog altijd fan van maar Ronald Goedemond. Ja. Nederlandse ja. cabaretier. doet totaal iets anders wat ik doe. Maar ook supergoed. Um, maar echt veel comedy beginnen kijken. Is pas begonnen met um, hetzelfde doen. En zelfs dat valt eigenlijk wel mee, neuzen. Mm. Ik zeg, ja, als ik op Netflix een show opzet. Um, heel, heel vaak zet ik die na een kwartier af. Als ik zo niet direct ja. mee ben. Omdat ik ook vind dat comedy live en comedy gecapteerd. dat dat wel echt een wereld van verschil is. Dat je helemaal alleen mm. in een zetel zit een show te kijken, of zit in een zaal. Dat is toch een heel ander, ja. heel ander vibe, um, Maar echt voorbeelden had ik niet echt, um, totdat ik dingen aan leerde kennen natuurlijk. Anthony Jezelnik. <laughs> en dat was voor mij zo'n beetje een uh, reka-moment, van, ja, ja, fuck, dat wil ik doen. Je, je zit er eigenlijk wel vergelijkbaar mee. Het is iets dat je eigenlijk al deed, zelfs voordat je hem kende, denk ik. Dat dat gewoon een beetje een kinder-spirit ja. is, misschien. Ja. 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 Zo die, die een hang naar uh, donkere onderwerpen, dat had ik zeker al. Um, was dat iets dat je altijd al dit had? Zelfs voordat je. Ja, als ja. Ja. Dat dat ik, dat ik zo schreef, was dat ook al wel zo. zo de dood en, 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 en zo. Ja. Ik vind het leuk om um, humor te zoeken in, in onderwerpen waar je niet direct humor uit verwacht. Ja. Ja, de dood dat is natuurlijk een klassieker, maar ik probeer daar nog verder in te gaan. En dan Jokes te maken over zelfmoord, over verkrachting, mm -hmm. over um, kindersterfte. dat is een hele moeilijke wel. Mm -hmm. um, maar ja, Jasonlijk doet dat. Ja. Dead baby jokes. Voeten vooruit die doet hij er, dat neemt he. er massa's. Hè? Ja. Um, en ik zeg altijd, ik vind daar niks grappig aan, kindersterfte. Ik vind daar echt absoluut mm -hmm. niks grappig aan. Maar ik vind het wel een uitdaging om daar jokes uit te puren. Ja. Om, om mensen te laten lachen met jokes waar ze eigenlijk niet mee willen lachen. Ja. Um, Oh, mijn stijl is ook heel hard. Oh, hoe moet ik het zeggen? De yeah. joke is voor mij heel belangrijk. Ja. Ik, mijn, mijn, hoe moet ik het zeggen? Mijn jokes die moeten op papier eigenlijk al. Jij ja, ze, ze niet degene dat hem vooral vertelt waar wat funny stuff in nee. zit? Bij u gaat heel hard ja. duidelijk. Het, het, ja. het is te kort door de bocht voor het alleen maar one-liners te noemen, nee, het is, maar het nee. is wel. Ja. Die is echt een joke, hè? Ja, het is echt een ja. korte joke. Ik heb, dat, um, ik heb dat nog eens gezegd, ik probeer altijd op 100 lettergrepen ongeveer te mikken per joke. Dat is redelijk kort. Dat zijn twee, drie lijnen. Um, en dat zijn zo echt allemaal afgebakende mopjes, waarop zich eigenlijk in een rode draad in zit. Ik kan bijvoorbeeld zitten en een joke vertellen over mijn grootmoeder die, die dood is, maar vijf minuten later kan die terug tot leven. Als dat free joke, ja, is, dan ja, ja, ja. leeft hij terug. Dus als, ah ja, ik denk voor België met een stijl dat niet zo, niet zo gekend is. Uh, de Lucas Lucas Lely doet dat ook wel in zijn eerste uh, mm -hmm. Mm -hmm. special, toch zeker? Ja. Amelie Albrecht doet dat ook, denk ik. Um, maar ja, ik vind dat. Ja, ik vond de Geup eigenlijk ook wel een oh, beetje ja, ja, uit. Ja, de Geup, geup ja, heet dat ook heel ja, 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 ja. hard. En, en hoe, hoe langer dat er mee? Want die heeft altijd gezegd. Zo van, uh, dat hem, die is ook bijvoorbeeld enorm fan van de Wim hè, van Wim Helsen. Ja. En die zei: Oh, dat zou ik meer willen kunnen. Zo dat, ja, ja. dat uitgebreid een verhaal verzinnen. En, en met mm -hmm. uh, vertakkingen en weet ik wel nog allemaal. Ja, en ik en de Wim hebben al ooit eens zo'n gesprek gehad over de geubels. Dat wij al het weer zeiden, oh, Ik zou dat willen dat we dat konden, Zo ja, super ja. simpel kort. Ja, ja. Zo niks van dat vet erop. Gewoon zo bam, die ja, ja. joke. En dat is het. Dus ja, ik denk ja. dat dat heel typisch. Een soort gras is altijd groener. Aan ja, de andere kant ding is. Ik, ik, ja, ik zou ook graag compleet uit de pan kunnen gaan. Gelijk naar Hans Haan of naar Ronald Goedeman. Maar ik kan dat mm -hmm. gewoon. Ay, dat is niet. Ja. Dat is niet een van mijn kwaliteiten. Mijn kwaliteit is dat ik, ik denk, redelijk goed kan schrijven, dat ik echt pure jokes goed kan schrijven. Mm -hmm. um, waardoor dat die delivery ook misschien gewoon iets minder belangrijk wordt. Fokus zegt dat dat, dat dat niet waar is, dat dat ook in mijn delivery zit. Maar ik denk dat bijvoorbeeld wat, wat jij doet, dat dat uh, veel meer een combinatie is van materiaal en delivery. Um, Zeker. Ik zou uw materiaal niet kunnen brengen, terwijl jij mijn jokes denk ik, op zich wel zou kunnen brengen. Ja, maar ik. misschien ook niet op dezelfde manier. Ja, je moet dat niet ja. onderschatten, uh, wat dat, dat toch is. Want, want je zou dat kunnen zeggen, maar als je, als, je, als je het soms vaak moet hebben van delivery, dan is uw delivery soms zo funny dat uw grap niet zo funny moet zijn. So, yeah. je, kunt, je kunt het zo. Dat, dus dat is, dat is iets anders of zo. Ik vind dat een, een, een bijna totaal andere discipline. Terwijl het wel, het is, het is comedy. Maar mm -hmm. dat is het mooie aan comedy. Is dat, je, dat elke persoon dat dat doet, dat volledig kan invullen. Ja, dat ja, hij dat ja. zelf wil doen. Ja. Hij of zij of uh, die of, ja, hem, dat, of is. <laughs> en, uh, ja, dat is. Anyone. Wat ik doe, ik doe uh, um, wat ik grappig vind: ja. zwart en humor. En ik probeer dat te vertalen naar een podium en, en, en het toffe is dat ik daar ook mee dat dat ook redelijk goed lukt mm -hmm. um, dat ik daar ook mee wegkom en de mensen soms wel daar vaker mee krijgen dus dat is plezant ja. dat vind ik, ik vind dat, oh ja, ik vind dat leuk zo'n lach, de mensen laten lachen met iets waar. Dat... Was eigenlijk niet meer willen lachen, maar dat de joke dan toch. Dat is het plaisantste om te doen. Hè. Of ze te laten, laten applaudisseren voor een mening waar ze het in principe ja, voilà. compleet niet mee voilà, kunnen ja, eens zijn. Dat, en... dat, dat is cool. Hè? Dat, en zo... denk, dat, ja. niet, dat je denkt dat kan niet, dat jij eigenlijk deze oké okay vindt. Uh... Maar toch is dat zo. Ja. Dat is cool, een... zo echt om het begin, om te tegen de mensen: van, kom, hè, springt op met een trein, we gaan een ritje maken. En dat is ja. leuk dat ze dan allemaal, uh, blijven zitten tot het einde. Um, ja, ik vind altijd hè, dat zo, als je een joke maakt. Je hebt enerzijds hè, de, de gewichtigheid van je uw, van uw joke, van je onderwerp. En dan de kwaliteit van je joke. En je moet altijd zien dat de joke zwaarder weegt dan hè, bijvoorbeeld. Als je nu vandaag de dag een, een, een joke wilt maken over zwarte mensen. Die joke moet echt top zijn. Keuze. Om daar mee ja. weg te komen. Ja. Um, en dat vind, ik, dat vind ik daar cool aan. Dat ik onderwerpen kies waar ik van weet: van, ja, die jokes moeten echt wel kloppen. Mm -hmm. Want anders gaan de mensen het niet pikken. En dat is de maatstaf voor mij. Vinden lachende mensen of niet wat de rest daarvan van vindt of oh, grof. I, I, da, I, ik zeg dat eerlijk, dat ik moet ook met niks rekening houden, snap je? Ik moet wel meer dingen met, met mijn job. Mm -hmm. Alles chance zijn ze op dat vlak ook wel heel. Hij um, zijn niet echt wel fan van mij ook, ook mijn bazen, dus dat is cool. Mm. Dat zou niet in elke zone waar zijn, denk ik. Maar voor de rest is gewoon wat het publieker van vindt. En als die lachen, oh, dan, is het, dan is het voor mij goed. Is dat echt... Ik, ik zie dat bij jou ook, dat is zo, ik kan er altijd wel zo een beetje jaloers op zijn. Zo, echt. Niks aantrekken van wat iemand vindt. Dat, is, dat op zich is eigenlijk al een talent. Ik ja, denk niet dat het is dat wij ons dat niet aantrekken. Maar je, niet hard genoeg. Ik ben nee. hard genoeg overtuigd van hetgeen dat ik doe, ja. dat dat oké okay is. Dat, dat, dat ik geen lijnen overschrijd, dat ik geen mensen kwets. Ofzo. Ik ben er echt van overtuigd. En daarmee, ja, als je dan zegt, van, ja, nou, nee, ik geloof in die. <laughs> als je tegen mij zegt, ja, dat kwetst mij. Ofzo, ja, nee, sorry, dat, dat kwetst u niet. Ja. Jij vindt dat niet grappig, maar jij hebt hier geen fysieke of emotionele schade. Nee, dat is nonsens. Nog nooit iemand ja. depressief worden door een joke. Dan een, het is ook maar stand-up. Um, mm -hmm. En het is ook in de context van stand-up. Je koopt een ticket voor een, een comedy show. Je weet nog wat je komt kijken. Ja, ja. Ja. Die, die, die context maakt toch duidelijk: het is om te lachen. Het is, je moet het niet, niet serieus pakken. Dus. Uh, ja, ik probeer er ook. Ik merk ook wel met de jaren dat ik inderdaad al meer en meer evolueer. Van ah, het, het interesseert me niet. Maar is dat wel. Want als je net zegt: vroeger, pre-YouTube of zo, dat heb je had dat niet echt meegemaakt Maar ja, dan kocht het ticket. Hoe oh, denk jij ik... dat ik ben? Ja. <laughs> nee, nee maar... jonger dan ons. Nee, want dat sowieso. Je, maar je wordt nog ge je wordt, hij comedy gedaan toen hij YouTube nog niet zo belangrijk ja, ja, was. Ja, had. had ja, geen comedy, comedy gewet. Ja, 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 ja. 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 Wat je juist je, 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 je doet doe een show, het ticket wordt gekocht, iedereen komt er samen voor een gemeenschappelijk doel. En daar bleef het meestal bij. Mm -hmm. maar nu natuurlijk door online wat natuurlijk van een enorm voordeel heeft gezorgd, begin je ook wel die meningen te krijgen van iemand die eigenlijk niet dat ticket gekocht heeft, niet erin wou gaan, maar toch eventjes zijn kop komt zien en zijn mening geeft. Ja. Dus het is wel die entiteit is wel veranderd. Mm -hmm. Sowieso. Ja. Context is heel belangrijk bij stand-up. Je moet in, in, in eigenlijk in die zaal zitten, weten, want het is een comedy show. Natuurlijk eigenlijk al nou zo één joke van mij. Ik heb jokes van mij, knipt die eruit, brengt die in zo'n talk show. Ja, dan wordt daar schande over gesproken, hè, waarschijnlijk. Maar dat, ja, dat is Ja, dat zeg ik. Dat interesseert mij niet. Dat... Ik, ga, ik hoop dat ik daar nooit rekening mee hoef te houden, ook niet. Ik kan aannemen als het anders is dat je bijvoorbeeld een tv-programma hebt of zo, dat je eh, contracten hebt van, van, van mensen die je tevreden moet houden. En, en, en... Ja, dat is het vaak. Hè. Als je zo in, in Amerika dat soort dingen hoort, is het altijd de network hè, ja. dat boos wordt en zegt, ja. deze mag eigenlijk niet. Of ja. we moeten denken aan adverteerders, ja. of noem het allemaal maar op. Terwijl in een zaal met een micro, dan zouden in principe vrij moeten zijn hè, om te zijn er wat Jawel. te kunnen zeggen. Jawel. De enige afstraffing die je krijgt, echt, is als het niet grappig is. En dus als, als je echt zegt, waar dan mensen gewoon van denken: deze is niet funny en uw grap is niet goed genoeg. Terecht. Ja, Inderdaad, hè. Terecht. Dan denken oké, okay, ik ben hier op mijn bakkers gegaan, ja, voilà. deze was niet goed. Voilà. Dus ik moet hier iets aan doen. Voilà. Ik heb ook al jokes gehad, ook, uh, grove jokes, uh, zouden we dan zeggen. Ik test die drie keer. Drie keer muis stil. Ja voilà. Die joke gaat eruit. Ze is niet goed genoeg, ja. ze is niet dingen. En dan het publiek straft mij af door niet te lachen. En ik trek mijn conclusie eruit, maar ik zeg, het is het publiek. En wat er dan daarnaast over gezegd of gedaan wordt, wat bij mij ook totaal nog niet onder orde is. Hè. Mm. Ik bedoel, niemand kent mij, niemand. Um, en want jij inderdaad ook al wat shit gaat dat met oude jokes? Oh, nee, dat ging eigenlijk zelfs over een interview. Dat was een humoristisch interview ja. over ergernissen. De P-magazine. En, uh, en dat was ook echt niks aan de hand. Want dat moet ook even wel gezegd worden. Dat was een journalist van het Nieuwsblad, denk ik, die dat daar zo uh, ook zo compleet contextloos. De, de een statement uithaalde mm -hmm. en door had gestuurd naar oh. Joods Actueel en ja, ja. dat soort in de hoop dat er een, een ding over ja, ging ja. komen. En een journalist die ik niet bij naam ga noemen, Hans Maarten post, you piece of shit. Ik heb je al honderd keer vernoemd bij naam. Ik doe dat elke keer. Dat ik zoiets heb van, ik vond dat een, een onwaarschijnlijk staaltje van journalistiek onrust stoken. Hè. Ja. Dat was letterlijk, er was letterlijk niks aan ja, ja. de hand totdat die daarmee ja, ja. begon. Dus dat was ook een heel, hoe zeg je dat, dat was very manufactured outrage. Ja. Waar ik zo echt heel kwaad van werd, omdat ja. ik denk als iemand Joods mij daarop aanspreekt, ben ik altijd bereid om in dialoog mm. te gaan met zo iemand. Hè. Om te zeggen: oké, okay, oh ja. sorry, waarom kwetst u dat, en wat is er in dit? En oh ja. Ik heb vaak zo'n gesprek. Ik ga ook met moslims. Mee, en ik babbel ook met iedereen. En ik hou ook rekening met die hun gedachten of die hun gevoelens. Alleen op het gebied van dat ik respect heb voor mm -hmm. die persoon. Mijn humor vind ik iets anders. Mm -hmm. Mijn humor moet voor niemand respecteren. Maar ja, dat ja. is net het. Ja, ja, voor dat, mij ja. is de grote gelijkmaker namelijk dat je niemand respecteert. Mm -hmm. Dat je tegen ja, iedereen zo. zegt: ga ze even hard. Va hoe zeg je dat? Je staat niet boven. Uh, you're not above ridicule. Mm. So, ja, ja, ja. Het is al... wie. Moet niet zijn eigen zo goed vinden dat er niet mee gelachen mag worden. Ik kan ik, ik, ik er zelfs verder in. Ik vind dat als ik bijvoorbeeld geen moppen meer zou maken over bepaalde. religies of. Ja, Over zwarte mensen. Om er een voorbeeld te geven. Ik vind dat banaal een belediging voor die mensen dat je zegt van. Ja, dan zeggen die helemaal dat die er niet bij horen. Ja, en je zegt ook eigenlijk van, ja, ik kan geen moppen maken, want die mensen, ja, die, die snappen sarcasme niet. Ja, of, en die kunnen er niet ja, tegen. Die hebben, die hebben geen, ja, zelfspot, dat kennen die niet. hij snapt ja. Ja, het. Dat is ook belangrijk natuurlijk. in Wat ik doe, bij mij is elke mop in dat opzicht de rover. Dus ik sleur ook alles en iedereen erdoor. Um, ik kan aannemen, als bijvoorbeeld Wim Helze zo in één keer iets mega grof zegt, ja, dat, dat is anders, hè. Als hij doet, anderhalf uur, twee uur absurde dingen, en dan in één keer, ja, dan is dat wel dan komt dat harder binnen natuurlijk, maar bij mij weten de mensen wat ze, ei, wat ze krijgen hè. die mm -hmm. hebben al, al twee drie jokes door van ja dit is het en dan hebben die ook wel door van ja die die meent, ei, dat is comedy die meent, ei, die die toegen er net voor ah, ja, het tuurlijk. feit dat hem het zegt, <clears throat> het feit dat je dat zegt, mensen beseffen ja die weet dat dat fout is wat je, ja. met die, daar zit net een humor, heb daar... jij momenten gehad dat je, dat, uh, dat niet gepikt weer? Oh ja, nog helemaal, ja en nu wordt er niet gespeeld, maar... maar zo niet gespeeld. Die, die is niet grappig vonden, maar gewoon dat je voelde oei deze was misschien de spreekwoordelijke beruchte VN. Ja, u. de ding is dan heel gevaarlijk. En een joker. Ik, doe, ik test ik als mijn materiaal voor de eerste keer een joker. En ik heb zo een, een, een dead baby joke. Dat was daar een applaus joke. Ja, op geen enkele andere plaats. Was dat <coughs> sfeersponsen. De joker is zoveel ja, gewoon ook. Ja, en je merkt ja. ook dat die houden van dat soort ja, humor hè? Ja. er en... zijn ook ja, ervaren comedy mensen daar hè? En <laughs> ik zeg altijd als ik... Als... Wat was de joke eigenlijk? Wil je ze vertellen? Uh, ja, van... Um... Dat ik uh, de vroege shift heb gehad. Uh, geen plezante shift. Ik heb een, een dodelijk verkeersongeval moeten vaststellen. En uh, het slachtoffer was dan ook nog eens een kind. En alsof dat nog niet kut genoeg was, was er ook nog eens het kind van een collega. Dus ik heb aan mijn eigen collega moeten vertellen dat zijn dochtertje was verongelukt. En dat was zonder twijfel het lastigste sms'je uit mijn carrière. <laughs> In een joker is applaus op geen enkele andere plaats in Vlaanderen is applaus. Maar... Dus ja, ik, die jokes, zo'n jokes, ik parkeer die. Oh, sorry. Oh ja, ik vind die wel funny. Ja, die worden geparkeerd ja. en als ik ooit een volavond ofzo dus swap, dan, omdat mensen dan echt een ticket kopen voor Vincent Food, dus ze weten, ja, dat gaan we krijgen, dan gaat dat hopelijk wel kunnen. Ja. Maar mensen die totaal niet weten wat ze moeten verwachten bij jou, en dan, die dan, openen daar dan ook mee. Ja, en dat was dan... Dat is... Want wat, wat is die... Ik weet toen ik begon, of de eerste paar jaar dat ik dat deed, had ik ook die masochistische neiging om zo te openen met het ergste dat je zegt. En dat je denkt. Zo hè, arrogantie, is dat, eigenlijk. dat is mega arrogant, want heel vaak worden daar genadeloos voor afgestraft. En dan moeten de ja. rest van je set proberen van dat goed te maken. Ja, nee, ja. Maar er was toch zoiets in maar dat ja, zei: ja. Nee, nee, deze Z gaat het zin, hier ga gewoon, ik mee openen. Dat is gewoon arrogantie, denk ik. Ja. Die joke is geniaal genoeg. Mensen konden er niet omheen kunnen. Oh jawel, mensen kunnen er wel omheen. Oh ja. We gaan niet lachen. <laughs> dus die fout maak ik niet meer, zeker niet. Als ik bijvoorbeeld moet openen voor de Jens of zo. ik heb veel voorprogramma's gedaan voor, voor Jens en Donker, dan doe ik dat echt wel niet. Omdat mm -hmm. je dan ten dienste speelt van de Jens. Hè. Ja. Ook, je wilt de zaal wat opwarmen voor de Jens. En de Jens vindt dat denk ik super funny, als ik het daar tot min 10 breng. Maar gewoon voor mijn eigen gemoedsrust, ik wil wel mijn job doen dan. En dat is de dus zaal wat opwarmen. Ja, en, en ook een, een klein beetje, om eerlijk te zijn, ja, je weet ook, de Jens eh, is iemand dat... Uh, that heel populair is, die speelt heel goed, die heeft een zaal ook heel goed op zijn hand, die is heel luchtig, die is heel aangenaam. Ja. Je wilt ook niet die lul zijn, dat heel die sfeer nee, eruit voilà. trekt. Daar voilà. heeft ook geen zin in om dat te doen. Die avond, die draagt die mensen een naam. Mm -hmm. Dus dan vind ik dat ook een beetje de plicht Tegenover een headliner om dat daar niet te verkakken Terwijl hij eens zijn een eerste is om te zeggen tegen mij: Kom open toch nog eens met die joke. Ja, ja zo'n zelfmoordjoke, ja, zelfmoord ja, ja. joke. Waar ik ook nooit meer mee open. Maar... Oh, kom on. Nee, die, nee, die, nee. die hell! Oh, nee. oh. We hadden moeten komen kijken. André is gewoon eens moeten komen kijken. Ik wil het nooit niet meer spelen. Ja, ja. Ja. <laughs> 2024 misschien. Oh. Um, maar die is dan eerst wel om te zeggen: Kom maar, hem open dan nog eens mee. Open dan nog eens. Dus dat is wel cool. Je ja, ja. ziet daar niks mee, want hij trekt dat ook recht. Hè. Maar ja, dat is hey. Dat is ook altijd vertrouwen hebben in uw eigen comedy, ja, ja. En in wat dat je zelf doet. Ik heb dat ook altijd gehad dat ik dat veel leuker vond om mensen te hebben die voor mij openen die keihuis ja. Zo, als ik mensen op trialtour pakte, dan maakte ik het mij altijd mega moeilijk. Dan pakte ik de leenders mee, of je pakt zo... Hm. Mensen die zalen afbreken, ja. hè. De Xander. Ja. zo dudes die het podium op gaan een half uur die zaal uit elkaar trekken. Ja. De Michael van Peel. En, en dan moet jij ja. met je nieuwe shit. En die, en die, dat, en triggert, soort, dat triggert wel. Tuurlijk, want, want je moet... Je moet. Ja, ja. Je kunt niet anders. Die vooral niet denken: ja, ik zit hier eigenlijk voor een job te doen. Nee. Uh, ik mag het hier niet te moeilijk maken. Die gewoon zeggen: Fuck you! Ja. <laughs> of de, of de, Gunter, <laughs> de Gunter Lamotte die je ooit voor mij moest openen. En die speelde anderhalf uur. Zalig. <laughs> en die komt het podium af en die zegt zo: die dus zegt. Sorry Alex, ik heb het gevoel dat ik een beetje over tijd ben gegaan ik zeg Jesus Christ man, anderhalf uur en ik moest nog een volledige show spelen. Zeg, oh. wat de fuck. Ja, het was plezant hè. He. ik heb niet nagedacht, ik had veel kluchten uh, en ik had zoiets van motherfucker. Dus, maar ja, dan doe je dat toch? Ja, ja, ja. En als je dan merkt dat dat wel werkt dan weet je dat je stof goed genoeg is, ja, ja. dan weet je dat. En jij wilde ook avondvullend gaan. Dat wilde wel doen. op een... Allee, als we ooit nog eens optreden, Andries. Merci voor die opmerking er juist. Trouwens, ik ben nog niet depressief um, genoeg in de laatste weken, maanden. Ja, ik... sorry. Als je comedy doet, moet dat denk ik. En moeten dan niet mikken op een volle avond? Waarom doe je het anders? Dat is wel waar, ja. Ja. En dat zou dan eigenlijk een beetje Anthony Niks stijl zijn. Dat je echt zegt van je moet doen niet een overkoepelend thema of een thema. Ja, dat, dat natuurlijk gewoon als selling point gaat dat flikken thema wel belangrijk worden. Ja, natuurlijk. Dat is natuurlijk mijn. mijn ik weet dat. Ay, ay, ik wist aan het begin niet. Want mm -hmm. ik ben zijn er wel van overtuigd dat dat hetgeen wordt waar ik, ik op moet inzetten. Hè. Like, ja, maar, maar dat dus, is hetgeen dat je onderscheidt van ja, iedereen. Ja, de rest denk ik ook maar een uh, blank, een heteroseksueel en dertiger. Maar niet iedereen op comedy. Ay, er zijn weinig flikker die comedy doen, hè? Ik, hè? Ikke? Daar ja, stond hij. Ja. Um, dus dat, dat, dat gaat wel een, een thema worden. Maar dat zegt ik dat kan niet. Ja. Ik kan ook geen, geen theorieën over politie of, of meningen. Nee. Dat is bij mij ook wel. Ik doe mijn comedy comedyzaak vrij van meningen of zo. Dat is echt gewoon moppen. Ja. Maar dat wil, ik wil wel dat er iets gaat in zitten. Dus ik, ik heb ook al een, een heel stuk over zelfmoord. Um, gedaan, dat is dan een, een bit dat langer duurt, dat duurt drie, vier minuten. Mm -hmm. Dat is voor mij lang. Um, dan heb ik één keer in een joker getest, dat maakt toen echt wel supergoed. Maar mm ja, -hmm. nou, ik zeg het, een joker. <laughs> um, ik heb hem nog op nog één andere plaats getest, daar ging het ook goed. Mm -hmm. En dat is echt wel iets uit mijn eigen. Mm -hmm. dat, dat is wel iets uit mijn eigen dat ik vertel. Geloof het feit dat ik het heel, dat ik één ding waar ik het heel lastig mee heb tijdens de job zijn afscheidsbrieven. Vraag ja. me niet waarom, maar ik kan daar heel slecht tegen, tegen afscheidsbrieven. Um, en dat gaat daarover, maar uiteraard echt een punchline, hè. ik bedoel, het is, mm -hmm. het is niet uh, maar de, de drie, vier minuten die dan vooraf gaan, dat is wel gemeend, dat is wel echt en um, dat vind ik wel cool, Jazzling doet dat ook in zijn Derde, Tha thoughts and prayers. Thoughts and prayers. Ja, dat ineens zegt: Alles dat tot hier toe dat ik gezegd heb is bullshit, ja. maar vanaf nu it's ja, all voilà. absolutely ja, true. Ja. Ja. En dan is een mening over hè, mensen dat zo hun medeleef betuigen via Twitter en zo. Ja. And thoughts and prayers. Thoughts dat and dat, prayers. dat ja. is wel cool, dat is super cool, Want de rest is allemaal zo onzin. Is, wat ik ga doen op onzin, maar dan zo toch even het moment pakken om zo iets serieus te doen. Don't forget about me today. Ja, ja. Dat is super goed, ja. Dat ja. vind het een beste special ooit gemaakt en voor mensen die luisteren thoughts and prayers van in toe ja. into zwarte humor zijn ja. Ik vind dat ook heel leuk Jezelnic is natuurlijk het is een beetje ook wat dat, wat dat jij ook hebt met uw humor het is een beetje een acquired taste hè. je moet er wat voor zijn want die, hè, die, die, hij speelt ook overduidelijk heel hard iemand ja. Je hey, merkt dat hij dat duidelijk dan ook nog. Dat is eigenlijk een hele mooie man. Ja, zo foto maar die heeft ook iets uh... enorm, ja, Zo Patrick Bateman, American Psycho. Zo devilish. Zo. Zo, ja, zo'n uh... gast waar je van denkt, die hij echt een lijk in zijn ook. ijskast ja, steken. Ja. Er is echt iets mis mee met ja. en doet. Ook de manier waarop dat hij heel traag knippert met zijn ogen. Ja, of die zijn beweging mega is een arrogante vent. Ja, ja, onwaarschijnlijk. Ik vond dat wel een heel toffe net, want ik heb eens bij Joe Rogan. Joe Rogan. Rogan. Dus. En dat, is, en dat, dat is wel zo, dan zeg je eigenlijk niet heel veel. Joe Rogan vertelt vooral. Hè? Ja, maar, ja. ja dus, dus, maar ik vond dat wel tof om, om, om die vent te zien. Want dat is eigenlijk spek, Volgens mij dat is dat een mega sympathieke. Super kerel. toffe kerel, oh, ja. Ja, ja. Ik heb was... hem ook eens gezien dat hij geïnterviewd wordt voor een of ander festival dat hem in Canada moest spelen. En dan, dan is je ook, ja, dan vertelt hij je gewoon wie dat hem is. En dan merk ik ah, ja, ja. ook van, ja, jij zit nee, niet daar, helemaal niet. dat hij heeft een heel hard uh, dag gevonden, zo. Uh, ja. dat merkte wel. En dat is misschien de kritiek dat hij soms ook krijgt, want dat vraag ik mij dan ook af. Hè, of dat je, dat vind, je je dat, vind je dat eigenlijk goed, ik, ik vind ja. dat wel, ja. Maar ja. Ik, vind, ik, ik hou van mensen die heel hard kiezen. Hmm. Daar, daar hou ik van. Ik hou van die keest. Dus je zit ervoor of je zit er niet geen voor. Geen compromis. Maar je ja. kunt niet doen alsof dat die je niet. Duidelijk mokte wat dat is dat hem ja. doet en wat dat ja. is dat hem is. Ik vond dat bijvoorbeeld ook cool dat hem met die dat? Uh, eh, well, fire in the Maternity dat War, laatste, dat hem zo opent met die joke van eh, did, did he call eh, Dat die vrouw belt van Did uh, he call you a bitch? Did he call you a bitch? Eh? Zo, yeah. zo, en dan zo, No, Did he call you a cunt? Yeah. No, he didn't call me the c word. Then he didn't hear it yeah. from me. Eh? En dan wordt er gelachen, maar die, die rust dat je dan lot, dat je zegt, that might be the best yeah. opening yeah. joke yeah. ever. Yeah. Dat is zo hem. Ja. Dat ik denk, jij ja, speelt die mega arrogante lul, ja. maar dat is ook die, die bijna ongenaakbaarheid dat hij ja. zichzelf geeft ja. om zo walgelijk ja. te kunnen zijn. Hè. Ja, en je krijgt ook eigenlijk relatief weinig kritiek. Hè. Omdat, dat, omdat dat duidelijk ja. is, denk ik. Die legt dat er zo'n vinger omdat die komt. Omdat hij een van de weinige mensen is die je kan zeggen als je naar mij komt kijken, dan ga je onacceptabele ja. shit horen. Ja. Morgen, hè, want hier heeft ook een productiemaatschappij en die heet Dark for the sake ja. of being dark, ja. hè. En dat is, ja, dat is wel wat hij ja. doet. En ik denk dat de enige kritiek die hem krijgt, en dat jij misschien ook zult krijgen, is dat ze zeggen: Ja, als je dat trucje kent, dan kent het. Zo, dat, is is, dat is het een beetje. Dat verkeerde been. Ja. Dat is ook degene waar ik zo mee, mee worstel, ik ga zo richting het half uur. En um, ja, je grakt zo in een kadans. Ja. Zo dunk, dunk. Ja. Zo setup, punchline, setup. En na en een tijd, het clevere. Publiek begint dat wel door te hebben en begint mee te denken. Ja. En die gaan zoeken waar, waar zit het andersje onder het gras in een setup en die gaan zelf proberen een punchline te voorspellen. En de kunst is dan natuurlijk om dan toch nog. Ja, dat is het enige wat ik heb met Jessel Nick. Ik kan dat een half uur met hem heb ik dat wel gehad. Ja, wat ik, ik, Jessel en... Nick wel heeft, en dat is wat hij hem net zegt: die kan altijd juist in een richting pakken dat je niet ziet aankomen. Ja. Nee, dat, dat, dat je denkt, en toch had ik dat niet gezien. Ja. Wat hij ik, daar super raar, daarom dat ik hem ja. ook zo cool vind omdat je legt de lat zo enorm hoog. Je kan niet meer een 7 op 10 joke wegroken. Nee, ja. nee. nee. Want je kan niet, maar ja, vertel het goed. Nee. Ja, dat Dat klinkt ook arrogant. Maar is, ik heb dat ook. Ja, mijn jokes moeten op papier eigenlijk al werken. Dus... Ah ja, tuurlijk. Ah, ja, in principe als je dat leest, moet je al zeggen: haha. Mm. Um, maar als geval, ja, dat is ook, ook evident. Dat is massa schrijven, massa's weggooien. Je, je, je genereert gewoon moeilijk minuten ook, hè? Mm -hmm. ik, heb, ik heb geen, geen verhalen, geen, ja, geen dingen. Dat is, dat is gewoon mop. Een mop is bij mij 15, 20 seconden. En, en, en kloten is ook. Ik heb hey, de keuze gemaakt mm -hmm. om vanaf, vanaf september uh, minder bij de politie te gaan werken. Ik kon halftijd werken bij de Flikken. Ja, dat is kut nu, hè. financieel. Ah, dat ben ik ook eerlijk in. ik had erop gerekend natuurlijk. Kun je, dat niet, je kunt dat niet even terug reversen en zeggen, we stellen dat een jaar uit? Nee, dat wil ik ook niet. Gewoon okay. in mijn kop. Omdat je die beslissing ja, gepakt hebt om daarvoor voilà. te gaan. Ik ja, Ik heb ja. dat een jaar geleden, of, of anderhalf ja. jaar geleden, beslist van september 2020. kan ik halftijds werken, en ga ik echt all-in op die comedy. Hmm. moet het echt gaan gebeuren. Wil ik... en, en ja, het zou voor mijn gevoel niet goed zijn om nu te zeggen, oh nee, ik kon toch dat uitstellen of... of Um, ja ai. financieel ja dat is, dat is lullig, maar ik kan dat wel overbruggen maar dat hoeft geen, geen jaar en dat mag geen jaren meer duren dan natuurlijk hè. nee nee dus uh, ik werk ook wel achter de schermen ik schrijf ook wel achter de schermen en zo dus, dus ik trek financieel mijn plan maar ik wil vooral spelen ik wil gewoon Denkt, spelen denk je mm. dat je het ooit definitief achteruit wilt laten de policie, het politieleven? dat zou de moeilijkste beslissing uit mijn leven zijn wel Vooral mijn collega's en vrouwen wil het graag horen mm. <laughs> zo, dat is het moeilijkste. Ah, ah, is, ja, ja, ja. 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 <laughs> het mokkel. Ja. ja, toch? Is dat toch wel bang, ja. van? Toch bang van? Ja, ook, Andries, ik heb geen diploma of zo. Dus een, een job bij de Flikker, dat is zekerheid. Ik ben een ambtenaar. Ik ben zeker van een, van een deftig inkomen, een deftig pensioen, werkzekerheid. Ik kon niet ontslagen worden tenzij dat ik iets uitvreet. En dan voor een artiestenbestaan kiezen, ja, dan moet het wel. Ik zal ook enkel doen als ik weet, van het is levensvatbaar. Mm. Ik, wil, ik hoop dat er, dat er iets gebeurt. Wat dan ook. Worden er echt wel een keer volk naar mijn, naar mijn show wilt komen kijken. Um, ik heb enorm veel respect voor mensen die zo echt al. al ah, je, hebt eigenlijk ook in, in, je hebt het ook nooit echt van tv moeten hebben hè, nee. om, om een bekendheid. Ja, gedeeltelijk. Maar ja, ik was ja. al wel bezig. Um... Maar je hebt nooit een eigen programma nee. gehad of, of nee. echt heel veel. Nee, kom... ik ben echt een van de van de. Ik ben zeker degene dat het grootste is geworden dat je ja. kunt worden in een theater. Ja, ja. ja voilà. absoluut. En dat vind ik wel cool dat je dat, je ja. dat gewoon puur op, op stand-up eigenlijk. Ja. Dat opbouwt tot hé, wat, wat dat nu is. Um, ja. Maar ja, ik, ik snap dat in mijn angst is zo om een, een, een volavondshow te schrijven. en dat die dan vijf keer verkocht wordt of zo. Ja. Dat je die vijf keer kunt spelen en dat materiaal dan voor de vuilbak. en dat je dan weer opnieuw moet beginnen. Dus dat zeg ik eerlijk, ook omdat ik ja, ik word ook 33, dat is zeker niet, niet oud. Maar ik wil ook geen tien jaar nog onder, onderweg moeten timmeren mm -hmm. voordat het echt iets is dat ik ervan kan leven. Um, ja. Maar ja, wat er dan moet gebeuren... Ja, dat... ja en onder andere, Kent, jongen, tien jaar, soms zit het ervoor dat je het weet. Hè. Jawel, want als, jawel, je iets, als je iets doet, hè, wat, je, wat je doet met je passie, want stand-up, dat kan niet anders. Want ja. ik, ken, ik ken ook mensen... Er is zo'n tijdje, wanneer stand-up even populair werd, dat je zo voelde dat er zo wat van die mensen waren. die zo, ah oh ja, dat is mijn ticket naar. Ja, ja. die blijven nooit. Hè? Ja, ja. Daar zitten binnen een jaar of twee, ja, ja, ja. drie vanaf. Die maken heel veel lawaai wanneer het e aankomen. En dan zit ik na twee minuten te denken, ja, ja, dat zal wel zin hè U zie ik niet meer terug binnen drie ja, jaar. Ja. Maar mensen die daarmee een passie doen, hè, gelijk, ga je ook mogelijk. Hè. Mensen die echt wat hebben van wit, dat is een comedie. Mm -hmm. Dat maakt niet. Het. Ja, zal ik altijd mijn eind Dat zijn, zal die, altijd zin met dat e ja. wel, Dan weet ik ook van ja, dan ga hij toch. Ook al komt hij niet direct, gewoon niet stoppen. En misschien is hij binnen tien jaar. Mm -hmm. zo. Maar mm -hmm. dan ga je wel terugkijken en denken fuck, is dat al tien jaar? Ja, ja ik ben nu al bijna vijf jaar bezig. Ja, precies het is dat. Gisteren had ik daar in een joker... Dat gaat je enorm de... snel. Ik, oh, ik oh, ja. besef je niet eens dat je zo twintig jaar bezig bent. Dat je zo denkt, what the fuck? Ik heb nog nooit een job twintig jaar gedaan. Mm. Zo, en dat is iets dat je... Ja, gewoon. En die, die zijn ook voorbijgevlogen, die twintig oh, jaar. Dat lijkt alsof dat... Hij, hè, als je ziet wat er in die tijd allemaal gebeurd is, belachelijk veel. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd, ik herinner me echt nog... Die een eerste ja, keer met ja. dat micro. Hallo allemaal. Ja, ja, ja. Hezo, dat je weet van waar dat, dat terecht gekomen ja, is. Ja, ja. Dat, gaat, dat gaat tegelijkertijd veel sneller dan dat oh, je weet. Weet je, je eerste mop nog? Je eerste mop op het podium? Oh, mij jongen. Ik hoor dat nou ook vrouw. Oh. Allereer, de allereerste keer. Dus er zijn keive veel gasten die dat weten, die letterlijk hun eerste set kunnen spelen. En dat heb ik, ik niet. Maar ik denk als ik moet. Dat dat, dat bij mij wel was van. Ik ben. Uh, mijn vader was een, uh, was een Engelsman, mijn moeder komt uit Limburg. Ik ben geboren in Antwerpen. Hè? Zo weet van, dus ik heb alle voordelen al mee, of weet ik veel wat. Het was Zoiet, en dan begin ik over mijn jeugd. Maar dat was niet een joke, dat was zo'n statement. Dat je eigenlijk op het podium komt en je eigen voorstelt, maar het eerste is, uw vader is Engels, dat is nog cool, uw moeder is Limburgs, ah, Dat is al wat derger. Kom uit Antwerpen. Oei oei. Ja. Zo, zo dat je zo de. En een trap dan naar beneden. Ja, dat je zo de, de, de datte, Maar dat was dat was ook niet keigoed of zo. zo. Dat is niet dat je. De, maar dat zette wel al direct een soort. Ah, dat is zo, hierna. Want ik kan me wel voorstellen dat je dat ja. toch onthoudt, zo. Hey, dat moment dat je erop staat. Ik moest nadenken want ik, ik heb na een tijd gehad, maar anders had ik het ja, niet direct geweten. Maar nu weet ik het nog tussen zwalzen. Ja. Bij mij was dat uh, in een Joker dan van dat ik uh, hey, onderweg naar hier ben ik betrokken geraakt in, in een straatgevecht. Uh, gevecht van één tegen maar zeven of acht denk ik en ik moet zeggen uh, we hebben de kerel echt de slag van zijn leven gegeven <laughs> en ik zeg dan ook achter um, van uh, het slachtoffer was trouwens joods dus zo zie je maar dat willekeurig geweld niet per se zinloos hoeft te zijn en <laughs> en was, uh, was prijs ja dat was de boenkop op. Ah. de resterende zeven minuten waren wel kak. Ja. dat was dat was dat was een dat 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 joke dat ik had van dat was een toffe joke maar de rest was oh, en was dat, was dat eigenlijk de joke waar je van wist? Nu moet alles dat niveau hebben? Was dat iets waar je het een beetje aan nou hebt opgehangen? Of... Dat, dat was de eerste joke dat overeind bleef. Dat, ja. dat de eerste jaren in mijn set is gebleven. Dus, wat uh, was het probleem met uw andere jokes toen? Dat ik dingen, mijn stem nog niet had gevonden. Dat ik zelf mm -hmm. nog niet echt goed wist. Ik dacht: ik moet ook wat meer verhalen vertellen. Uh, maar ik kan dat niet. Ik ben gewoon geen goede verhalenverteller. Maar dat, ja, ik heb mensen ik heb de die stappen op een podium. En die, die zitten er direct op. Sommigen vinden het nooit mm. en nee, die blijven proberen, maar die vinden het nooit. Bij mij heeft dat toch denk ik ja, al twee, drie jaar, twee jaar of zo geduurd. Ook in een Joker, dat, dat ik een set had voorbereid en ik heb daar ter plaatse uh, beslist van ik kon die verkappen in, in, in one liners, in korte jokes. Ja. Yeah. En dat was wel hit en miss, maar ik merkte wel direct van ja, dat da, da, bleek ja, ook van hey, dat is iets anders. Da, da. Ja. Dat was, hey, ja. Dat is zo gekomen, dat was niet vanaf dag één. Ja. Maar als we die donkere wat opzoeken, dat wel dat zit er gewoon, ey, dat zit er gewoon in. Weet um, je dat je van thuis het gaat of zo? Dat je, oude, dat je zo je vader of zo. Dat soort humor, was humor belangrijk bij alle vroeger? Oh, jawel. Onze pa heeft ook een heel goed gevoel voor humor. Ten John. Ten John. John. Nog altijd. Onze pa zijn heel, heel funny dingen. En Wat jou, die... vind je ervan eigenlijk? Ja, als is je fan? Een, ja, als ma als zijn de grootste fan. Ja? ja, echt. Ja, ja. Like ja. de Jens eigenlijk, de Jens dat ook, ja. Jens, dat ook. ja. Ja, Dat is plezant. Osma, die kent geen hol van stand-up. Die, die kijkt daar nooit naar, maar die zal al, al een paar keer live komen kijken naar mij. Ja, en Dat is wel tof om te zien mm -hmm. dat, dat hij hey, de grootste fan is. Onze uh, paar wel, wel iets meer into comedy. Die kijkt ook vaak zo live uit die Apollo en zo. Die neemt dat op en dan mm. die is hij wel wat into stand-up. Um, maar waar dat vandaan komt, nee. Onze paar ik keek wel, 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 wel veel komische series, gelijk *Mary With Children en zo. Ik heb dat van heel jongs af aan. Mm. Meegekregen. Je ziet nog altijd de beste fat-joking dat ik ooit heb gehoord. Hè? Al Bundy uh, zit met, met zo'n vrouw en ze zegt gewoon tegen haar. My god, you're fat. En als zegt zei, how dare you say that to my face. En hij zo, I'd say it to your back, but I don't have enough gas ja, in my ja, car. Ja, ja. <laughs> dat is juist... Is in een schoenenwinkel? Ja, ja, is in een schoenenwinkel. Oh, dat is geriaal. Married with children, dat is... Ondijt dat dat zo fantastisch goed is. Ik hoor eigenlijk relatief weinig als inspiratiebron voor comedy. Maar op alle manieren is dat toch eigenlijk ik zeg dat niet aan belangrijk ik is. Ik zeg niet dat dat inspiratie is geweest voor mij, maar dat is wel een geniale, ja. dat is een geniale comedy. Hè? Dat zijn dingen dat je meepakt. Dat is niet ja. noodzakelijk, denk ik, iets dat je. Sommige mensen misschien wel, ik weet dat niet, maar dat is wel zoiets. Ik had dat ook met Monty Python, terwijl dat met een humor ook helemaal niet daar is. Maar toch. Je ziet dat en je pakt daar wel ja, dingen van mee. Als zo. Bengel in een kop ja. doet dat toch iets volgens ja. mij. Ja, maar Monty Python, dat zegt ook keihard volk. Maar zo Married with waar. Children, dat zegt niemand. Dat, is, die, maar, want ik dat ook is ook die... wel salonveger om te zeggen: hè, ja. dat je into Monty Python bent. Dat is wel waar. Terwijl, terwijl vaak uh, Married with Children consistenter grappig was soms dan een aantal dingen van Monty Python. Maar die hebben gewoon een aantal zo'n iconisch funny dingen dat je daar niet meer onderuit kunt. ja A Married with Children is ook niet politiek correct hè totaal niet maar dat, <laughs> dat was in die tijd doet. ook al niet hè de bedoeling was van die van die reeks dat was een reactie op al die Cosby-show mm. en zo die gezellige families waar ja, iedereen ja, ja. van elkaar houdt en die hadden zoiets weet uh, nee, we gaan een vader hebben, die is een eigen rot, ergert onze vrouw, die uh, geen seks hebben, die je al helemaal geld moet het geven, uh, die is een dochter, die is een slit. die is een zoon, die is een loser. Allee, zo uh, dus heel dat, heel dat uh, ding zit eigenlijk heel dat uh, format wat op zijn kop, hè. Wat, wel, uh, wat er wel cool aan was, ja. Dat zijn, zijn dingen die je, um, want dat wou ik eigenlijk nog zeggen, je hebt... Je hebt uh, een tweet gedaan met allemaal dingen die je gedaan had. Hey, ik denk dat je dat met de fokken ook overlopen. in uh, de ja. Die lijst. Maar er zat er één bij waar je enorm veel reactie op hebt En het is ook een klein beetje al. Het is al vaker teruggekomen tijdens ons gesprek. Uh, met zelfmoordje oplossen, waar ik heel hard mee moest lachen. Mm -hmm. Maar veel mensen moesten daar heel hard niet mee lachen. Hey, je hebt er redelijk ja. veel reactie op gehad. Ja, uh, ja ik heb als. Want ik heb dat bericht online gezet, eigenlijk een beetje als, als reactie op. op eh, was zo volop Black Lives Matter. Mm -hmm. um, uh, periode. Ay, dat is nu nog aan, maar toen was dat zo echt op zijn hoogtepunt. En zelfs wat mensen dat vonden. Ay, ik zeg het, ik er altijd boven, boven die kritiek. Maar wat wel een beetje kan er, ay, irriteren is als mensen die mij persoonlijk kennen. Ay, wat ik zelfs, eh, die ik als vrienden beschouw. die dan zo op, op Instagram zo dingen delen als van. Um, als je bij de politie werkt, uh, maakt je deel uit van een racistische organisatie en ben je dus zelf ook deel van het probleem. Ja. I, zo, I, als vrienden dat zeggen, dan voelen wij wel aangesproken, want je weet ook, ja, ik, ik lees dat op Instagram. Ja, je weet dat dat je geen racist. Voilà, dat Dat niet strookt met wie ja, dat ik voilà. ben. Ik heb nooit een indruk gewekt volgens mij. racist racisten zijn en toch zitten jazoo zoiets, Smijt ik ons allemaal over dezelfde kam. Mm -hmm. um, en dat is een beetje een reactie daarop gekomen. Ik zeg dat ik ben zo niet de man van de meningen. Ik heb er geen uiteenzetting van gemaakt. Ik heb gewoon dus een lijst gemaakt van wat wij op een dag doen gemiddeld. Toen mm -hmm. klopt niet. Dat is een samenraapsel van wat er over weken is gebeurd. Dat is dan een heel zotte shift en dat je dan allemaal meemaakt op een <laughs> dag. Um, ik had zoiets van, mensen die, die het niet snappen, die hebben er toch mee kunnen lachen. En mensen die dat het wel snappen, snappen wat ik wil zeggen. Ja, ja. Dat, dat, wij echt, ah ja, dat wij echt niet heel de dagen zwarte mensen elkaar, hey, elkaar liggen, rammen zonder ja. rijden. Dat is maar ja. een klein deel van de job. <lacht> 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 uh, maar dan, ja in, inderdaad, een, dat daar, uh, een van die lijst was dan zelfmoordje vaststellen. Mm -hmm. um, ik wist dat dat, dat, dat mogelijk op, op verzet kon stuiten. Is dat verkleinwoordje? Is dat het enige? Dat verkleind wordt, hè? dat ja. dat een woord is dat je niet verkleint. Mm -hmm. Dat is gelijk hè? Een, een, een holocaustje. Dat zijn ja. ook niet zo'n woorden dat je eigenlijk niet verkleint, ja. maar dan maak ik ja, hè? Oh. <laughs> dat maakt het grappig. Kinderenverkrachtingske. Dat maakt het grappig om te doen. Ja. En ik wist eerlijk gezegd, dat zeg ik ook wel eerlijk, ik wist dat daar mensen over gingen struikelen en dat wou ik ook een beetje. Mm. Oh, dan, hmm. snap in mijn geval, negatieve aandacht is ook aandacht. Tuurlijk. Ja. Dus, en ja, voeten, hij is er met twee voeten in. Inge... Hoeveel, Hoeveel heb je... er gaat? Hoeveel reacties er er gaat? Ah, privéberichten. Goede naam voor je titel, voor je avondvullende show, met twee voeten erin. Ja. Eh? <laughs> <laughs> Toch een paar honderden, hè. Ja. Honderden, waarvan het overgrote deel positief, heel veel collega's ook, dat, is, dat sturen, van, hey, tof dat je dat gedaan hebt, dat je duidelijk maakt van wat wij um, doen. Dan was er ook een stuk van mensen die over zelfmoordje begonnen zeiken, maar wel op een fatsoenlijke manier. En dan mm -hmm. antwoord ik ook op een fatsoenlijke manier waarom dat ik dat heb gedaan. Dat ik eigenlijk eh, de, de, zoiets gewichtig, dat ik dat verklein om zo precies te doen dat aan dat een werken is. We eh. nou, zijn altijd bezig met, we zitten 90% van de tijd in de flitswagen en tussendoor doen we nog een zelfmoordje. Dat, eh, dat hoort ja. ook bij, dus in, in die dingen. De mm -hmm. meeste mensen begrepen ook, oh, merci voor de uitleg, en dan snap ik het. Eh, Fijne dag nog. En dan had ik nog wel ja, een paar tientallen uh, berichten. Ja, gewoon afzeiken, bedreigingen. Wat zeg je, die ziet wat, wat, je, wat je gekregen hebt? Dat je echt dacht: come on. Um, Eerder gestuurd van: um, ah, Flikske, um, ik zal uw vriendin is komen verkracht. En dan ook de vriendin mijn naam genoemd, want ja, dat is toch gewoon openbaar bij mij. Mm -hmm. En dan ook zo echt een heel Alinea in detail beschreven wat hem juist ging doen met Rachel. Mm -hmm. Dus uh, ik wou eerst antwoorden van hey, je hebt misschien een zus, dan kunnen misschien een partner of zo doen. <laughs> Want het was iemand hè, met, een, met een exotische naam. Um, maar ik, ik dacht nou, nee, ik kan daar niet op reageren. Want hmm. snapte? Ah ja. ja, ik wil ze niet. Ai, ik zeg, dat is niet plezant om te leren. Ai, dat is, dat is ai, plezant. Ik, niet dat ik naar mij een maar doe dat ik erop ga reageren. Met zo'n mensen wilden toch niet. Je wil nooit de reactie krijgen die dat je wilt gaat of Je ge gaat er niet van gedacht laten nee, 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 of nee, nee, dat hij zijn eigen nee, nee. excuseert of zo. Of dat je maar... de humor ervan inziet en zegt: ja, hé, hey, misschien is dat nee, wel goed of nee, zo. Of dat, en dat je nee. voelt: van, oké, okay, we hebben dat hier. Ja. Eh, hoe zeg je dat? Een beetje ontmijnd, die nee. situatie. Ja, ja. Dat is gewoon iemand die wou, ja, dat is gewoon, die wou een flik op stang jagen. Hè. Mm. Dat was dat volgens mij. Maar, ja. En zo heb ik wel wat gehad, maar dat was wel de ergste. Want dat is ook wel eens toen en. Van de Amerikaaners moeten gaan doen en bla bla bla. Ja. Dus vind je dat niet <coughs> enorm ironisch dat uh, mensen enorm hard vallen over die grap, daar enorme meningen over verkondigen, er heel moeilijk over doen, maar dat bijna geen een van die mensen ooit in contact is gekomen met iemand die moet zelfmoord plegen of iemand die moeten overtuigen om het niet te doen, wat dat in uw job wel zit? Ja, meer zelfs. Um in, uh, in januari van dit jaar, heb mijn schoonvader zelfmoord gepleegd. Mm. En hè, dus mijn vriendin ook niet plezant, hè, die haar vader uh, dood. Oh, en die vond dat ook grappig. Dus dan, ja, dan, want zij was eerst van, zo'n mens van, ja, ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt, dit en dat. En zij was eerst van, ik kon erop reageren. Zij ze, was van, ik kon die mensen aanspreken, uh, wat de fuck deze schoonvader, we hebben dat ook meegemaakt onlangs. Mm -hmm. Maar ik heb gezegd, al later, want dat is ook van een discussie die je ook weer niet kunt winnen. Ja. Um, maar ik zeg het ook weer, de meerderheid van de mensen snapte perfect wat je daarmee bedoelde. Mm -hmm. Want soms zijn mensen zo in de comments dan hè, daarop reageren. En dan andere mensen die in mijn plaats eigenlijk wel perfect verwoorden van wat inderdaad de bedoeling was. Dat, 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 iets dat... dat is altijd het beste, hè? Nee? Ja, <coughs> dat, ik het woord ja. Niet, dat ik het niet moet uitleggen. Er zijn mensen ja. genoeg die het wel snappen en die hebben het in mijn plaats gedaan. Dat vond ik ook wel cool. En ook ja. vaak de mensen, oké, okay, ja, zo had ik het niet begrepen, maar hè, mijn excuus. Ja, ik bedoel, de meeste mensen zijn echt niet van je wil of zo, daar is de lieve Scheider nog altijd dankbaar voor. Dat was met dat joden ding. En dan heeft was wie is dat? Lucas van der Talen net zo'n column geschreven over hoe vreselijk dat ik was. En dan ging hij ook nog eens even zeggen welke boeken dat ik hmm. moest lezen. Als je niet weet wat de Holocaust is. Dus ik dacht, ik, ja, ik weet ja, wel ja. wat dat is. Ja, ja. Maar het is keigoed. goed. En je, je leest dat en je wordt er slecht gezien van, maar ik dacht, ja, ik ga daar niet op reageren, want ik kon te emotioneel zijn of dingen mm. zeggen die het niet beter maken. En de dag daarna stond er een brief en een lieve schere die zo letterlijk alles zegt wat jij ja, had willen ja. zeggen, maar nog die neutraliteit heeft van nee, te spreken nee, ja. in naam van een collega en nee, te ja, zeggen, ja, ja je snapt het niet, nee, ja, nee. Dus, dus doe niet. En dat was eigenlijk... Dat is zoiets waar ik hem direct voor gebeld heb, van, hé, het, ja. deze was echt heel cool. Is dus het is cool. wel tof als je zo merkt dat iemand ja. reageert en je voelt van, ah oh, oké, okay, er zijn genoeg mensen die het wel ja. snappen. Hè. Maar uh, op HLN, want dat bericht heeft ook uh, HLN gehad, daar hebben ze het wel gefotoshopt. Hè? Mm -hmm. Daar is het gewoon zelfmoord. Ja. Die hè? hebben die, die, die ja. Ja, mm -hmm. nou, ja. Dat heb ik van, van collega's gehoord. En denk de P-magazine had het ook... Uh, de P-magazine denk ik wel zelfmoord uh, gelaten. Ja. Maar ik denk op HLN dat het... Uh, dat de screenshot erbij dat tegen gefotoshopt is. Ja? Mijn naam is weggedaan. Een zelfmoordje, denk ik. Ga jij dat checken, of hè? Ik ben bezig, man. Maar Ja, dan ben ik zelfs benieuwd. Hmm. ja, wat zoektermen moeten ingeven. <laughs> uh, ja, <laughs> ik kan het niet zeggen, want uh, ik ga gewoon typen. <laughs> als ik een show aan het researchen ben, ik ben er zeker van dat ik op lijsten staan man, van ja. dingen die ik ja, al ja. heb ingetikt. Dat je echt denkt, ja, deze keer er niet goed geklapt, ja. als ze letterlijk je ja, search ja. Ja, ja. Uh, gaan, gaan bezoeken. Dat is zo... Hitler-klasfoto. Ja. Doe maar verder. Ja. Nee, maar ik zeg het. Ida, das, Ida. Um, want dat, zeg ik ook, dat ga ik ook vertellen nu. Ik wou eigenlijk als conclusie. Ik weet, niet, ik weet zelfs niet meer wat de exacte conclusie is. Maar eigenlijk was de conclusie oorspronkelijk dat ik ging, eronder ging zetten. Van, um, kortom, uh, nog maar weinig um, zwarten in elkaar geslagen vandaag of deze week. Mm -hmm. uh, volgende week, gelukkig, een nieuwe week. Ja. Dat was eigenlijk hetgeen dat ik er oorspronkelijk wel onder zit en daar heb mijn vriendin toen wel van gezegd van doe dat niet. Ja. En mijn vriendin I, die die... De comedian in mij zegt jammer, ja. gaat dat moeten doen, ja. maar de common sense ja. zegt wel van ja. ja, dat is wel, dat voelt Dat, zoals een, dat voelt zoals een, toegie, als een knieval, dat voelde ik zeg, nee ik kan dat toch niet, nee doe dat niet want dan ga shit krijgen en dan hadden ja. ook op het werk en zo. daar kunnen ze shit mee krijgen met mijn intern toezicht of weet ik wat. En daar ben ik nu natuurlijk omdat dat, hè, dat is aan zo'n vier of vijfduizend keer gedeeld. en ik wel blij dat ik dat inderdaad niet gedaan heb, dat ik het iets genuanceerder heb. Word er van geschrokken, want is, dat, is, dat ding is viraal gegaan. Het, het woord viraal valt veel, maar als je dat dan effectief zelf meemaakt, magt... ja, Na ja, dan, dan, dan een dag klapt ook niemand er nog over. Dat is ook maar, waar. Maar, hmm. Want de eerste twee dagen was dat maar twaalf keer gedeeld of zo, um, en dan is er een keer begin, begint dat zo en dan begint dat zo exponentieel te stijgen, te stijgen, te stijgen. Um, denk dat het ermee te maken heeft dat, dat bepaalde uh, politiewebsites, van die, van die pagina's op Facebook dat ook gedeeld hebben. Aan die peelman heeft dat denk ik ook um, gedeeld. Mm -hmm. En ja, zo'n mensen hebben een groot bereik natuurlijk. Hè, en dan wordt dat opgepikt en dan, ja, dan begint die bal te rollen. Ik had dat natuurlijk niet verwacht. Hou hey. mm houdt -hmm. ja, hey, ook daar ook niks van over? Of zo, hè? Dat is, nee, nee, natuurlijk dus, hey, niet. Dat maar is dat viel. is wel zo. Maar ik denk wel dat je dat. Dat je, dat, dat je, dat, dat je, zo, dat je zo voelt wanneer dat, dat je iets raakt. Ja, dat, dat deed ook iets positiefs. Dat ze van ja, ik heb mijn stem, bak ik zeg, ja. maakt maakte verschil. Ik denk dat ik wel zo recht op het nageltje had geklopt daarmee. Ja. Zodat mm -hmm. mensen wel. Ay, hadden en een heel goede bijhorende foto, natuurlijk. Uh, die ezels. Ah, ja, ja, ja. <laughs> de juist. Onze ja, jongste collega's. Uh, mm -hmm. drie ezels mocht gaan vangen van mij. Ja. <laughs> Ja. Is dat, je zet dat niet waar jij je, je jonge collega mee op nee, dat, ja, dat maar doen? Dat doen wij met twee, en ik ben, ja, zelfs, ja. ik ben zelfs eerder geneigd om zo de kutshopjes op mij te pakken. Ja? Ja. Is dat moeilijk, een ezel vangen? Ja. Ja. Als je zegt, ik kan naar links en moet naar rechts, dan gaat het toch naar links gaan, ze. <laughs> ja, de chance dat je het eigenlijk een zijn ingelopen, gewoon poort dicht gedaan, een in de bus gestoken bij die mensen van, niet verschieten, er zitten drie ezels in een off. En dan uh, moet je een boer die het allemaal gaan halen, hè. Ja, dat is ons probleem, hè. als die van de baan af zijn. Dat, uh, dat is het voornaamste. Je wordt met een Davy je geprobeerd van een schaap te vangen. En ik kan u vertellen, dat is niet gemakkelijk. Ja, ja. schaap, uh -huh. mijn aan. Dat is niet normaal. Ja. Ja. En ook vooral dat je door het, wat een kudde dier is, ja. Ja. Je letterlijk die een ene verandert van richting en die gewoon ja. allemaal. Ja. Dat ja. je zo, nee, 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 je ja, ja. moet naar daar, ja, dat ja. is hopeloos. Ja, ja. Ja. Ja, met paarden is dat ook als je, dan, als je dan soms de leider te pakken krijgt. Of ja, de rest ja. volgt gewoon. Dan moeten ze zelfs geen, geen touw rond je nek doen. Dat is gewoon de rest volgt. Dus, uh... ja. Ja. Nou, het is misschien wel inderdaad, om terug te komen op uw post, wel goed dat je die laatste zin er niet onder gezet hebt. Ik vind hem wel heel funny. Hè, want ik zou direct snappen. Ja, maar... hè, zo, of buiten zwarte mensen in elkaar kloppen ja. hebben we ja. ook dag gedaan. Ja. Hè, zo. Ja. Dat snap ik wel. Maar inderdaad, je. Hoe zeg je dat? De nadelen wegen niet op tegen de voordelen of zo. Ik nee. weet niet wat dat, dat dan is. En een nadeel voor mij zal zijn dat ik er nu op, op het werk nu op shit mee maar Ja, dan dat, dan dat al vooral. Als dat toezicht. Vooral. Ja, 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 en ook gewoon, dat, dat, dat is uh, ja, ironie. Ja, dat is geen universeel gegeven. Hè. Maar ja, ja. daar moet het niet voor laten. Maar wat ik wel, wat ik wel snap, is omdat uw omdat job daarbij komt. Ja. Dat is iets anders. Want hè, als ik hetzelfde zou moeten doen, maar dan niet, ja, niet als politieagent... Ja, je moet dan niemand verantwoording afleggen, behalve nee, ja. alleen maar zelf jezelf. Ja, ja. Dus als jij iets zegt en je weet, daar ga ik shit voor krijgen, krijg ja. jij de shit. Ja. Maar daar gaat dat ook, misschien dat je collega's ook zeggen, ja man, je hebt ons hier ook wel een beetje afgeschilderd voilà. als... En dat, wil, hey, dat, dat, dat wil ik niet. Ja. Ik, pak, ik pak mijn job wel serieus. Ik wil dat ik goed doen. Mm -hmm. Dus het mag niet ten koste gaan van. Hey, het zal nooit... Uh, dat mag niet de bedoeling zijn, vind ik. Dus, uh... Maar ik zeg het, het is zelfmoord voor mij... Hey. <laughs> ik zeg het... Politiek correctheid, ik moedig dat aan. Hè. Voor mij is dat iets positiefs. Hoe, hoe politiek correcter het wordt, hoe beter hè, voor mij. Ja, hoe harder dat je er tegenin kunt gaan. Ja, voilà. Mm -hmm. dat is mee, hoe harder de war on drugs wordt gevoerd, ja, hoe beter die dealers ervan worden uiteindelijk. Degene die dan nog overschieten, die het meeste geld verdienen. Hè. Dat is bij mij hetzelfde. Hè. Hoe, hoe minder Comini zijn eigen willen wagen op bepaalde onderwerpen, hoe beter voor mij. Hè. Ja. Als iedereen dead baby jokes begint te doen, ja, dan ben ik uitgespeeld. Hè. Dan, ja. dan zal er wel iemand beter in zijn gelijk ik. En dan is het, ja, dus ik moedig dat allemaal politiek correctheid. <laughs> <laughs> Hahaha. <What? laughs> Meer liever. Dat is wel de goeie. Ik heb veel comedians, maar zagen over politieke correctheid. Nee, nee, doe maar, doe maar. Word allemaal maar politiek correct. Oh, ja. cancel, ik, cancel me, nee, cancel me. Cancel nou, me. Ja, mee dat, hè. ik meen dat, uh... Dat is ook een goeie dat ik gelezen heb over cancel culture: dat, dat, dat iemand zei, ja, maar de mensen die, da, die, da, die da, daar het meeste last van hebben, dat zijn degenen die zich het dat het hardste aantrekken. Oh, ja. he, dat zijn eigenlijk degenen die he helemaal niet willen overkomen mm -hmm. als iemand gemeen. Of ja, als ja. Ie terwijl degenen die dat, dat gewoon volle bak doen, they don't give a shit. Ja, he. ja. Die hebben gewoon zoiets: I, I don't care, so you're not gonna cancel me. Ja, ik kan nooit sorry zeggen, ik kan nooit. Ja, ja, dat is... Ik doe dat gewoon niet. Dat dus is... voilà, fuck you met je uh, zogenaamde cancel culture. Dat is ja, wel. Nee. ja. ja. En eigenlijk puur het, het nieuwsgierigheid. Je ooit je wapen moeten trekken als, als politieagent. Dat je dat ooit moeten doen? Uh, ja wel. Mm -hmm. Dat gebeurt regelmatig hè, bij, bij een inbraakalarm. Ja, um, ja dat, dat, is, dat is wapentrekken wel. Dat, dat gebeurt mm -hmm. regelmatig bij ons. In, in België is dat in Nederland is dat ook al veel strenger, want het wapentrekken trekken wordt daar al beschouwd als gebruik. Ja. Dus dan kunnen het allemaal op papier gaan, zeg, gaan zetten. Bij ons wordt, dat iets, hij wordt daar iets over overheen gegaan. Um, maar ja, dat hoort er ook bij. Hij. Maar mm -hmm. zo'n Engelse stijl, zo, geen wapen, zou dat iets zijn dat jij voor zou openstaan? Nee. Ja. Ik zou te veel schrik hebben van mensen met messen of zo. Mm. Als er iemand mij met een mes. Hij, die chargeert met een mes, eens dat ik kan eens hij neerschieten. Wat ga je anders doen? Mm. Pepperspray, oh, dan. dan, dan zie je wat. Maar dan komt hij nog door. Zo, dat, dat duurt ook seconden voordat dat begint, hij begint. Mm. En dat is te veel. Die moet je echt hij, afstoppen. Nee, dat zou ik, dan zou ik mijn eigen naakt voelen. Ja. Zonder een vuurwapen. Ik hoop het nooit dat dat nooit nodig is. Hoe maar... doet de Engelse politie? Mannen dat eigenlijk, dat vraag ik. me. Ja, die ja. hebben daar eigenlijk een soort. Hij um, ja, een speciaal ene niet, maar een beetje lekker een SRT hier, zo'n snelle respons team. Ja. Ik denk dat die dat er ook hebben van als er echt vuurwapen. Dingen gebruik nodig, is dat die dat team moeten oproepen. En ook ja. een cultuur natuurlijk. Hè. Die hebben ook, dat is leuk like bij cowboys, dat je geen paard pikte. Ja, ja en, mm -hmm. en geweld tegen een politieagent is in Engeland. Uh, alleen, ja, ik ik heb denk, ooit... dat is, denk dat die strafmaat, ja. dat zit daar ook ingebakken, ook bij, ja. bij criminelen. Hè. Hier ja. is dat veel minder erg. Hè. Ja. ja, ik weet dat niet. Ik heb, ik heb wel ooit een, 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 een Londense taxichauffeur van leer weten trekken over... Het ging over Amerikanen en over... En dan zei hij ook zo van... Uh, van ja, British police, uh, they, they don't carry guns, 80, they've got respect. Mm. En dan denk je, ja. De, ja, dat is waar misschien of zo, ik weet het niet, maar dat lijkt mij toch ook een heel gevaarlijke er, er moet er maar één zijn of dat geen, die, ja, die dat niet respect in en staat, zonder Ja, ja dus, uh... het is dat. Dus uh, ik weet dat niet, leren die hun eigen dan... Veel harder verdedigen zonder wapens? Of zijn dat mensen die veel meer moeten kunnen onderhandelen en kunnen praten? Nou, of ik, of, ik, of ik, denk je dat dat eigenlijk niet uitmaakt? Ik geloof daar niet in. Hè, dat je, ja. Als je echt een, een zot hebt dat u echt wilt hebben, mm. dan kun je nog zoveel praten of nog zoveel doen dat je wilt. Ik, ja, dat, ik, ja, nee, ik geloof daar niet in. Maar ja, daar doen ze het al lang, dus het zal wel, er zal wel iets voor te zeggen zijn. Maar... Ja, het zal inderdaad iets cultureels zijn eigenlijk. Ik zie het nadeel daar niet van in. Ja. Als ze uh, ons geen vuurwapens meer zouden meegeven, wat voordeel gaat dat opleveren? Mm -hmm. Het is niet dat er hier tientallen mensen per jaar sneuvelen door een, 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 een verdwaalde kogel of zo. Nee. Ja, Je hebt natuurlijk ook wel een enorm verschil is met Amerika: wat ook altijd zo de olifant in de kamer is, waar niemand het over heeft. De ja, joh, hier, gun, gun violence, ja, iedereen heeft er ook een pistool. Hè. Ik denk dat ze. <laughs> dat ah, want, want is dat iets dat jij hier bijvoorbeeld voelt? Ik zal nu maar zeggen: in Amerika kan ik mij inbeelden dat als, als, je, als je misschien iemand gaat arresteren of je komt in een moeilijke situatie terecht, iemand gaat oplossen in een binnenzak. In Amerika denken ze: he's got a ja. gun. De eerste dat die denken. Is dat iets dat hier dat je voelt? Of denk je: oh die zal ze naar pas wel bovenhalen? of die heeft een. Dus, zeg, uh, leeft daar een constant gevoel dat iemand gewapend is? Of is dat daar veel minder vuurwapengevaarlijk? Want nee. ik zeg, als ik in Amerika flik zou zijn, ik zou echt hyper nerveus zijn. je so altijd had weten van dit: anders ja, in een wapen steekt anders in een binnenzak. Mm -hmm. Dat is bij ons minder vuurwapens treffen op zich niet zo vaak aan. Dat gebeurt wel ze. Um, maar op zich, ja, je raakt er echt niet gemakkelijk aan. Je moet al echt in een bepaald milieu zitten, denk ik, om, er, om eraan te geraken. Mm -hmm. En die mensen komen die niet elke dag tegen, maar inderdaad, als, als, als gewoon een buurman. Al een, al een geweer kan dragen in een auto, die niet meer weggesopen of die niet de problemen thuis, die zie je ziet het niet meer zitten. Um, dat vind ik, ja, dat f-, met die black lives matter ook, alle begrip voor de dingen daar in Amerika. Ik ben daar, ik, ik zeg het, ik ben geen kenner van hoe dat het systeem daar werkt, maar ik vind er dat als er daar ook is, dat daar niet meer geprotesteerd wordt tegen die wapenwetgeving, dat 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 is een veel groter, dat is, daar heil, dat is een veel ja, dat is daar groter echt probleem heilig, denk precies ik, ja? dat daar. Ja. Maar ik denk dat dat voor een groot stuk ook uh, en dat is echt een discussie. Je bent ook al vaak in aanraking gekomen met Amerikanen, met de toeren, met, met, met bands vroeger en zo. En hetzelfde als je met een Amerikaan erover wabbelt, ja, dat is toch een discussie die je niet wint he, als dat over wapens gaat. Ja, ik weet dat Jebben, niet, is dat? Ja, ze echt... ja, die, 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 die hebben een enorm wantrouwen tegen de, tegen de regering. Dat wij, als wij denken, we houden niet van politici, dat is daar nog wel een ander niveau van wantrouwen. Maar voor hun is de grondwet. Heilig. Ja. Heilig door die amendments, en dat staat ja. daarin. En dat is eigenlijk dat is zo ultraliberaal, dat, ja, niks... Daarom had je ook zo'n probleem had met die COVID, he. gewoon het feit dat dat... Dat daar opgelegd werd. Dat, dat, dat is, beperkt, Ja, en dat he? is iets cultureel dat wij niet kennen. Nee. Nee. En uh, die grondwet is zo heilig daar. En dat, dat is hetzelfde dus met ziekteverzekering ja. of zo. Hè? Dat dat door de, door de overheid of dat dat overheidsinstellingen zijn, dat kunnen die niet aan. Hè, dat idee. Dat is raar. Die, dus, ja, die, die ja. associëren dat met iets dat niet werkt, dat niet te vertrouwen is. En dat moeten ze dus afblijven. Ja. Want als, als de regering daar zou aankomen, zou die gelijk staan aan een grondwet. En voor hun is dat niet. Ja, die zien dat zo. Ja, ja, zeker dat je zo, zo Björn Soenens zijn uh, podcast mm -hmm. en daar op dat vlak uh, altijd wel. Hey, ik vind altijd wel zo bit, nog eens over Amerika ofzo. Ik vind altijd dat je dat goed toen. is dus, wat gecontesteerd, Björn Soenens. Maar als je zo echt Amerika wilt kennen, die woont er is, die correspondent, mm -hmm. dan. Ja, ook dingen, hey, zo'n Greta Keizer of zo, die. die uh, die weer ook nog onlangs is een beetje verkeerd begrepen, maar dan ging het over Trump en de liefde voor Trump en van waar dat komt. En dan zie als je ermee een open blik leest, die woont daar nu, dat is onschatbare informatie. Ik vind ook als je een burns Jones of een Greta Keizer, dan moeten we eigenlijk al, gelijk dat gaat zegt, dan moeten we al niet te veel meer over Amerika babbelen. Ah, ik, zei, nee, ik babbel zo niet graag over dingen maar nee ik er een zak vanafkennen mm. ik ben nog nooit in Amerika geweest ik weet niet hoe dat de ja ik ach, ik heb ik, ken met, die, ik ken die... dat met toeren wat gaat ja. is, is natuurlijk het, het toeristische gegeven dat is fantastisch een prachtig land maar als je toert ja, dan kom je inderdaad ook op plekken waar denk je, zo, Tennessee mm. of North mm. Carolina bijvoorbeeld denk ik, geweest, dat is een plek waar je normaal niet naartoe mm. zou gaan ja dat is uh, ja lekker in een film maar ja het is dan toch geen film of ja. zo mm. het, is, uh, het is een andere wereld ja Okay. Zeg, dat, die, dat die flikken daar zo wat opgefokter zijn, Ay, die indruk heb ik eh, ook puur op, 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 op wat ik lees en zie. Je mm -hmm. nee, hebt dat voor een groot stuk met die wapenwetgeving te maken, dat je echt altijd op je hoede moet zijn. Tuurlijk. Ik zou, ik, zou ook, ik zou het ook niet graag doen, want die patrouilleren ook nog vaak alleen, dat zie je dan ook nog, dat die dikwijls alleen iemand onder de dynamiek, Die dynamiek in die maatschappij is ook gewoon ja. veel groter hè. dat is, die, die, die verschillen, we zijn er wel helaas nog aan toe maar ja die, dat verschilt tussen rijk en arm, dat verschilt tussen uh, geweld ook op school ook die, mm. ja, ik zeg ik dat echt je merkt nou, metal detectors metaal, op school ja en ook Allee, maar, ja. dat is zeker ja. maar ook al bijvoorbeeld uh, bij ons uh, wij opgroeiden vechten op school ja, natuurlijk is dat er pesten op school die kliksjes ja ook die high school films nu begint dat ook meer en meer te komen maar dat is daar al al jaren mm. nee, dat worden echt mm. mensen bij ge, echt in één mm. ook, ook uh, dat is een veel gewelddadigere maatschappij. Op alle vlakken, los van wapens. Wij zijn heel gematigd. Ja, maar het zal zeker niet helpen als je ook nog eens allemaal wapens hebt Tuurlijk! Dan mag het allemaal nog niet. Want Groot-Brittannië is ook redelijk gewelddadig. Heel veel gasten die daar vechten. Je hebt dat binge-drinking dat daar uitgevonden is. Om elf uur alle cafés dicht. Iedereen zat op straat en die rammen elkaar allemaal in de prak. Hooliganisme is daar ook uitgevonden. Dus dat is ook een... Dat zijn ook vechters, hè? dat zijn ook gasten die heel snel overgaan ja, ja. tot geweld. Maar toch, het grote verschil denk ik is wel. Ja, daar krijg een goeie pak rammel. Ja. Hè? En in Amerika steken ze of schieten ze ja, ja. u neer. Ja, ja. En dan wordt dat een heel ander gegeven. Ja. Zeker als politieagent, als je daarmee moet omgaan, dan denk ik die ja, stress dat I, die mannen daar hebben. Ik, nee, om niet goed te praten waar nee, mensen die nee, die nee. foute dingen doen, doen. Het gaat niet over George Floyd goed praten of zo. Hè. Maar het gaat letterlijk over die dagelijkse job dat die moeten hebben. Ja, ik, ik denk <laughs> dat vaak als je er, zeker bijvoorbeeld met een intrafamiaal geweld, gemerkt dat iedereen loopt op de tippen van zijn tenen daar, die, 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 die vent die is vaak helemaal opgefokt en ik heb nog wat gedronken. Voor mij is dat geruststellend om te weten: van, je kan hier niet een hoek omgaan en een wapen. En dat kan wel. Je kan mm -hmm. wel om de hoek al in één keer met je acht weer terugkomen. De kans dat dat gebeurt is klein. Maar als ik bij elke interventie daar verschrik, zo meteen, Fuck, houdt die kerel in de Wat gaat hij halen? Wat gaat hij doen? Mm -hmm. En volgens mij is dat in Amerika zo. Ja, ja, ja. Daarmee is hij zo kordaat zijn en bevelen opvolgen en, en direct dat wapen trekken. Omdat ja, je weet dat hij een hoek omgaat en je komt terug en je moet dan je wapen nog trekken, is te laat. Dan zit het te laat. Dan, het te laat. Ja. dan heeft hij u eerst en. en maar zo, en als je zo zeker bij mensen thuis komt, een beetje een andere vraag, maar zo, zo armoede in Vlaanderen, sociale verschillen. Uh, ik kan me voorstellen dat ja. je ook wel wat dingen ziet die misschien niet gewelddadig zijn, maar dat je denkt, maar ik mag mij toch gelukkig uh, prijzen dat ik zo eens naar mijn huis ga. Ja, daar ben ik ook wel aan geschrokken toen ik bij de politie werkte Dat dat toch, zelfs, ik werk nu in de Noorderkempen Hoogstraat, toch een redelijk rijke gemeente. Maar toch ja, dat dat toch achter een schone gevel maar als je dan daar binnen gaat, daar dikwijls toch nog mijn miserie zit, ook van, van zuipen. Wordt er wat afgezopen? Er wordt er afgezopen, hè. En je bedoelt gewoon dan niet zo op café of uitgangsgewijs, nee, maar letterlijk probleem drinken. Problematisch, want hey, ja. ik zou, hij, hey, hey, die hele discussie van marijuana legaliseren of zo, ik, heb, ik zou er geen enkel probleem, ik heb nog nooit, hey, er is nog nooit een vent die uh, stones zijn vrouw bij, Het dat zal wel gebeuren, maar ook vrouwen dat slaag krijgen, dat is, is 95% van de tijd, dat is, daar, is daar drank in het spel. Mm -hmm. Wordt er, dat zeggen ze even, vaak, hè? Zo partnergeweld, dat dat, on, dat, dat, ja. dat, dat dat topje van een ijsberg, maar ja. weet dat dat onvoorstelbaar is, ja, hoeveel ja. vrouwen dat slaag krijgen, ja. wat vindt dat, dat? Is dat echt, merk je ja. daarmee? Hoe is dat eigenlijk als ze vindt, dat je zo, dat, dat kan ik me voorstellen dat respect voor de dood, de, de hey, kunnen we dan nog objectief, neutraal zijn als ze vindt? Ik, zeg het, ik, zal dat, ik zal dat niet gemakkelijk doen, dat zit niet in mijn aard. Maar ik, soms moeten we geweld inhouden om dan zoiets niet even een trek achterna te geven. Of, of als, die dan, eh, die dan, als je dan, als je dan die, die vrouw ziet er echt bont en blauw, die echt slagen gaat. En niet, niet met de platte hand, mag ook niet. Mm -hmm. Maar zaten eh, ze hier ja, ja. verpats. Het eh, mag ook niet. Hè? Maar nee. echt zo, als een vrouw hebt bijgetoekt en hij begint dan zo nog wat arrogant te doen. Dan oh, worden ze huiszoekingsbevel en zo. Dat zijn zo wel. Ja. Ik zal dat nooit goedkeuren als collega's dan een tik uitdelen, dat mag niet. Maar ik, heb dat wel, ik kan dat wel begrijpen, want ik, ik voel dat ook wel op dit moment. Je ziet dan, ja, gewoon, je ziet die vrouw, je ziet die, die moet dan misschien al jaren door staan, onder in een terreur leven, en die begint dan zo nog wat aan te zakken te hangen. Mm. Um, dat zijn zo mijn momenten dat ik ook krikkel kan worden. Zijn dat dan mm. dingen dat je, dat je een follow-up doet? Dat je zegt van, ja, zijn er, is er zo'n van die situatie dat je zegt, ja, we hebben die dan wel kunnen doorsturen, of, of gegevens doorgeven, dat je mensen hun leven het beter gemaakt, of althans die vrouw hun leven beter heeft gemaakt? Dat staat wel redelijk op punt. Um, ik denk dat elke zoon ondertussen ook een, een sociale dienst heeft. Bij ons noemt dat jeugd en gezin. En die doen echt wel een opvolging. Mm -hmm. He, dus die, die gaan daar terug langs. Die begeleiden die vrouw als die wilt, wilt scheiden. Of die wil hulp van het OCW uh, aanpakken. Die daar wel in begeleid worden. Dus dat staat wel op punt. Uh, het grote probleem, en dat is ook de frustratie bij ons, is dat er heel veel zijn die, die zelf niet uit die cirkel willen. Die, die zitten bij een vent. Die hen constant mishandelt, hè, fysiek, mentaal, allebei. Maar die, ja, die willen niet door die dingen gaan, die een molen van financieel onafhankelijk moeten worden, zelf iets moeten zoeken, die mee, eh, met de kinderen dat aandoen en die er dan toch maar in blijven. We hebben heel vaak, als wij inderdaad van mij al geweld hebben, wij moeten PV maken. Dat, ook al zegt die vrouw ter plaatse: Nee, dat hoeft niet of dit, dat, nee, wij moeten PV maken, dat is verplicht, we hebben dat vastgesteld, dat is gebeurd, dus dat wordt op papier gesteld. Maar ik denk de helft van de tijd komt die vrouw de dag nadien door een bureau van: kan ik mijn klacht toch niet intrekken? We hebben het mm. bijgelegd. Wat denk jij dan? Ja, als je mij een paar jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd: van, Och jongen, wijf, zoeken het dan zelf, het belt dan nog niet meer. Dan <laughs> mm -hmm. denk je nou, waarop belden dan? Belde dan? Mm. Maar hey, daar heb ik wel geleerd met de jaren: dat dat... je mocht dat niet onderschatten, denk hoe moeilijk dat, dat is. Mm -hmm. Voor sommige mensen, hoe, af hoe afhankelijk dat die zijn van hun partner um, en dat dat niet zo vanzelfsprekend is. Om, daar, om daar van weg te gaan. Dus ik denk dat je daar ergens wel begrip voor moet hebben. Hij snapt, als, als, als Rachel mij morgen aftuigt of die wint mij shit af te breken, dan ben ik weg, dan zeg ik hou doe. Maar dat is niet voor iedereen. Niet iedereen. Ei. Ja, dat is ook. En, en stom, maar waar. Soms is het ook nog, bijna nog erger dat, dat die dat die ook nog graag zie. Ja. Want die zeggen ook vaak van ja, maar als hem niet, kwa, hè, als hem niet boos is, dan is hij eigenlijk een goeie. Of wij hebben eigenlijk een goede relatie, maar ja, attractief ook. Dan, ja, en, en dat is dikwijls. Dat, dus dat is, dat is zo verschrikkelijk om, om die. Dat, dat is ook vaak, eh, ja. Alex, dat je zo aan eventen hebt dat je echt helemaal per totaal moet kloppen voordat je die de combi hebt. Hè, in de cel nog eens klop geven, die, die slapen een roes uit en een dag na dienst. keihard vriendelijke man, hè, excuseer, ja. sorry mannen, dit en dat. Hè. Ja. Dus ja, ik, ik snap dat wel, dat als die 90% van de tijd. Oké okay zijn, mm. maar ja, die 10% dat praat die 10%. Ja, maar, wil... maar, dat ga ik dus straks wel zeggen. Ze heel dingen dan Marihuana eh, is, is uh, eh, altijd niet helemaal gelegaliseerd. Maar dan alcohol, daar doen we niks over. En je eigenlijk gezegd, de duivelse kant. In de, de sociale trauma. impact van de sociale problemen, De impact van alcohol is veel groter dan van andere drugs, denk ik. Mm. Zeker zonder naar, uh, familiaal geweld. Ja. Oh, daar ben ik van over. Ah, ik zeg nogmaals, ik ben geen kenner, ik, ik heb nog geen onderzoek naar, aan, ik heb geen statistieken, maar mijn. Aanvoelen na, na tien jaar, politie zegt echt wel: dat alcohol voor, ey, alcohol voor veel, meer, uh, veel meer shit zorgt en veel meer werk voor ons dan dan Zeker marihuana, zeker marihuana. Ik heb het nu niet. Want alles legaliseren, dat vind ik ook een. Zo gelijk speed en zo, dat is echt wel fellig. Mm -hmm. Daar hebben we er ook genoeg van in de zone. Die daar verslaafd aan zijn, daar wordt ook niet vrolijk van. Dus, maar marihuana moet bij mij uh, direct legaliseren. Mm -hmm. Ja, want er zijn mensen die zeggen: legaliseer het allemaal. Hè. En wat wat kunnen wat kun daar als, als politieagent eigenlijk over zeggen? Als je, wat, wat zou het tegenargument zijn voor het allemaal te legaliseren? Hè? Want het pro-argument wordt vaak gezegd door mensen: ja, dan haal het uit de criminaliteit of dat soort dingen. Klopt dat? Of is dat eigenlijk nonsens? Of wat? Ja, daar ja. kan ik even op antwoorden. Like ik weet dat niet. Mm -hmm. ik, vind, uh, ik ben ook geneigd te zeggen van. Legaliseer het en regel het. Dat, 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 dat je ook weet dat kwalitatief orde is. Dat de mm -hmm. mensen geen, geen, geen rommel in hun uh, kloten slagen. Maar ik vind het wel een, een, een gevaarlijke gok. Ja. Dat je ook doet. En ik ook doe. En ik blijf er ook wel bij. Laat soort dingen gelijk speed en GHB. Oh, dat moet je, AI, ik vind niet dat je dat moet aanbieden aan mensen. Ja. Dat, dat is echt vergif. Dat ja. is echt. Ah, ja. ja, want je weet sowieso vanaf het moment dat je dingen die echt super schadelijk zijn. Hé, wat je ook van je, je, je heroïne. Wat je, wat je, ja. Van, ja. Je, dat je zegt van ja dat gaan we niet aanbieden in een winkel. Ja, dan weet we dat het illegaal gaat worden. Natuurlijk, dan blijft worden, dat bestaan. He. He, maar... dan, is het, dan is het wel zo. Dus, ja, ik ja, vind dan, is... ik vind ja, ik vind dat een moeilijke. Dat is moreel ook een hele moeilijke. He. Want je zou zeggen, ja, ga het tot de criminaliteit. Maar je verkoopt wel in een apotheker iets waar iemand dan kapot gaat Ja. He. Ja. Wat basically ook een beetje met sigaretten wel zo is natuurlijk. Maar daar merkte wel dat de lobby doorheen de jaren. En nu mogen al niet meer zo kleurige ja, ja. pakjes en zo. Dus je voelt wel. En dat is ook wel wat, ik weet niet, ja, niet in bepaal, want in bepaalde stukken van de wereld wordt er nog belachelijk veel gerookt. Maar je merkt wel, in Amerika bijvoorbeeld, dat je daar rondloopt, zie je al veel minder mensen roken. Hè. Dat zit niet meer zo in. Maar ik weet het niet. Ik, 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 ben, ik, ik weet nooit wat ik, wat ik ervan moet vinden. Van iets verbieden, of te zeggen, nee, we gaan het wel doen, je moet het zelf maar weten. Ik, ik weet ik het niet. Ik heb de indruk, zo, um, alcohol, uh, marihuana, cocaïne denk ik in mindere mate misschien. Ik heb indruk, dat, zijn zo, dat dat wordt ook nog gewoon recreatief gebruikt. Mensen die dat, ja. dat hè, eens op een festival doen of eens met, met uitgaan. Maar zo'n dingen gelijk speed en GHB, dat, dat, ja, mijn aanvoel is dat, dat dat toch altijd problematisch is. Met GHB is. eigenlijk? Uh, ja, was vloeibaar vloeibare nexusie noemen. Hè. Ah ja, oké. Okay. Dat is echt vergif. We hebben in de zone ook al wel, maar die X-verslaafden, dat, dat als je daar echt aan verslaafd bent geweest, dat is dat echt fucked up voor de rest van je leven. Wat doet, wat doet dat eigenlijk met iemand? Want ecstasy, de meeste mensen kennen dat als een party-drug en je, wordt er wat, hè, je krijgt zo'n ja. enorme spike. Ja, hè, en ja. meestal ook een mega-diep, omdat al uw endorfine erdoor zitten. Maar waar, waar, waar zit dat eigenlijk mee? Ja, GSB is een beetje vergelijkbaar op dat vlak. Um, maar wat wij zien zo bij ex verslaafden is dat die heel vaak um, heel paranoia worden. En mm -hmm. dat die ook echt dingen beginnen te zien dat er niet zijn. Ja. Je kent al de Rozen Olifant of zo. Ja, ja. Ik dacht vroeger dat dat een gezegde was, maar effectief, wij krijgen regelmatig mensen die een 101 bellen. Er zit iemand in mijn huis. Je komt eraan aan met alles wat je, alle ploegen die beschikbaar zijn. Inbraak heet er dat heet dat dan. Je valt daar dan binnen en dan staat je daar zo te bibberen. Ook oh, daar, daar zitten ze en dan zit daar niemand. Ja. En terwijl je daarnaast staat, blijven die mensen volhouden. Van, ja, maar en, dan, en dat eindigt ook dikwijls een zelfmoord. Hè. Ja. Veel van die mensen aan tijd, die beginnen daar. Die kunnen daar niet meer aan. En, en, en die hangen hun eigen. Oh, die, die doen hun eigen iets aan. Dus ja, om dat aan te gaan legaliseren. Ja, ja nee, ik denk dat daar geen draagvlak voor hebben, denk nee, ik. Nee, maar eigenlijk nou, als ik dan blijft het in de. Het, het ja, gaat, dat, gaat, is het, dat is het enige tegenargument altijd. Hè, dat ze zeggen: legaliseer het allemaal, want dan kun je A. Kwaliteitscontrole doen, zo zogezegd. Dat, 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 vaak de mengeling van heel slechte roemel, dat dat zorgt voor. En als je allemaal zorgt dat het wat clean is, of dat het allemaal wat goed is, dat het dan beter zou zijn. En dat je het uit de criminaliteit haalt. Hè? Ja, dat maar is, maar ik denk dat ik, is het. Wat, wat ik er dan altijd zo van de tijd van mijn criminologie zo, ja, dan is het wel weer iets anders. Ja, het, dat is zo. En, dat is sowieso, nee, iemand, maar dan is iemand, het dan ik, natuurlijk ik, niet. Nee, iemand die geld verdient, mm -hmm. die gaat verdienen, ja, die is niet bezig met die en drug mm -hmm. op zich, die is bezig met. Mm -hmm. Datgene waar dat hem niet kan uitslagen. Dus... Want zijn er eigenlijk al plaatsen in de wereld waar dat illegaal is? Marijuana wel, hè? maar andere dingen. Californië wel zo medisch, hè? dat wordt heel veel onder de. Hey, zo... Maar cocaïne en zo ook? Of... Ah, cocaïne, nee nee, 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 nee. Marwana, dat weet ik eigenlijk eh, eh, eh. like in Amsterdam in Holland en zo, maar ja. zo hard of, of... officieel nergens, denk, denk ik. Hè? Niet, hè? Ik weet dat niet. Hè. Ik, 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 misschien wel, mochten mensen het weten, dan moeten we het altijd laten weten. Maar ik ja, heb, in Antwerpen ik... natuurlijk. Dat is, dat is... Daar, zit, daar zit het in het kraanwater, dus he, wij zijn oké okay met onze coke. <laughs> ja, ik, ik, ik denk dat dat een gok is dat, dat weinig regering en dat weinig samenlevingen willen maken. Zie, die gok van ja. dat te legaliseren en dan... Ja, niet. Dat is een beetje te vergelijken met... alleen is een heel manke vergelijking, maar dat, wat ook vaak gezegd wordt in discussies met het doorbreken van het cordon sanitaire en te zeggen, laat ze maar regeren dan. Dat is ook zo de gok die je niemand wilt mm -hmm. pakken. Je wilt, je wilt niet terechtkomen in een totalitair regime waar je geen kloten niet meer te zeggen hebt. Waar je om half twaalf moet binnen zijn. Waar je om half 12 moet binnen zijn, waar je niet op straat mocht wandelen. Ze hebben dat om... toch weer slim aangepakt hier allemaal. Zo. Ik moet echt wel zeggen, uh, COVID, voor een, uh, voor een ziekte waar zo weinig mensen aan dood gaan, heb je toch veel gedaan. Zo. De dreiging is toch tien keer groter dan dat de eigenlijke dreiging is. Hè ja en in absolute cijfers is dat ridicuul, ja. eigenlijk in absolute ja. cijfers is dat ridicul ja. dat mogen we niet doen hè? natuurlijk ik weet ook dat er genoeg mensen mij nu zullen tegenspreken en zeggen de besmettelijkheid van de ja. ziekten en het ontbreken van een vaccin we weten dat allemaal maar dat je letterlijk naar de fucking cijfers kijkt dan is het om te lachen hè Zeker als je weet dat hier hè, de, de horeca-klop kreeg tot en met. En hoeveel mensen waren het Gaat dat gezegd in het centrum? Van de, ja, vandaag, maar ja, het is ja. natuurlijk twintig, hè, twintig besmettingen. Twintig? Ja. Twintig. Daar gaat het voor doen, hè. Je denkt, een hele stad. Dan, dan wordt dat absurd. Dan ja. begin ik ook wel te voelen van. Dan begin je te voelen. Waarom dat er zo meer en meer zo, misschien is het nog niet aan het leiden tot een massale burgerlijke ongehoorzaamheid. Mm. Maar dat moet toch ook niet te lang niet meer gaan duren. Oh nee, we ja, gevoelden het al. Hè. Deze week ja. met die influencers, Dowds en Cruz zeker. Een ja, ja. ja, Holland stopmodel dat eigenlijk een beetje zegt van ja. De conspiracy car zegt van ja. Is deze wel of zo? Misschien, mm, ja. misschien moeten we gewoon eens gezonder beginnen leven. Dan beginnen we dat weer wat te krijgen. Ja, ja. wat ik er altijd mee heb is. Ik zei, als je open minded had, hadden we alles mee. Maar ja, uw betoog is weg. Gelijk dat jij in het begin zegt, als er een expert zit, ja, zit hier de Axel Dazelijren. Die een paar weken in coma gelegen. Hè, en, ze, ja. en probeer het daar tegen te vertellen. En zie wat er dan gebeurt. Ja, ja dat is waar. Maar dat, is, dat moet altijd al als er, ja. als er, als er 500.000 Axel leren zouden Aha. zijn, dan zouden het erover kunnen nemen. Maar als er hier is, dan denkt je misschien: lig je het onaangesteld, worden gaat te dik, worden te ongezond, worden je God weet wat. Hè? En voor de meeste mensen is dat gewoon, ja, wat, wat is dat? 97% van de mensen kreeg het niet. Hè? Ik weet het. Allee, dat je denkt. Maar ja, dan komen dingen, hè, dat is ja. Maar dan wordt het, word het een beetje bro science natuurlijk, ja, het wordt en een beetje in, gevaarlijk. Godin, van... wat, wat jij in het begin zo half ironisch zegt, van ja, je gaat ervan uit dat de mensen die er dag in dag uit mee bezig zijn, zwaar voor betaald worden, dat die het dan wel weten. Helaas is het antwoord blijkbaar ook niet. Uh, ja, nou, nee. ik weet dat dat naïef is, maar ja, het alternatief is dat je dat je zelf... Ja, maar dat is juist cool, nee, Niet cool, dat is interessanter dan deze tijd. Ja, het is naïef. Ja. Mm -hmm. Maar wat, ga zitten dan? Hey, iemand anders zegt, oh, ze zijn naïef. Ja, wat ze er gaan. Ga, weet het niet. Nee, voilà, ja, ik weet het ja, niet. Nee. Nee, ja. ik hoop... Wat is het verschil tussen naïviteit en doen alsof je iets weet dat je niet weet? Nou, ja, dat haat ik. Mm -hmm. Dat is niet zo'n nee. zo groot verschil niet meer. Nee, hè? Nee, nee, dat is dus het. verschil is bescheidenheid. Ja, ja ik zeg het, ik, ik kom hier iets vertellen over hè, politiewerk, over comedy, omdat ik daar iets van ken, omdat ik daarin zit. Mm. ja, over corona, ik ken daar geen exacte dingen ja, van. Dat zeg ik, dus... ik heb dat nogal gezegd. Hoeveel dingen... niemand ken... van ons. maar Hoeveel, ja, maar nee. hoeveel <laughs> dingen in een leven kenden echt? Je ja. hebt nee. één of twee dingen, ja. waar je voor gestudeerd hebt of waar ja. je je leven doet. Mm -hmm. En je moet elke dag tien, tien levensbeslissingen maken. Ja. En er zijn mensen die die alle tien gewoon met weinig bescheidenheid behandelen. Ja. ja, en het helpt ook niet dat je tegenwoordig wetenschappelijke studie vindt die zegt dat het wit is. En je vindt er ook eens die zegt dat het zwart is. Mm -hmm. En ja, why is ja. waar is waar? Ik bedoel, Zweden, het ter goed. Het is er een bloedbad. Zo, te, ja. twee, dat je denkt, oké, okay, ja. ik weet niet wat het is eigenlijk, maar... Ja, en ik heb me huis ja. precies wat het laatste jaar ik was. Ay, maar van... dingen, dat is misschien ook wel iets, een beetje van op de tak maar dat was ook zo'n tijd zo spugen door politieagenten. Dat, ja, ja, dat is ook even gebeurd. Ja, ja dat wat, 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 is dat, wordt dat nu gecategoriseerd als een poging tot moord? Of Die wat? hebben een poging doodslag aan een rekker gehad. Oh, ja. ja. Dat is een dure tuf. Ja, maar ik zeg, als bij mij het iemand, ik zeg altijd als iemand mijn tanden uitklopt of in mijn gezicht tuft, dan ga ik het licht wel uit. Dan ja. Dat weet ik. Zeker maar, ja, ik weet niet maar mijn tand, het gevoel dat ik zo een, 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 een trap in mijn gezicht zou krijgen. en ik voel dat er een tand los staat. Ik zeg altijd de college, dan tegen de collega's: houdt mijn tand tegen, want dan ga je het licht uit bij mij. Mm -hmm. Dat is zoiets, ja. En tuffen ook, dat vind ik zo gore. Ja, maar mm. eigenlijk dan gaan toch mensen zeggen: dan gaan we toch terug serieus. van... Sorry, man, jij moet dat dan kunnen. Jij... Nou, dat kan, dat weet ik. ik moet dat, ja. in, op papier moet ik dat dan kunnen, maar nee, dan is het licht uit. Dan mm. weet ik, dan zal ik de gevolgen ook dragen, maar dat weet ik. Dan gaan we het licht uitstaan. Dan wordt het en Dat is misschien het, het, het belangrijkste van allemaal, zelfs wat dat jij hier zegt. Hè, want je staat ook bekend als een rustige gast. Je zit ook iemand die je niet zijn eigen snel laat opjagen. Dus hè, zoals ze zouden kunnen zeggen, de perfecte persoon om die job te doen. Een robot, ja. Die, ja, niet noodzakelijk, maar gewoon iemand die zijn eigen niet laat neersleuren in elk emotioneel ding. En gewoon zegt van, oké, okay, ik, kan, ik kan hier rustig onder blijven. Maar ja, dat is ook iets dat je altijd moet, niet moet vergeten met politieagenten. Dat zijn ook mensen en iedereen heeft zijn knop, hè. Oh, Iedereen ah. heeft die ene knop waar je van denkt ja, en dat weten dat de mensen die met al hun oordelen klaar zitten online, die met die knop al voor die tonnozel, zitten ja. ze al een uur te tikken ja. op hun keyboard, laat staan ja. dat iemand in je gezicht speelt. Ja. ja, inderdaad, dat vind ik ja, ik zeg, mm -hmm. en dat, dat is ook nergens op gebaseerd wederom, maar 95% van mijn collega's die, die hebben het goed voor. Daar ben ik ja. 95% wil zijn job goed doen. Wil ook echt mensen wel helpen en, en, en heeft niet de intentie om, om, om iemand te benadelen of, of anders te benaderen. Maar ja, ik moet inderdaad niet vergeten: wij zijn geen speciaal eenheden, wij zijn maar gewoon interventieflikken. Wij hebben ook onze, onze persoonlijke shit. En ik mm -hmm. heb ook collega's die door een vechtscheiding gaan of zo. Ja je op zo'n dag en dat praat dan niet goed hè, maar als er dan zo'n Frankie, Frankie noem hem ja Frankie, Frankie, Frankie de Frankie ja. Frankie ja. do you remember me <laughs> je gaat en op shit thuis en dan ja zo'n Frankie begint dan ook te schelden voor Nazi ja. dat nogmaals dat praat dan niet goed, mm -hmm. maar ja we zijn ook maar maar, maar mensen hè, dat uh... nu wel één ding uh, dat je er juist zei en ik weet dat je dat je kunt dat niet uh, ik weet dat je dat je dat je er heel moeilijk over kunt uitspreken, maar uh, dus dat kon ik niet van u verwachten of zo maar wat wel een probleem kan zijn. Is dat je zegt bijvoorbeeld, zegt hè, 95% van de, van de collega's dat ik ken. Daar weet ik dat die het goed voor hebben met mensen. Wat doe je met die 5% die dat dan niet hebben? Denk ons vliegtuig: hè? we hebben 95% piloten die niet crashen. Maar er zijn er wel 5 die af en toe wel zijn vliegtuig laten neerstorten. Ik en... doe dat maar één keer, hè, normaal gezien. Ja, dat is waar. Op dat vlak, <laughs> op dat vlak vind ik wel dat systeem wel uh, voilà, wat in de, de mist ingaat. Mm -hmm. Om die 5% eruit te filteren. Want hoe doe je dat? Want ik kan me ook voorstellen, hè, want dat, dat lijkt mij ook enorm moeilijk. Het is daarom dat ik het ook zo vraag dat je dat je u er niet meer over moet uitspreken als je dat niet wilt. Maar, maar het idee, dat lijkt mij ook belachelijk moeilijk van collega's te gaan veroordelen en ook te zeggen: den die je niet. Dat is heel moeilijk. Zeker als, je er, als dat zelfs iemand is dat je dagelijks kent, ja. misschien op bepaalde vlakken zelfs mee overeenkomt. Maar je moet dat gewoon moet. heel eerlijk toegeven: ga zij één niet geschikt om politieagent te zijn, en ga zij een accident waiting to happen? Hè? Ja. ja, en ja, ik ken ook zo'n collega's. Um, en dat is een lastige, want om daar zelf iets van te zeggen of te doen, allemaal goed maar wel, met een dag na zit er misschien mee in een combi. Mm -hmm. En dat is de enige persoon dat je hebt als er echt iets misgaat waar je op kunt rekenen. Ja. Dus dat, dat, dat ligt gevoelig dan. En dat is moeilijk voor ons vaak om daar kritiek op te hebben. Maar wat ik wel vind, is dat dan van hoger af, um, dat daar strenger tegen opgetreden moet worden. Als ja. echt iemand over de schreef gaat, ik heb ik, heb, hey, ik weet niet wat je dat kan vertellen, maar ik kan dat wel vertellen. Bij mij opleiding, zat er iemand, die was meer afwezig als niet. Hij zat constant thuis in ziekteverlof. Achteraf is gebleken dat hij bij zo'n dokter uh, doktersbriefjes had gestolen. Mm -hmm. Die zelf invulde en dan zijn eigen zo ziek schreef. Hey, dat is, wat is dat diefstal? He, schrift, ja, de valsing, schriftvervalsing. Van, ja, ja, ja. Deontologisch valt er ook iets voor te zeggen, ja, he, om het veel. zacht uit te drukken. Ja, ja. ja, die werkt nog altijd bij de politie. Ja. ja. En dan valt het, het systeem, vind ik. Ai, dat zou niet mogen. Als echt iemand over de schreef gaat, gelijk nu he, met George Floyd, die mannen ontslagen. Mm -hmm. he, de week zelf werd dat bekendgemaakt, die zijn ontslagen. Die hebben een poging, he, dood, of een doodslag, onder een rekrok. Mm -hmm. Of noem dat daar. Ja. Ja, oh, dat is dat een ik... manslaughter of ja, ik weet niet wat dat ja. is hè ja dat vind ik wel de correcte reactie ja. terwijl als dat hier zou gebeuren um, als ik degene ben dat die George Floyds in een nek zit ik lig er ook de week zelf uit dat weet ik maar die ander dat weet ik niet ja dat weet ik niet dat die hier in België hè mm -hmm. dat, ja dat en, blijkt en waarom ligt dat dan denk je? het systeem tamtenaar uh, gegeven vast benoemd mm -hmm. Um, ook, ik ben nu zelf ook mentor, dus ik moet ook stagiairs evalueren. En die komen eigenlijk een, een, het eerste half jaar: is dat probatiestage, is probatiestage, dus eigenlijk hè, onder voorwaardelijk dat die politieagent zijn. Als dat allemaal goed gaat, is dat niks. Als dat niet goed gaat, je merkt van oeh, die dat, dat, dat is niet bekwaam voor de job. Dat is een administratieve molen, en het zou ook niet mogen, maar dat, dat kan heel snel misgaan. Dat gaat over termijnen die je moet respecteren, je moet dat x aantal keer onderbouwen. Je moet getuigenissen van collega's aanhalen zoveel Eén foutje daarin, de vakbond springt daarop en dat wordt allemaal van tafel geveegd. En dit is al toch... We hebben zo iemand gehad, een collega, ondertussen op pensioen. Die is tijdens haar opleiding al negatief geëvalueerd, um, gebuist. Die heeft aangevochten met de vakbond, mocht de opleiding opnieuw doen. Uiteindelijk hier stage gedaan in Antwerpen. Negatief geëvalueerd door een mentor. Proces getrokken met de vakbond. Dat weer van tafel geveegd. Uiteindelijk in een zone terechtgekomen. Dat klikte daar ook niet. Klacht ingediend tegen haar collega's voor, eh, voor pestgedrag. Weer van tafel. Ja, mm -hmm. En uiteindelijk is hij gewoon naar pensioen gehaald. Yeah. Um, ja, dat is het systeem gewoon, denk ik, dat yeah. dat, dat valt Want hoe, hoe moeilijk is dat ook? Want ik kan me ook voorstellen dat je zegt, hè, ingrijpen van bovenaf zou natuurlijk ideaal zijn. Maar dat moet ook nog bij bovenaf geraken. Want hoe ver staat bovenaf eigenlijk af van de dagdagelijkse... Beweging en wilde jij die politieagent zijn die je er naartoe stapt en dat zegt? Is dat, of kun je dan wel rekenen op steun van collega's? Of, want ik kan ja, me voorstellen, met, die, met die, dat één voorbeeld dat je er net gaf, waar het altijd negatief is, en, en dat je ook een heel korps zit dat er gaat zitten en zoiets van: Oh, for fuck's sake. Hè? Dat niemand boos op u is als je gewoon zeggen van die, die persoon echt niet. Nee. Maar ik weet het niet. Ah ja, ja, bij ons is het ook. Het heeft te maken met gewoon een gebrek aan capaciteit. We hebben volk te weinig, zoals overal benoemd ze volk te weinig. Dus dat is al dat een moeilijke voor, voor Leiding G. Om, 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 ja, je moet zien dat uw diensten verzekerd zijn. Hè? Je moet zien dat er elke, elk moment een ploeg is. Dus dat is dan soms wat moeilijker om dan iemand opzij te schuiven, want je hebt die mensen echt nodig. Mm -hmm. um, dat, dat, dat speelt een rol. Um, dat, dat, dat er gewoon te weinig flikken zijn eigenlijk voor het, het werk dat er gedaan moet worden. En ja,. Ja, dat is de moeilijke om, om, om waar dat aan ligt. Um, ja, ik denk, ik denk dat ze gewoon vaak schrik hebben om, om door heel die administratieve molen te moeten en... en... Ja. Want ik denk dat dat vlak, in Amerika, dat dat, wel, dat Dat vlotter gaat, like nu dat geval, een week zelf. Allemaal mm -hmm. buiten. Dat zou hier geen waar zijn, denk ik. Uiteindelijk kan die er ook wel mm -hmm. uit nu ga ik even bro science of whatever, maar ik denk dat ze in Amerika ook al veel verder staan op vlak van racisme, toekoor. Hoe bedoelde? Uh, er, er bestrijding van. Ja, ja, joe. dat is er veel. Allee, dat, of dat de... ze daar gewoon beter in zijn. Ja, ja, <laughs> ja ze, zijn in, ze zijn sowieso in veel beter. Nee, nee, maar dat, dat, de, de problemen zijn daar veel grootschaliger. Maar de bespreekbaarheid van dat thema, hé, waar we hier nu heel hard het systematisch, dat het zo wat sluimert heel hard, dat is, mm -hmm. daar zijn zij daar wel veel verder in. Uh, ik zeg niet dat er minder gevallen zijn in tegendeel, maar daar uh, wat je hier nog zit eh, bijvoorbeeld eh, met de n-word en met comedy en, en zo daar ja daar je daar al jaren niet meer hè mm -hmm. Allee, die zijn op dat vlak zijn die wel verder niet beter maar wel verder ja maar vraag ik me af is het probleem hier ook zo groot gelijk daar Kun je kunt niet vergelijken. Importeren, dat geloof ik ook niet. Nee, ja. Dat kunnen zeker niet. Onze maatschappij is anders. hebben we dat straks al gezegd. En mm -hmm. daar, zijn we dan, hé, daar zijn we dan zeker ook. Maar dat, dat, nee, nee dat zeker ook niet. Dat is ook wat de beweging, denk ik. Uh, uh, hetgeen is dat de beweging ook best niet doet. Want dat gaat eigenlijk averechts werken. Want nou, hey. George Floyd, dat is echt overgewaaid naar hier. En dan, ik vraag me oprecht af, waarom? Hij... Omdat dat makkelijk is. En omdat dat natuurlijk wordt gehoord. En omdat dat natuurlijk ook wel. Yo, ja, er zijn ook genoeg jonge mensen van kleur die kwaad zijn. Ja. Hè? En je krijgt gewoon een, een, een ding waar je van zegt: ja, deze type is een, een vreselijk uh, Hoe zeg je dat? A miscarriage of justice, zoals ze het in het Engels noemen. Zodat je echt een, een gerechtelijke dwaling, of hoe heet dat? Dat je het gewoon verkeerd oplost. En iedereen wordt hier boos. Maar dan krijg je natuurlijk ook die dingen gelijk. Wanneer was het een week geleden of zo? Hè? Met murder in Antwerp and they choked him to death. Je ziet aan een video oh, van een gastie, die met zijn knieën niet in zijn rug zit. Die blijkt al vijf dagen wakker te zijn. Die je ammoniak gedronken had, ja, ja. die stamvol drugs zat en overlijdt on een beroerte in het ziekenhuis, ook, by the way. Ja. Dus, ja, ja, dat moet oh, je nog niet zeggen. Dat kun je zeggen dat dat onderzoek is nog niet. Oké, dat mag ik dat niet zeggen, maar ik weet wel dat ze hem niet choked to nee, 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 in het choke death Nee, van nee, zeker niet. Nee, nee. Daar ben ik wel redelijk van overtuigd. Ja, maar ja, dat is wel hetgeen dat je nou zegt. Want hij zegt er straks op basis van de beelden mm -hmm. mag je ja. het zeker gelijk, want wat je zegt is correct. Mm -hmm. Het wordt volledig, het Amerikaanse systeem wordt volledig toegepast. Er ja, wordt gedaan alsof dat datzelfde voilà. is. En maar dat, was dat was niet Maar waarom dat jij je nou eventjes ook niet mag doen die veralgemeening, ja. want dan zitten we op dat niveau. Ja, dat is waar, dat is ook waar. Ja. Maar je het zeker gelijk. Je zit niet zeker. Maar dat is juist wat nee, nee, het is. Dat dus mag je het wel gelijk. Ja, dat is waar, wat ik ja, want ja. eh, Met dat geval in Algerijn van eh, politie zit lang met de knie in de rug. Die doen ze precies alleen, maar ja, dat doe ik bij spreken elke week, dat wij leren dat zo aan mm -hmm. om iemand... Daar is ook niks mis mee, als je iemand op de grond moet houden, je moet hem op de grond houden. Hè. Mm -hmm. Zet er niet in een nek, nee dat doe je niet. Maar zo op de rug, ja. Nou, wordt er ook over gedaan precies. Maar jij als politieagent, ik snap het wel, maar dat ding met die George Floyd, die acht minuten en zo, is dat... Want die, was die een, die een agent in kwestie? Allee, de tijd verloren? Hoe is dat? Is dat? Is dat? Is dat? Maar door... ik denk niet dat je weet dat echt minuten, acht minuten aan het doen Nee, 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 is dat voilà. je dat daarom dat denk ik het vraag. Ik niet. Er zit, er zit, er zit, er zit, er zit, er ook er zit, er of zo. of zo. Ja, geen... toch... Ja, toch. Ik kan, ik kan maar... is dat zit, is dat zit, dat, nou, er zit, zo... er zit, dat zit, er pech gaat dat er er zit, is? Uh, gebeurt, niet. Wat wel gebeurt, is dat een, een collega over de schrik. Hey, wow. Dat gebeurt niet vaak, maar het gebeurt soms. En hey, mijn intra van wel. En dan hangt dat uit. En één keer een collega haalt uit. Hij zegt: Nou, houd het pak en hij geeft er een tik. Maar dat is een seconde. En, en meestal weten ze dan ook direct: van, Oh, shit, ik ben erover gegaan. Ik pak: hey, wat afstand dit en dat. Het rare moment vind ik dat er dat minuten. Dat er echt mm -hmm. minuten lang zoiets van de hand is. En dat er aan niemand denkt. Want deze klopt, dat ja en die was ook raak. overduidelijk niet meer aan tegenstrijdige nee nee geen gevaar ook niet hey, zo, het was ook, ja, oh, ja. ja iemand dat gehandboeid is en op zijn buik ligt je kunt bij wijze van spreken niet beter hebben die kan geen kant meer uit ja. maar dus er wordt toch zo'n verhaal de ronden over ik weet niet of dat waar is eh, het is bij Joe Rogan al een aantal keer teruggekomen dat dat blijkt dat George Floyd en die gast ook een geschiedenis hadden samen ja dus dat blijkt dat die samen security hebben gewerkt ergens, en dat die ene, die witte politieagent, dat dat toen al een asshole was. Dat hij met George Floyd al een paar keer in aanraking was gekomen op een negatieve manier. Dus dat die elkaar ook kende van vroeger. Dus dat er ook iets persoonlijk bij Ja, als die rechtszaak voorkomt, dan zal dat wel... Dan zult het wel weten of dat zo was of niet. Maar dat is wel al een aantal keer teruggekomen, dat dat blijkt dat dat ook niet een geïsoleerd incident tussen ja, ja. die twee was. En dan krijg je het natuurlijk al een andere dimensie. Ja, want, en dan gooit het natuurlijk ook meer naar moord dan dat het gaat naar. Ja, uh, ja, ik, ik zeker. Weet, ja. Dus ik, 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 ik weet, het niet. Hè? Ik kom er eigenlijk, op, dat is ja. glad ijs wat ik weinig opgeeft. Maar inderdaad, ik, ik snap, 100 akkoord, dat is moord. Mm -hmm. die, die flikken die moeten eruit. Dat, dat kan niet. Dat is niet goed te praten. Maar ja, waar, wat maakt dat dat per se een racistische moord? Dat vind ik. Ja, dat kun je dat mooi met Oumari, zei hij ook vorige week. En ja, die net dan, ja, eigenlijk is dat geen argument, maar als hij dat zegt met zijn achtergrond, ja, is dat minder gevoelig dan dat jij dat zou zeggen. Ik mm -hmm. ja, vond dat ook een beetje jammer dat er niet zo'n racisme doorbij kwam, want dat ja, is ik gewoon politiegevoel. Dat, dat is gewoon een vraag die ik mm -hmm. stel, maar ik vind dat, dat raar dat hij dat, dat dat, die, die per se vermoord is omdat hij zwart is. <laughs> Nee. Ja, dat weet je niet. Ja, dat, is, dat, is, dat is een denkproces. Ja, ja. Dat, dat is, wat je nu doet, is een denkproces. Ja, ja, hey, dat is ja, ook ja, waarom ja. Dat je met een podcast mee veel wegrokt. Omdat je hardop ja, nadenkt ja. erover. Ja, je moet dat ook doen. Hè. Ja. We ja, mogen dat ook al, wel dat hard is, op nadenken. Hey, dat is met die studententoop. Okay. Hey, mm -hmm. hey, die studententoop. Dat is ook hey, wat ja, ja. nu uh, het volgende is. Verschrikkelijk. Uh, ook een gekleurd iemand. Een hey, acht, uh, allochtone achtergrond. Ja, je voelt nu al, eens, voelt nu al dat, dat het, de, de racistische motieven er gewoon bij gestort ge worden. Omdat dat natuurlijk in het narratief van die visa papa, uh, studenten, mm -hmm. de, de Skulls, achtige Skull and Bones, vaders overal, shit, past dat er perfect in. Maar ja. Ja, dat je gast is ook wel een initiatie aan het doen, omdat hij mee in die groep zit. Hè? Ja, ja, voilà. Dat is ook het ding. Maar is dat... hier zo'n vader ook een rijke luis? Nee, dat niet. Maar, dood, maar, of... maar, maar het gaat natuurlijk over, ja, je ja, laat u dopen. Natuurlijk, daar zit je weer met hetzelfde in, omdat je laat dopen, dat je dat moet laten gebeuren. Ja, bottom line is, ah, oh, je weet het niet, en het is zo complex allemaal, en mm -hmm. iedereen trekt eraan, en elke groep wil zijn ding daar ook in krijgen. Uh, wat ik zeg, is, Marie is na bezig, was nu, is nu al met zijn proces begonnen. Hè? Heel duidelijk. Mm -hmm. De kop was nu al van ik kon ze dit doen, ik kon ze dat doen. Ja, omdat hij ook voelt, aan ja, de andere kant zitten eigenlijk letterlijk. Dat wordt een advocatenstrijd, hè? dat voelde nu al. Uh, mm -hmm. maar, ja, maar ja, dat is wel iets dat collega's en ik we zijn, nou, dat zijn wel wel een beetje beu om zo over racisten versleten. Je wordt dat wel beu. Mm -hmm. ik, ik zeg het. Hè. Maar dat... Zijn er niet gewoon ook veel racisten onder de politie? Als je zegt, veel algemeenend, als ene, elke ene is er te veel. Ik, ja. zal, ik, zal, ik zal een kik eens uh, openlijk iets zeggen. Ik heb ooit in mijn studies heb ik twee maanden bij een BOB gezeten. Toen nog. En ik heb toen ook een fantastische stage gehad. En ik weet dat toen iemand tegen mij zei, uh, een politieagent, die zei: Ik ben ik was een hele linkse open-minded achtergrond. Ik werk er al jaren bij en ik heb dat nog altijd. Maar zegt hem: Het is soms niet gemakkelijk. Omdat je, je ook maar een mens, en dat is al heel lang geleden, 20 jaar geleden, dus dat is echt mm -hmm. een, een, een heel lang geleden. die zei ja, ik merkte ook bij mezelf, met ouder te worden en constant in die criminaliteit. En het zal natuurlijk ook wat afhangen of dat je in Molenbeek zit of je zit, weet ik veel waar. Je wordt constant met dezelfde ja, uh, zelfde problematiek geconfronteerd, waardoor dat je wereldbeeld, of dat je daarna tegen vecht of niet, je zegt ja, ik voel ook soms dat ik al nor. Vooroordelen gaan. Terwijl mm -hmm. ik er echt tegen vecht. En achteraf denk ik, ja, misschien moeten politieagenten misschien ook meer roteren of zo. Dat je, als je echt 20, als je na 20 jaar in Molenbeek bijvoorbeeld. Ja, maar zelfs bij ons, Andries... Ei, ik denk dat wow, 30, 40 procent van onze interventies dat er iets, iemand van allochtone origine betrokken is. We hebben drie gevangenissen in onze zone. Um, als ik daar kom die die namen die daar rond naast de deur hangen, twee derde weet ik niet hoe ik die correct moet uitspreken. Hey. Ja, maar dan nog altijd is geen recht. Is geen nee, recht voor nee, racisme. Nee mm -hmm. nee, maar dat, dat ik trek daar ook. Hey, bij mij als ik iemand benader, begint hij altijd met tien. Hij begint altijd plus tien, of dat hij nu wit, zwart, paars is, mm -hmm. hij begint altijd plus tien. Dus ik trek daar geen conclusies uit. Maar ja, ik vind ook wel. je mocht ook wel zeggen wat er aan de hand is, zonder direct voor. Ja ja. Snapt als wij. Dat is wat ze glad ijs noemen. Mm -hmm. Ja, ik zit op glad ijs, maar als wij bij onze zone een Franse auto zien rijden. met uh, mannen in van uh, Noord-Afrikaanse origine. Mm -hmm. woordkeuze alleen al. Ja. 80% van de tijd is dat prijs. Ja. Hebben je een hoop doop in een auto en een hoop cash geld. Dat, ja, en maar ja, maar kunnen we er dan om doen? We denken dat daar eigenlijk de aanklacht in zit. Dat... Dat je toch dan met die vooringenomenheid die een auto benadert. Ik denk dat dat eigenlijk hetgeen is waardoor dat je op glad nee. worden. Ik spreek die mannen gewoon vriendelijk aan. Maar 80% van de tijd bevestigen ze. Hij hey, wordt bevestigd. Ja, mm -hmm. Dat is een moeilijke hè. Maar... Ja. Nou, vooral omdat dat ook ingaat tegen een. Hè, dat, dat is ook een ervaring. Hè. Je mag dat mee, je mag dat keer op keer mee, je mag dat jaar na jaar mee. En ik denk dat dat onmogelijk is als mens, dat je, als je dat doet, dat je inderdaad, wat jij zegt, dat roteren, misschien is dat geen slecht idee, dat je zo altijd eens, wel eens iets anders gaat doen, Ervaring. van tijd tot tijd. Omdat je weet, je gaat nog die Otto zien en je gaat denken, ja, ik ga er maar, vriendelijk tegen zijn, maar ik weet dat 9 van de 10 prijs en, en, werd, en, ook, maar, Het wordt ook meestal bevestigd. Ja, maar wacht, ja, ja, maar wacht ja, eens, wacht eens. Maar omgekeerd, als je in die auto zit, dan ga je juist hetzelfde. Ja. Want als je die 20% zegt, dan ga je, ja. 80% van mijn gevallen werk ik kick tegengehouden. En ik, dus daar ja. zit het in. Want, en ik heb daar begrip voor, als die mannen dan soms wat, wat ik, pissig zijn, ik heb daar soms begrip voor. Die worden elke mm -hmm. keer. Ja, het en dan schoon. snap ik. Want, ik. Ja, ja. want dat is eigenlijk ja. wat je zegt. Ja, ja. 80, 8 op 10 gevallen in mijn kickprijs ja, ja. En die 20 in mijn push. Ja, ja. En die 20 zeggen 80% in mijn kickprijs. Extreem lullig. ja. een ja. ja. tijd geleden ook gehad, een, een Hollandse auto met, met Marokkanen in. We zitten aan de kant voor controle. Die mannen in het begin heel onvriendelijk, heel bits. We doen die controle. die We zo, zoeken in een auto. Dat kwam omdat. Um, de recenten hoe op inbraken waren gepleegd, er was een golf gezien, die mannen reden in een golf, dus wij controleren gewoon standaard elke zwarte golf dat we zien. Maar ik snap dat die mannen achteraf zei ook van, ja, sorry dat wij in het begin zo reageerden, hè, maar ja, bij ons is dat elke keer prijs. Wij worden elke keer, als wij... Mm -hmm. Ja, die worden gemiddeld 1-2 keer per week aan ja, ja, ik, ik, ik ja. we de kant gezet. En dat komt die kwaad van. Ja, ik leg dat dan ook. Kijk mannen, we hebben hem aan de kant gezet, die auto, en die begrijpen dat ik zei, oké, okay, geen probleem dan, en merci dat je zo vriendelijk bent, want dat zeggen ze dan, vaak zijn ze niet zo vriendelijk. Mm -hmm. maar... Je moet er niet op antwoorden, als je golf erbij komt, en dat zijn vier vrouwen. gewoon niet aan de kant. Dat is de... mm het -hmm. en, en daarom, dat systeem is bijna niet op te lossen hè. Mm -hmm. Want nee. je bent met mensen bezig en je zit met een actie en je zit met tijd en, moet kiezen, en je kunt niet ieder voilà. anders vinden. Wij kunnen maar, ik bedoel, er gebeurt een inbraak, wij rijden die wijk binnen, daar vlammen twee auto's uit die wijk. Ene vlamt naar links, één vlamt naar rechts. We zijn maar met één combi. De ene heeft een Roemeense nummerplaten, de andere is een proper BMW 5-reeks met Belgische platen. Roemenië, ja. here we come, hè? Ja. Ja. Romaniën aan de kanten. Ja, Andries, maar mijn, job, mijn job is inbrekers pakken. Ik weet het. Mm -hmm. ik moet die inbrekers pakken en statistieken bewijzen, onderzoeken bewijzen. Dat zijn vaak rondtrekkers. Hè? O mm -hmm. Oosterse hè? rondtrekkers die dat plegen. Ja. ja. De Romein gaat aan de kant. Mm -hmm. En dat is ook heel vaak, denk ik, ja. of, of, want dat is ook wat, dat, wat, dat, wat, dat, wat dat hier al een aantal keer terugkomt. En dat je voelt eigenlijk door je heel dat gesprek. Ja, het grote ding in Amerika is defund the police. Terwijl dat je denkt, fund the police. Dat zou misschien veel meer oplossen als je twee combi zit voor twee auto's te achtervolgen. Nou, nou, dan je maar, dan gaan ze zeggen zeggen, ja. welkom in de politiestaat. Ja. ja, dat is ook waar. Dat tuurlijk. ze dan. Ja. Hey, ik mm -hmm. was bijvoorbeeld al Ik de die uh, maar en, nee, nee, dat is mm -hmm. gewoon... Ja. Nee, ik weet dat dat, dat dat glad ijs is waar ik op zit. En dat, dat, ja, maar dat, dat is just cool. Ja. Mm -hmm. -glad, dat is niet zo interessant ja, ja. als glad ijs. Hè? Maar ik, vind, mm -hmm. ik ben ook van mening dat dat hardop gezegd mag worden. Ja. Mm -hmm. Wij gaan voort op eerdere ervaringen, op statistieken. Op, op, op... En dat is de bloeds met de bal dan, als je er net even zit. En ja, en ik, ik, de... ik begrijp ook voor die mensen dat dat, dat, dat extreem loedig is. Maar ik heb er geen oplossing voor. Ik, moet mijn, ik probeer inbrekers te pakken. En ik vind dat dan extreem loedig voor die Romeinen die weer al aan de kant wordt gezet en weer al gefouilleerd wordt. Ik vind dat... mm -hmm. Maar ja. Ja. Gewoon statistisch is de kans groter als ik die Romein dat, ja, dat die ermee te maken heeft en die BMW 5 in Belgische platen niet, ja, niet mee te maken Statistisch, mm -hmm. en zelfs statistieken kloppen niet altijd, maar, want het is niet altijd 100% natuurlijk. Ja, maar in sommige, ja. Maar ik vind het wel cool zo deze. Mm -hmm. Ik vind dat super interessant, ja, en super relevant. Ook. En ik hoop, mm -hmm. ik, dat zou ik erg vinden, dat dat niet meer gezegd mag worden. Ja. Je, je merkt in heel die discussie dat dat heel gevoelig ligt, maar al beter wordt ik vind dat ja. dat het toppunt van gelijkheid is als we dat allemaal gewoon zeggen hè. ja ik vind dat ook dat mag, dat mag gezegd worden hè. En, en... maar ja dat wil ik langs twee kanten dan God ook ja maar wat ook wel gezegd mag worden dat, dat wil ik ook misschien wel zeggen dat is ook iets dat gevoelig ligt maar een tijd terug um, we zien een auto rijden met belgische platen proper een auto die rijdt gewoon voor onze neus door een rood licht licht flagrant wij zitten aan de andere kant um, ik spreek dan aan, ja, spreekt geen Nederlands, hè? ook iemand van Roemeense nationaliteit, ik zeg ja hey, meneer, je gaat een boete krijgen, hè? je gaat dingen, die was, uh, die was, wel ingeschreven in België, dus en dan ja, ja Belgian police, racist, hij terwijl, op, op, ja op grond van, wat noemt hij mij een racist? en dan daar werk ik wel een beetje link, van, Ay, daar werk ik zo wat pissig van op die moment. Mm -hmm. Ja, omdat hij ook gewoon een knal door een rood licht voilà, gereden is. meneer, je He, met Belgische plaat, ik weet totaal niet van wat mm -hmm. nationaliteit je Ik ging ervan uit dat dat gewoon een Vlaming was, gelijk, gelijk wij. Dat blijkt een Roemeen zijn, oké. Okay. Maar ik verbaliseer u, omdat je door het rode licht zegt, gereden. Of dat, dat je nu een Romein, een Belg, een Teletubbie, hey, dat maakt niet uit. <laughs> maar, en daar kan ik wel langer of minder goed mee om. Dat mag zeker gezegd worden, hè, als, als er iets misgaat bij de politie. Ik ben de eerste zelfs om, om, om want ik wil zeker niet een heilige uitdagen, maar... Mm -hmm. dat... nou, ik ook, voel ook wel dat, dat uh, want dat vind ik dan ook weer betreurenswaardig, dat politie zeker lang, ook, allee, lang op zijn kop heeft laten zitten als het gaat over de publieke opinie. Ah. Hè, zo van mm -hmm. hè, het, het hoort erbij, het, 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 of terecht of niet, allee, het, het hoort erbij, maar je voelt ook wel dat de politie mondiger wordt. Ik had dat heel erg bijvoorbeeld met dat Molenbeek, toe, met die Pascal Smit en zo, uh, hè, die dat eigenlijk, nou, ja. eigenlijk de politie een klein beetje onder de bus gooide. Uh, die online reactie van dan het officiële politie-account naar hem, mm -hmm. daar verschrok ik wel van. Mm -hmm. Dat was wel zo. Oké, okay, gaan we die een toer op? Scho. Mm -hmm. Bam. En dat was een pak minder subtiel, zo, die, uh, mm -hmm. want dat was dan echt alle feiten en al dit mm -hmm. of zo. En dat is op zich ook wel jammer, want nu zitten we, die is die polarisering toch ook weer verschoven of zo. Ja, want nu, ga je, maar je, maar als, je, als je het je Er kun je kunt, iets... kunt, er kunt niet onderuit, want niemand kan ooit nog iets subtiel tegen iemand anders zeggen. En als jij degene zet dat altijd zwijgt en takes the higher ground, ja. op den duur heb jij geen mening meer. En is de enige mening die je nog hoort de negatieve dingen die je altijd over je eigen moet horen. Terwijl dat er niemand zit en zegt: Oh, maar ik wil wel eens even zeggen hoe dat, dat en dat en dat zit. He, want er worden dan maar dingen voorwaar aangenomen, waar je van zegt, joh, maar niemand eet dat door het weer licht. He. Dus he, ik vond dat ook cool dat jij bijvoorbeeld dus juist zei, ja, je moet dat niet zeggen, want okay, het stond wel in vijf kranten dat hij in, in, in het ziekenhuis overleden is, maar dat zou dan ook kunnen dat dat na dan zo niet meer zeker is, want om de twee botten kreeg je ook van iets over corona dat 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 is, maar de week erop is het iets totaal anders, dus niemand weet het nog. He. Dus het is moeilijker en moeilijker om ergens iets over te zeggen. Maar vroeger konden nog zeggen: als je zwijgt, dan zitten de degene die je een beetje de morele hogere, die je zit u er wat boven ja. en je zegt: ja, laat dat maar gebeuren. Maar je merkt ook dat dat op den duur heel toxisch wordt, als dat maar erger en erger wordt en er komt nooit een reactie van de andere kant. dat zegt: ho ho, maar nu zit ook al zeven argumenten aan het gebruiken. Die eerste vijf waren misschien nog juist. Maar de tien die erachter gekomen zijn, zijn allemaal nonsens, hè. Ik denk dat je gewoon consequent moet zijn voor wagen, baseren op feiten. Mm -hmm. uh, en als je je eigen daar wat onthoudt, dan... Ik zie dat soms ook wel met politici bijvoorbeeld, hè. Die hebben het nou ook hard te verduren, en hier en ander Maar ik had naast van de week zoiets dat ik zo Bart Somers of zo, die, uh, eh, Waar ik nou ook geen mening over geef, maar die... Ik vond het wel interessant hoe dat je weer dan, allez... Die kreeg dan een enorm extreemrechtse... Dingen over hem. Uh, ik denk dat hem gewoon het een, een, een gelukkig offerfeest dat uh, uh, hij zei Mubarak", uh, ja, 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 ja. had, uh, ik spreek toch goed, well, had uh, had gewinst. Ja, dat is na van dag dag natuurlijk al genoeg om uh, alle, een, mm -hmm. dag mm -hmm. alle, een dag technisch, een dag verlof om te pakken om alleen daarmee bezig te zijn. En dat was echt, uh, dat was niet killing, killing with kindness, dat was het ook niet, maar gewoon niet, niet, uh, uh, niet naar uw kookpunt gaan, u niet laten kennen. Dat was gewoon altijd nee. Nee, 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 dat bedoel ik niet. Nee, nee, nee. En dat vond ik wel een goede manier. Niet, mm -hmm. niet meer zo lief zijn, ja. maar ook niet in de rode gaan. Ja, ja, ja. ja tuurlijk. Ik ja, denk, dat dat, denk, denk dat dat een manier is waarop je het Dat, waarop dat je Waar je meer en meer naartoe moet evolueren als je iets gedaan wilt krijgen. Want, want anders dan. Je merkt ook al dat al het, al het on, onophoudelijk je uh, verontschuldigingen aanbieden, dat dat niks uithaalt. Integendeel. Het is ook niet dat je dan, zogezegd, vergiffenis krijgt en mm -hmm. verder mocht. Nee, het is zo. Het is goed dat je sorry zegt. Fuck you, racist. Oh, ja. Dat ja. zou eigenlijk nog altijd... En je blijft een racist. En alles wat je doet, is dat. Oh, dus go fuck yourself, politieagent, fascist. Oh, oh, ook al zeg je de sorry. Oh, oh, mag niet maar niet... Als je geen sorry zegt, dan zit die een eikel. Dus dan zit het misschien beter af dat je gewoon... En, en eindigt met ja, een statement. Jazeker, online. is wat er gebeurd is, dat was het. Maar, uh, ook wel zegt, wat, je, mm -hmm. wat ik ook wel knap vind, dat je zegt, van, oh, dat je ook wel verontschuldigd. Die, eh, die... zit er ook niks meer in. Uh, uh, want het is ook wel. Wat ik me wel bedenk, het, het zijn de meest individualistische tijden al jaren. Ja, hè? Iedereen is alleen met zichzelf bezig. Mm -hmm. Zet dan ook alleen met jezelf bezig. En begint al eens in een, een, ja, is... een begint al eens als je één op één ja. met iemand praat om tof te zijn. Doe, pak, dat, pak dat individualisme al eens positief aan en klap al eens één een op één. Met iemand en probeer die zelf ja, te vertrekken. Dat doet er niet, want dat individualisme wordt altijd, ver, eh, wordt altijd achter een zogenaamde groep geschaard. Ja. Iedereen is mega individualistisch, maar praat zogezegd voor ja. een hele groep ja. mensen. Dus je zit al mega hypocriet van waar dat jij vertrekt. Want je, je gebruikt hé, wat, wat, die identiteitspolitiek, dat soort dingen, je kunt er uren over bezig blijven. Maar dat zegt letterlijk spreken voor een groepsidentiteit. Terwijl dat je eigenlijk alleen maar spreekt voor jezelf. En ja. het God ook alleen maar over je. Want dat is het enige dat je doet. Jij wilt alleen maar laten zien hoe moreel juist dat jij bent, Of hoe fout dat jij iets ja. vindt. Of kijk eens hoe. En omgekeerd Ik, ook, en omgekeerd om, ook neem, en omgekeerd ja, op ook, alle extreem manieren. extreem, reeks dat je zei en wat je zei. Want alles, dat is, Het is echt alles. Nu, ja. Ja, ja, van voor van, de politie of tegen de police. Ja. Ja. Want als ge met die, of Germe de witte man of fuck jo de witte man. Want als je ge George, alles, George alles. Floyd ziet, dat is ja. ja, verschrikkelijk. Weet je wat zijn strafblad was? Ja. Dat, dat is, doet, er we, niet toe. doet er niet toe. Nee. Nee. Maar je mag Mark de nee. Troesen dat al licht gedoet. Dat is Frankie, nee. de, Frankie de skater ook. Wat mag nee, nee. het? Nee. Het zou had zoon een ja. Het is al nieuwe zon. Ja, dan zijn er vervelende mensen, mag ja, niet het. Nee, 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 dat vind mm -hmm. ik ook. dat mag Mark de Troesen dat er op de grond zit. Je gaat niet echt minuten op deze NET. Je is een eet gezworen. Ja, ja. 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 Ik zeg het, ik praat inderdaad ook enkel voor mijn eigen, maar ook wel een beetje over mijn naaste collega's, die, hè, die ik al al jaren ken. En dan kan ik echt mijn hand op mijn hart zeggen dat daar, daar zitten geen racisten tussen. Um, Wordt er veel rechts gestemd bij ons? Ja. Mm -hmm. Ik denk dat PvdA niet zoveel stemmers aan ons heeft. Dat wel. De, de gemiddelde flik zal eerder rechtsgezind zijn dan, dan linksgezind. Maar als je zegt hé, racistisch, dan ga ik ervan uit dat die iemand benaderen met, met vooroordelen en dat ook openlijk laten blijken. En dat is gewoon niet. Mm -hmm. En ik weet dat dat... Ik heb dat ook als ik... ik ja, ja, ik kan niet direct een voorbeeld geven maar ja vaak je hebt natuurlijk woorden je bent een mens je, je hebt ja wat met die Romein, vala auto kiezen Een well. mm -hmm. Franse nummerplaat ja ik denk mijn kop ja, dat gaat die prijs zijn hè, dat wordt overwerken, hè die gaat vol met drugs zitten die auto dat zeg ik ook maar ik doe hier die mannen goeie eh, avond eh, in mijn beste Frans dan controle. ik laat dat niet maar het feit dat ik het misschien al aan de kant zet is misschien al een blijk van mm -hmm. ja. En dan is dat is dan natuurlijk weer, weer ge, gebaseerd op ervaring. Dus ja, dan ik moet mijn job doen. Dat is ook heel moeilijk. Dat want, is enorm moeilijk. Want het is veel gemakkelijker om dan te zeggen: ja, dan moeten die gewoon allemaal maar laten rijden. He, in plaats van die te laten stoppen, want dat, dat geeft blijk ja. van je vooroordelen. Maar aan de andere kant, ja, als je acht van de tien gelijk hebt, dan doe je ook tegelijkertijd wel je job. Ja. Dus het is, het is belachelijk. Allee, wa, wa, wat zouden we dan eigenlijk moeten doen? Zou, zou een statement zijn, dan moeten evenveel auto's met Belgische nummerplaten tegenhouden? Nee, want dat dan is we de die... quota. En quota is ja. al lang genoeg. De Quota, daar moeten we vanaf. He, dat is in alle dingen zo. We nee, ge... proberen zo efficiënt mogelijk. Het ja, volk, ja. volk dat we hebben, proberen wij zoveel mogelijk te pakken. En mm -hmm. daardoor gaan we ja, keuzes moeten maken. En die keuzes zijn ergens op gebaseerd. En dat is ervaring, statistieken, onderzoek. Zouden, stel dat je nu... Zou een oplossing zijn dat de korpsen... de korpsen zijn eigenlijk niet divers, hè? Ze geraken ook niet door de proeven. Mm -hmm. Dat mag ook gezegd worden. Die, toen ik mijn, uh, mijn eerste proef ging doen, dat is een, een cognitieve proef, en een sportproef. Die cognitieve proef, dat staalvaardigheid en zo. Uh, We waren met een groep van dertig. Ik denk dat daar zeven um, of acht mensen van allochtone origine in zaten. In die psychologische proef heb ik daar geen enkel van teruggezien die geraken niet door de proeven. Nu, dat moet normaal wel. Allez, dat, moet, dat moeten ze. Dat toch zou zo, misschien nee, zo tien jaar Want, geleden. Dat, ja. dat ondertussen. Ja. Want maar, ik denk dat een divers korps, een echt divers korps, uh, wel, schoon dingen zou kunnen. En ja, wel zo meerwaarde zijn. Ja, enorme ja. meerwaarde. Dat ja. Denk ik ook wel. Gelijk bij ons, we hebben een enorme uh, Roemeense gemeenschap in Hoogstraat, Die zijn met heel veel bij ons. Dat zou goed zijn. Moeten er effectief, uh, op termijn, waar Roemenen bij ons komen werken. Ja. Daar geloof ik ook in dat dat goed is. ik nee, dan meer. Ja, ook al communicatie met de buurt toe. Hè? Dat je gewoon veel gemakkelijker ja, kunt ja, communiceren met elkaar. Is, ja. Nu is het veel te wit. Dat is... Ja. Maar ja... Ai, ja... Het is een cirkel, hè. Ja. Dat is... Ja... Dat is ook een ander thema. Bijvoorbeeld... Ik moet als... Eh, Blanke dertiger, eh, mannelijk... Moet ik voor de sportproeven vijf kilometer kunnen lopen in die tijd? Eh, dat is de maximum. Een, een, een vrouw die tien jaar ouder is dan mij... Krijgt dubbel zo lang, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Terwijl op de baan een inbreker kan niet echt kijken, ah, Het is die vrouw van 43. Ik moet een, een stap terug, ik moet wat trager gaan lopen, Dat je ook snapt op de baan, wij doen dezelfde job al je moet allemaal mm -hmm. dezelfde job doen. Dus ja, langs de andere kant misschien dat die haar, uh, dat een vrouw, ja, fysisch fys is, is anders. Ja, maar dat zit er weer met quota. Hè. Ja, zwaar. Ja, ja, oh, nee. ik, want ik, dat is ook zo moeilijk. Jij zegt dat juist, en ik snap perfect yeah. dat je zegt: quota, daar moeten we vanaf. Dan denk dat je kei veel zwarte mensen in Amerika zeggen: ja, zonder affirmative action zit er niemand van ons onder die universiteit. Nee, nee, dat is Wat niet waar. waar is, hè, want er zijn meer dan genoeg slimme mensen. Okay, maar dat ik, gaat ook over mogelijkheden. Quota zo, dus... mag niet ons eerste ding zijn, dan of zo. Nee, ik weet het, want dat is uh, super moeilijk. Dat is eigenlijk wel Tijdsverlies hebben. Sowieso, want dat gesprek bij Dat is een, dingen, dat is een compromis, mm, hè. Ah oh ja, want dat gesprek bij, bij, bij dingen, dat ging over een Special Forces gast, eh, bij Joe Rogan, en dat was even ook weer zo sprake van we gaan de proeven makkelijker maken, zodat er ook vrouwen kunnen inzitten. Dat van een Navy SEAL. En die gast die een ja. Navy Seal, die zegt zo van ja, maar um, als ik in een situatie zit waar het leven of dood is, moet ik niet iemand neffen mij in me... Die je er ziet, bij goodwill van, ja. of nee, nee, je moet die in één nemen, waar dat je van weet die je kan wat dat ik kan. Mm -hmm. En wij hebben, hey, we've got each other's back. En wij weten dat wij ongeveer datzelfde zijn. En toen vroeg Joe Rogan ook van hoeveel vrouwen zijn door die proeven gerokt? Mm -hmm. En je zegt letterlijk, je wilde het weten. En die zo, ja, zero. Nee, nee, Demi Moore. Wat hè? Demi Moore. Ja, Demi Moore. G.I. Jane. Demi Moore is is puibra. Dat op haar. Dat was dat een, was dat een, was een pompje, dat kon tellen. Amai. Dat was een goed momentje. Ja, met hier een narem Ja, die sloeg ons wel in elkaar. Allee, mij toch? In ieder geval in ja, die dat, tijd. Gaat mij, dat gaat bij mij ook niet om, om want eh, persoons bijvoorbeeld, hè, de, de collega dat bokst. Delphine. Mm -hmm. Delphine. ja, die pak ik elke, die wou ik elke nacht naast mij willen hebben, hè. Mm -hmm. dan voel ik me eigenlijk ook hyper veilig. Ja, ik bedoel veiliger dan bij veel mannen. Zijn dus niks te maken met, met geslacht of, of huidskleur, maar ook als je die taalproef, proeven, kun die gemakkelijker maken. Ja, maar dat betekent dan misschien wel, als, als het op papier gezet moet worden, dat er eerder naar mij Ja, wordt, of het ik... maatschappelijke, hè? Het maatschappelijke. Mm -hmm. als, je, ja, als je zegt, ja, veel van mijn, van mijn job is bemiddeling. Ja, tot nader orde is bemiddeling vooral met je mond dat je dat doet. Nou, ja, wel. Want het kan zeker helpen. Want gemerkt. Dat mag ook gezegd worden. Dat als je bijvoorbeeld um, bij mensen van Marokkaanse van, van, van Marokkaans origine of zo komt ja die mannen die, die vrouwelijke collega wordt vaak gewoon niet aangekeken hè als ja, een, een vrouwelijke ja, ja, iets tegen ja. zegt tuurlijk dus in, in dat ja, opzicht kan dat al maar op dat vlak ja. ben ik ook van, ja ik vind zo'n zo dingen gelijk um, respect voor vrouwen en eh, uh, holy bees dat zou universeel moeten zijn ik vind niet dat wij daar ons moeten aanpassen dat daar op dat vlak maar dat zou kunnen helpen ik zeg zeker hier in Antwerpen denk ik dat dat echt wel meerwaarde is zag ook iemand van die origine mm -hmm. um, ja, het is zeker een lange weg, maar het is ja. ook wel een boeiende materie. Wel. Ja, in ieder geval, wat we wel hebben natuurlijk, en we zitten wel in, in ongekende tijden wat dat betreft, maar daar is het veel meer jongere mensen met veel meer diversiteit die de taal wel supermachtig zijn, die wel heel goed ja, wel, kunnen. Nee. Dat je niet meer ziet met die kloof van wat dat was, maar je ziet daarmee. En het enige is natuurlijk, want wie zou het willen doen, hè, man? Dat is ook de vraag. Je zit altijd met dat probleem van. Eigenlijk zou de, de, de politie veel diverser moeten zijn, want dat zou veel meer helpen. Maar hoeveel mensen willen bij de politie gaan? Ja, maar dat of beter... willen die een stap nemen om te zeggen: Ik ga dat doen? Jullie wonen wel, twee in Antwerpen zitten hier niet redelijk. Ff, toch al best wel. Ja. Jawel, zeker. je een Zeker, absoluut. Ik denk ja. het wel, maar. Ik... Ja. Een beetje in het begin van de aflevering terug te komen, ja, je hebt geen statistieken. Dus uh, nee, het is, maar... uh, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk, ik, heb... dat het, ik denk dat het nog altijd veel te weinig is. Ja, het zal procentueel veel, zijn, veel, veel, ja. veel te weinig zijn. Ja, ja, procentueel gezien sowieso. En dat bedoel ik. Hè. Je moet, je moet, want dan denk ik ook hoe. Hoe moedig de mensen aan om, dat die, om die stap dan ook te pakken, hè? om te zeggen, ja, ik kon dat doen, ik wil dat, want, want dat vertrekt toch van, waar, waarvan vertrok dat bij u bij de politie gaan? Was dat een beetje een, een soort overtuiging ook, of nee, was dat meer een soort... bij mij had dat weinig met idealen te maken, ben ik ook eerlijk, bij mij had dat meer te maken, ik wou een, een afwisselende job, ik wou niet altijd op een bureau zitten, ik wou wat actie, wat, wat spanning... En um, dat gebleken is dat je dat effectief wel een zekere nut hebt, dat, was een, nee, dat, is, dat is er ja. achteraf pas gekomen. Dat besef ik dat ik het deed, en dat vind ik goed. Bij mij was het meer nee, voor mijn eigen, een beetje eerst een, een wat meer egoïstische keuze, denk mm -hmm. ik. Uh, waar ook niks mis mee is. Hè? Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Ja, je, je, kunt tot... het, je kunt het perfect egoïstische overtuigingen iets heel altruïstisch doen, ja, Dat voilà. is helemaal niet erg nee. Voilà. Ja. Maar ik, ik, kan wel, ik, ik krijg al regelmatig op feestjes, hè, als ze horen dat je flik zijn dan krijg je, ja, ik heb eens een keer meegemaakt dat. Dat is een klassieker. Mm -hmm. Of, hè, als dat gebeurt, wat, is wat, niet, hè, wat als verhalen. Ik kan wel aannemen dat dat met mensen van allochtone origine dat dat nog tien keer erger is. Mm -hmm. ik, kan, ik kan aannemen dat dat bij hun nog moeilijker ligt om aan hè, vrienden en dat, ja, dat dat daar nog gevoeliger kan liggen, misschien dat die, dat die bij de politie gaan werken. Dat dat, mm -hmm minder aanvaard wordt, dat dat misschien er ook mee te maken heeft. Ik zeg maar iets, hè. Ik, zeg, ik weet het echt niet. Nee, nee, nee. Maar ik heb ervaren, bij mijn proef, ja, ik zeg het gewoon dat is, dat was ook een aanzienlijk deel, en bij de psychologische proef waren die er niet meer. Dus dan zijn die afge... Oftewel, op sportieve, maar die waren best sportief, die mannen. Dus daar lag het niet aan. Dus dan vermoed ik aan, met de taalproef, mm -hmm. dat het... Uh... Na de Verenigde Staten, nee, toch ook, daar zijn toch ook heel veel zwarten ja, zo. Maar ja, dus maar hmm. ja, daar zitten ze natuurlijk. Maar die zijn ook al... Hey. Ja, daar zitten ze al veel ja, verder. Is, uh, dat zijn, dat de, zijn, migratie ja. is daar iets... Die, dat zijn dat, gewoon dat Amerikanen, een, eigenlijk, laten we hey, Dat is een land gebaseerd op migratie, ja. natuurlijk. Dus, uh. Ja. Um. Damn. Damn. Ja man, ik denk, ik, denk, ik, denk, ik denk niet dat we eruit gaan komen. Nee, nee. <laughs> Jezus, wat een tijd. Zelfs comedians eindigen al in uh, serieuze gesprekken oh, tegenwoordig. Hell, man, dat moet die dringend gedaan gaan zijn. Weer twee uur niet gelachen, denken mensen uh. ja Ik vermoed toch... dat er uh, in de comments veel mensen mijn mening gaan zijn ook wel. lotte uh, oh, oh, man, het allemaal meningen zijn cool. Ja, nee, 90% van de meningen zijn dan niet. meer degene dat dan toch nog ergens opslagen, die mogen dat dan bij wel. Bij ons he. valt het mee. Het maar he. bij iedereen mag het. Je moet allemaal zeggen dat je wilt. Wat ja. voor cool dat dat dan ook allemaal is. Als we erin willen blijven geloven voor onszelf, ja. dan uh, moeten we het ook doen voor al de rest. Maar ik begin wel een beetje met mijn eigen te rieken. Ik ook man, dat is niet normaal. Ik, hier echt, dat, ik, heb, ik heb het hier zelden zo warm gehad als nu. Dat maar... Niet alleen een paar kilo afgevallen, maar ook nog eens een super interessant gesprek. Vincent voet, merci om af te komen. Ik Goeie, heb merci. het gevoel dat we nog twee uur verder hadden kunnen gaan. en nog minder wereldproblemen hadden opgelost ja. dan dat we nu hebben gedaan. <laughs> maar uh, in ieder geval, dat was het voor ons voor deze week. Ik ben Alex, dat is Andries. Uh, welkom en dank u, Vincent, om langs te komen. Als je een volledige show hebt, kom dan nog maar eens terug hangen. Lullen we daarover en lossen we de rest van de wereld Moet er nog iets geplucht worden? Uh, Vincentvoeten.be voor alle info. Voilà. Ja, en komt in 2024 een keer naar een optreden van mij kijken. Hè? Ja, dat is goed. Misschien denk ik dan ook al terug aan het optreden. Ja. En zullen we wel zien hoeveel van. Uh, Dead Baby Jokes uh, ja. op zijn campus. Voilà, Lieders van zwart en humor, uh, altijd welkom. <laughs> dat was het voor ons. Tot volgende keer. Maandag zijn we er terug. When we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah uh ah, -huh. I'm here at your place. So, as it ergens over moet gaan, send the best Not the best. Glimmer something. Idere overeenkomst with a bepaalde organisatie berust op louter toeval.